we zijn er weer, man, bij een motherfucking nieuwe rookworst. Nee, een nieuwe gratis rookworst, want er zijn tante mensen die boos zijn op mij. We zijn weer bij een nieuwe gratis rookworst op zondag. We zijn er gewoon, niks veranderd. Ja, welkom, man, boys. Ik heb aan mijn rechterhand heb ik motherfucking Esco. Mm-hmm. Wakker, bro. Van klasse. Of moet ik dat niet meer zeggen? Jawel, ja toch. Altijd toch, hè? Mm, op een manier. Op een manier, ja. We gaan zo een soort van dieper erin. Ja toch. Jay Johnson. Ja, man. Ex-TSC'er. Zij, ja, we gaan diep gaan vandaag. Ja, man. Ex-Artificial. Mm-hmm. Nog steeds 50 jaar, een soort wel nog, toch? Tenminste, het bestaat niet meer, maar... Ja, het is altijd wel een ding of zo, ja. Toch? Het is een soort stille tory. Heb je nog meer groepen gezeten? Nee, eigenlijk niet, man. Dat waren ze wel, hè? Dat waren ze wel, ja, man. Ja. Archie, motherfucking tracks. Wat weet je over mij, Archie? We gaan het er straks over hebben, man. Hij heeft nog een groep gezeten? Ja, man. Oké, ik ben benieuwd. Dan ben ik iets vergeten, man. Ja, man. Archie tracks. Ja, de Antilliaan, moet ik zeggen? Surinamers, bro. Je bent de hele dag op Curaçao, bro? Nee, man. Suriname, man. Oh, oké. Okay. Lang niet naar Curaçao geweest. Oké. Okay. Biggie Dagu. Is het Biggie Dagu of Biggie Dagu? Biggie Dagu. Biggie in het Suriname, toch? Ja. Ja. Ik zeg eerlijk, jouw naam is een van de gekste namen in of niet? Ja. Biggie Dagu is een domme naam. Is een hele domme naam. Biggie Day. Ja, is een domme naam. Welkom, man, boys. In welke groep heeft die man gezeten, pa? Ja, het was een soort bij Ish. Maar dat is toch geen groep, bro? Ja, het was een soort secte, toch? Deze man, dus jij zat in een groep daar? Ja, en jij was zeg maar die... Die papa die af en toe workshops kwam geven? Nee, je was in die groep ook echt, toch? Oké, wacht even, voor de duidelijkheid. Hij wil claimen dat hij in een groep met jou zat. Ik weet niet wat het precies is. Ik weet echt niet wat hij nu probeert. Kijk, Marion, mijn broertje, hij deed Ish. Hem ken je, toch? Ja. Oh, die Tori het Ish, die squad het Ish. Die was een soort van... Zomerschool. Een soort zomerschoolachtige Tori, maar je had om in disciplines. Dus je had bijvoorbeeld een gang en had je met allerlei disciplines. Dus twee kamers had je, bijvoorbeeld twee zalen had je mensen die gingen dansen. Ja. Dat je rappers in een studio achterin. Je had mensen die gingen kunst doen. Gewoon allerlei spoken words. Overal waar je liep in die, het was een oude schoolgebouw. Waar je liep kon je gewoon een kamer in en dan zag je gewoon, of een zaal in en dan zag je mensen bezig met iets, shit. Met shit, ja. Met iets, je weet toch? Ook sport volgens mij was ook een tory. En daar was jij met die groepen van jou. Ik kwam daar gewoon omdat mijn brother daar een soort van coördinator was. En hij fixte die shit voor die jongeren, zeg maar. Hij heeft die jongeren basically van de straat daar naartoe gebracht. Was je al Jay toen? Toen was ik al, wat wil je doen, Jay? Ja. Oh, dus daar is het een lekker grote claimen in die squad gewoon. Ja, dat is niet zo. We zaten gewoon in groep, man. Ga niet liegen. Hij wil echt met me in een groep zitten. Ja, terwijl nu maken we gewoon pokoe. Het is niet eens van, ja. Ja, toch? Maar je eerste groep, Jay? Mijn eerste echte groep was THC. Waar ik echt een member van was THC. Ja. Veel mensen weten dat niet ook, toch? Nee, klopt. Omdat ik wou eigenlijk nooit bekend worden. Dus ik ben eigenlijk ook een soort van als artiest uit de groep gestapt toen de groep naar tv ging, basically. Toen, wil je weten hoe het voelt kwam? Ja. Toen heb ik gezegd, bro's, ik blijf gewoon produceren voor jullie, want ik was producer. Ja. En ik werd een beetje meegezogen in die artiest zijn, zeg maar, omdat ik refreintjes hier en daar zong. Ik werd eigenlijk geschemd, want eigenlijk zong ik die refreintjes met het idee van, we gaan een zanger zoeken. Maar mensen gingen nooit een zanger zoeken. Het was gewoon van, hé, je bent gek, man, we laten het zo. Zeg maar, hoe kwam je bij TSC? Rocky en ik maakten al muziek met elkaar in de bobbelingtijd, toen we 14, 15 waren, zeg maar. En laten we zeggen, in die tijd dat we 13 ongeveer zelfs misschien, gingen we die bobbeling beats maken, dit, dat, zo. En rond mijn 14e ging ik in de kerk. Dus dan zag ik hem gewoon minder, laten we zeggen, rond mijn 17e, 18e kwamen we weer bij elkaar terug. Van, hey, fuck, maak je nog muziek? En ja, hij maakte nog muziek, ik maakte ook muziek. Tussentijd had ik instrumenten leren spelen, hij kon met muziekprogramma's werken. Ja, eerste keer dat we samen waren, hebben we gelijk een pokoe gemaakt weer. Paradijs. Ken je die pokoe nog, Paradijs? Natuurlijk, maar Paradijs. Ja, die Paradijs heeft zeg maar fucking lang gestaan op YouTube, volgens mij nog steeds. Met een soort... Ja, broer, ik blaas hem zo. Broer, die zit er volgens mij bijna millistream of zo. Hey, broer, met een storing erin, hè. Ja. Mensen zijn raar, man. Ja, para, man. Harde tijd. Para, man. Ja, man. Esco. Mm-hmm. Pak het op, pa. Ik ben moe, man, broer. Wat dan? Broer, ik ben weer op een rare dieettoren, je weet toch? En ja, leg even uit, man. Hoeveel woog je? Ik wou bijna zeggen, hoeveel weegde je? Broer, ik zeg je eerlijk. Ik heb nooit op mijn zwaarst, maar ik ben sowieso in 2017 op mijn zwaarst. Ik denk zeker wel dat ik die 180 had aangetikt, man, broer. Ik ben ook lang, toch? Bij 1,90. Ja, precies, ja. Toen, zeg maar, toen ik even fire was en die burn-out, die eten, sporten. Daar moeten we sowieso even over praten, man. Ja, toch? Ja, ja. Ching Tori. Maar 1,80.
kilo. En toen ben je, wat heb je gedaan? Heb je... Broer, ik zeg je eerlijk, echt op een slechte manier, ik ga mezelf wel echt verhongeren. Je weet toch? Mm. Niet chappen, sporten, maar echt niet chappen. En soms alleen, en ik ben gierig toch, ik hou alsnog van lekker eten. Dus ik ging af en toe wel chicken wings eten, een beetje worteltjes erbij en voor de rest niks. Je weet toch? Dat heb ik wel echt lang volgehouden, broer. Je lichaam gaat daar gewoon kapot aan. Ja. Maar die kilo's, mijn spieren, loesoe. Ja. Snap je? Dus toen ben ik naar 122 kilo gegaan. En toen ik uit die tori kwam, ja, broer. 60 kilo, bro. Ja, bro. Ja. 60 maar, kilo, bro. Ja. Maar toen ik dus een beetje uit die tori kwam, toen, ja, bro, ging ik weer een beetje genieten. Je weet toch, toen kwam ik ook weer veel in de studio. Ja. Je weet hoe studio life is, toch? Dus veel chillen, niet opletten. Toen ben ik weer een beetje fire gegaan. Ben ik weer 20 kilo aangekomen in die tijd. En nu ben ik weer bezig, man. Ik ben weer 10 kilo kwijt. Dus we bouwen weer naar die 122 kilo, je weet toch? Hoe ben je in die depressie gekomen, man, bro? Ja, bro, is het niet echt... Mag ik het een depressie noemen? Je mag wat je wil, maar het is niet echt... Het is niet een depressie, je weet toch? Het is echt niet een depressie. Nee, broer, het is echt... Broer, een burn-out is wel een andere tory dan depressie. Ja, toch. Ja, toch. Het is niet dat ik emo was per se of je weet toch dat ik... Was gewoon op. Ik was kapot, broer. Ik kon niet meer mijn bed uit. Ik kon... Je weet toch? Ik had gewoon geen concentratie. Als ik nou iets zou wil concentreren, het ging niet. Gewoon raar, ik kan het niet eens uitleggen, snap je? Ja. En ja, hoe ik daar ben gekomen, broer. Ik heb te veel functies gedaan, snap je? Ik was manager van veel artiesten. Ik ben natuurlijk samen met Bart van Hout heb ik van klasse gedaan. Dus ik was ook natuurlijk label manager. Ik was producer. Ik deed ook nog als DJ heel veel shows. Ja, alles tegelijk, bro. Je weet het hoor. A&R, snap je? Nieuwe talenten, checken. Broer, ik deed alles bro. Ja. Ik deed alles. Je kan navragen, ik deed alles, snap je? Dus soms had ik gewoon, zat ik vanaf, want ik stond wel laat op, 3 uur ging ik naar kantoor. Van kantoor ging ik gelijk door naar de sessie. Na die sessie ging ik gelijk door naar de optreden. Soms had ik 3 shows op een avond. Kwam ik pas om 6 uur, 7 uur soms thuis. Ja. Ah, volgende dag, vaak weekend. Maar als het geen weekend was, wat dan ook, dan weer naar kantoor. Ja. En dat weer. Ik ging niet rusten, bro. Ja. Ik was echt in een... En gewoon een snelle life, slecht eten. Ja, toch. Broer, iedereen kent het in deze life, snap je? En ja, toen ben ik wel echt vies op mijn bek gegaan, bro. En dan ook nog als je jezelf, zeg maar... Voeding is een van de belangrijkste dingen in het leven, bro. Je weet, voeding is wie je bent, snap je wat ik bedoel? Dus op het moment dat jij bijna geen voeding binnenkrijgt... Zoveel stress ervaart en al jaren is gewoon roofbouw op je lichaam. Snap je wat ik bedoel? Ja. Op een gegeven moment, bro, ik was Bart... Destijds mijn manager, ja, iedereen kent Bart van Houten wel. Hij zei me al jaren van, yo, ga op die rem staan, relax. En ik dacht, broer, ik zie mannen de hele dag shows doen. Ik zie mannen dit doen, ik denk dat, broer, dat gaat mij niet overkomen. Ja. Ik was juist die guy ook van burn-out, hè? Je weet toch? Ja. Kan niet, je weet toch? Bestaat niet. Bestaat niet, broer. Ja, bro. Ik zeg eerlijk, dit shit van jou heeft me wel bang gemaakt, man. Ja, heel veel. Broer, ik heb veel artiesten gesproken, snap je? Die er tegenaan zaten of ook echt geschrokken van, hè? Je weet toch? Ja, het is... Kan je dat voorstellen? Kan je voorstellen dat je een burn-out kan krijgen van deze rap shit? Nee. Nee? Maar ik zeg je wel eerlijk, Biggie is een van de luister rappers die ik ken. wat dat? Vraag hem. Waarom? Hoe vaak ben je deze week in de studio geweest, Biggie? 1 keer. Oké, deze hele maand. 5 keer. Hoeveel pokkers heb je afgemaakt? Nee. Tess, met hoeveel pokkers hebben jullie gemaakt deze man? Cubes. Maar je bent niet die actieve... Hij claimt het zelf, broer. Hij speelt het. Hij claimt het zelf altijd. Wat dan? Kijk, je komt in de studio. Als je niks hebt, heb je niks. Als je iets hebt, dan heb je iets. Klaar. Ik ben iemand... Ik ging niet snel op. Ik zie een uurtje, gebeurt niks. Fuck rappen. Ja, maar fuck rappen. Zes. Ik hoor je. Ik hoor je. Zal ik mijn producer misschien? Hij kom in de studio. Hij is daar. Ik heb hem nog niet eens gezien. Ik ga eerst spelletjes spelen. Chillen. Mezelf vermaken. Ja. Dan, ik hoor misschien wel die beat. Misschien die man maakt domme beats. Ja. Dan wacht dat hij iets goed heeft. En dan ging hij die man toe van, hey broer, kom dan. Als je wil dat ik ga rappen, dan moet je moet me uitdagen. Dan kan je niet met een beat komen en denk ik ga er gelijk op springen. Je moet me uitlokken op die beat. Of weet je, die beat is dom. Dan ga ik zitten toch. Maar als die beat niet hard, dan komt er ook niks van. Ja. Hoe ben je begonnen met rappen? Iets meer in die mic, alsjeblieft. Hoe ben je begonnen met rappen?
Door Aka, man. Of ja, niet door Aka, maar gewoon... We gingen vroeger altijd freestylen, ken je dat? Gewoon, ja. Freestylen in de box. Ja. Thuis. Ja. Zo begonnen, maar gewoon als young boys. Biggie is wel enge freestyler, ik zeg je eerlijk. Ja, hè? Ja, als ik die assie heb gewoon... maar ik ook 4-5 uur kan ik... Ja? Ja? We gaan straks freestylen. Ik hoor, Jay kan ook freestylen. Archie kan ook drinken. Niet freestylen. Je kan niet freestylen? Tuurlijk wel. Archie, maar je bent begonnen als rapper, Archie. Ja, toch. Jouw favoriete, jouw beroemdste lijn is... Ik denk... Je weet het, hè? Ja, man, Kanus. Ik wil niet stoer doen. Ik wil niet opscheppen, toch? Maar wat dacht je tegen dat? Je gewoon voor zon. Wat had je moeten doen van je? Ik was aan het freestylen, man. Ik was gewoon mijn element even raar, per ongeluk. Hey, maar ben ik de enige die niet weet wat deze story is? Nee, hij heeft gewoon een zin, zeg maar, die hij altijd vroeger gebruikte van... ik wil niet stoer doen, maar ik ben twee meer zorg. Dat was het dan? Dat was echt bedacht ook, zei jullie van, dat ga ik altijd zeggen. Ik voelde me echt... ja, man. Ik hoor je. Op score ook, iedereen zei het, je weet toch? Ja, was leuk, was leuk. Hard. Maar je wou eerst rapper worden. Je moet hem even uitdoen. Je wou eerst rapper worden, pa? Ik vond rapper gewoon leuk. Ja. Het is niet dat ik rapper wou worden. Ik vond het gewoon leuk. Daarom, toen het niet lukte, ging ik ook gewoon door, snap je? Ja, dat ben precies. Maar, ja, man. Next MC meegedaan. Ja. Maar ben je begonnen als producer? Nee, man. Hij is begonnen als rapper. Mm-hmm. Dat is je eerste poko? Online, man. Ik weet niet meer, man. Weet je niet? Ik weet niet meer, man. Ik weet het echt niet meer, man. Ik kreeg één poko van vroeger met Serrano en Sam. Ja, ja. Maar je bent begonnen met Serrano natuurlijk, toch? Ja, maar jij was begonnen met Serrano, toch? Ja, veel in mijn jeugd met Serrano en Benny. Welke Benny? Benny is een songwriter nu tegenwoordig. Die met Bilal werkt? Juist. Die Benny, oké. Ja, ja. Vroeger rapte die zelf. Dus was ik gewoon met hun, man. Ook. Ja, zeg maar, je hele squad is zeg maar super lit nu. Ja, iedereen is aan. Iedereen heeft het gered op een soort manier. Hard, wel, man. Ja, man. Hard, man. Doop, toch? Ja, man. Dat is de hardste shit. Dat is de hardste shit, bro. Maar ja, daar kan jij ook over mee praten. Wij allebei eigenlijk, basically. Ja. Ik zeg altijd, met Puur ook heb ik toch zo van een soort van Kim Keizer is super lit. Hussein is zeg maar super lit. Giancarlo is nu zeg maar de Nederlandse serie aan het doen. Gewoon dik aan het gaan. Ja. Michael Middelkoop is ook gekke shit aan het doen. Wie is er nog meer, meegedaan met dat? Dat is altijd para, man. Als je zeg maar soort van terug kan kijken en denken, oh, dit. Mm-hmm. Dat was gewoon, dat waren mijn niggas. Ja, ik denk dat mensen ook om je heen je onbewust stimuleren, snap je? Motivatie geven. Als jij die ene guy bent van jij gaat, die mensen om je heen willen ook gaan. Ineens op een negatieve manier, maar je weet toch? Als je omringd bent met de juiste mensen met succes, wil je zelf ook. Je hebt geproefd, je hebt gezien. Precies, ja. Snap je? Ja. Ja. Van hoe dichter je bij, dat is ook heel gek, want soms. Juist. Van hoe dichterbij je staat, zeg maar, bij de succes, zeg maar, van dan. Ik probeer ook allemaal jongens mee te laten winnen, je weet toch? Allemaal mee te slepen. En ik zie ook gewoon bepaalde mensen die ik niet meer in die cirkel heb. Die zijn, ik wil niet zeggen faya gegaan, maar zijn nog steeds op die niveau. Je weet toch, en die mensen waarmee ik ben, ze willen ook. Ja. Snap je? Ja. Zulke mensen moet je ook om je heen hebben. Oké, okay, even dus een vraag van advocaat van de duivel. Hoe was het om afscheid te nemen van jezelf, jongen? Hoe het was gegaan was... Nee, niet precies hoe het was gegaan, maar zeg maar, hoe was het om dat... Dat gaf me gekke druk, man. Ik was mijn grootste speler kwijt, snap je? Ik was Messi kwijt, snap je? Ik was Messi kwijt. En toen, daarom ben ik op dat moment mijn eigen shit gaan doen als producer, toch? Toen ging ik het Beats by Esco album. En toen ging ik denken van, hé, wat is lit om te doen? Ik wil vernieuwing, verfrissing. Dacht ik, ik doe die Beats by Esco mega sessie. Juist. Je weet toch, legendarisch ook, broer. We waren daar, toch? Drukke deals. Zo, Atje was ook daar, ja. Was gekke, was een goede sessie. Je weet toch, dus... Ja. Toen begon ik echt met. Dat is ook zeg maar de Esco die ik ken, toch? Zeg maar. Ja, de Esco die altijd super fucking. Dus Esco kan zo fucking. Hoe zeg je dat? Enthousiast zijn over de toren dat hij jou enthousiast maakt. Ja. Wat ga ik doen? Zij belt je van: bro, ik heb een idee. Mega sessie. Jij, die. Maar jij, Kroeks en Atje moeten samenkomen. Jullie hebben het lang niet gedaan. Ja. Je weet ook het ook van eigen. Van ja, man. Ik heb. Ja, man. Ik en Kroeks en Atje. Dat ik hun zelf ga bellen van ja. Dat is, zeg maar, dat is zeg maar de Esco die je kent, zeg maar. Je ja, toch? Ja. Die enthousiasme heb ik soms te extreem. Je weet toch? Want ik ben een kinderachtige kill, bro. Als ik het niet krijg hoe ik het wil, ik word helemaal
para, je weet toch? Ja, ja, ja. Dus, maar precies, ja, broer. Dus ja, dat. Maar toen begon ik zeg maar echt te focussen op dat. Je weet toch? Want ik dacht van, nou, mijn grootste... En we zijn goed. Ja. Iedereen weet, zeg maar, het band met Joost is altijd sterk geweest. Het was wel een periode natuurlijk dat het even... Het is een lastige situatie, je weet toch? Dus het zou raar zijn als dat niet zou gebeuren. Maar daarna zijn we raar genoeg ook sterker uitgekomen. Ja. Zijn gewoon, onze band is nu op een heel ander niveau qua dat. Ja. Maar dus ja, het was fijn. Maar daardoor heb ik wel heel veel kunnen focussen op mezelf. Ja. Ik denk dat het ook zeg maar, zo'n tory is met wat hetzelfde als toen ik beweging bij Atje. En Black Eyes. Ik denk misschien, als ik terugdenk, zeg maar, denk ik van... Ik was sowieso kaka om weg te gaan. Laat maar dat voorop stellen. Wat? Je vindt het kakker? Ja, ik vond het sowieso, ik vind het nog steeds kakker, ja, zeg maar. Ja, ja. Maar soms denk ik van, als ik dat niet had gedaan, misschien had Atje dan niet gedaan, alle dingen gedaan die jij nu gedaan heeft. Ja, toch? Ja. Bro, weet je hoe vaak ik Joost zeg van, bro, weet je hoe blij ik ben dat je deze keuze ook hebt gemaakt voor jezelf en eigenlijk ook voor ons. Van Klasse liep te erg achter de feiten aan met Joost eigenlijk ook. Je weet toch, we konden niet zijn wat TN en Helle Cash, zeg maar, hebben gedaan, had Van Klasse... niet kunnen doen hoe deze hype was gedaan, maar ja. Gepolijst. Snap je? Ze hebben Joost echt op dat moment gepolijst. En die kracht hadden we op dat moment niet. Je weet toch? Ja. Snap je? Ja, ja, ja. Dus het is wel gewoon, ik ben blij dat die move is. Wie heb je allemaal ontdekt, man, bro? Ja, Jo Silvio. Loutje. Ik moet Latifa half, want Cho was wel net met haar bezig. Volgens mij, toen had hij haar gebracht naar een sessie, volgens mij. Toen was het eerst voor elkaar... Had je wel eerste release met haar? Ja, ik had wel de eerste release met Latifa. En die eerste 101 bars toen was met Van Klasse. Ja. Dus ja, Latifa, Loutje, Jo Silvio. Nu, waar ik echt super trots op ben, Tess, nieuwe producer. Gubes, nieuwe producer, die doet heel veel voor AK. Tess doet voor Joost veel, voor Biggie ook veel, voor al die boys. Even kijken, man. Wie hebben we nog meer? Nigga, mijn nigga. The Wall of. Flow natuurlijk. Guy van Day One, tuurlijk. Flow, heb je Hansi, Jermaine Niffer. Woenselaar was al. Had is Hansi nog bij jou? Nee, Hansi ook weg, man. Hij zit niet bij mij toevallig, man. Hansi bij jou nu? Ja, klopt. Ja. Hansi zit nu bij jou, man. Ja, man. Hard, man. Gefeliciteerd, man. Ben er niemand zit bij Van Klasse nog, man. Ah. Bewust ook, je weet toch? Ja, want Van Klasse is verkocht. Ja, toch. Mm-hmm. Wat heb je gedaan met de 3 medies dan? Relax. Wie heeft die 3 medies gezien? Relax. Ik ben morgen jarig, weet het. Ja, hoor. Laten we zingen voor Biggie, man. Lang zal ze leven. Lang zal ze leven. Lang zal ze leven in de gloria. In de gloria. Big brr. In de gloria. Surinaamse. Piep, piep, piep. Fristerie, hoe gaat die? Ja, wat? Laat maar. Hey bro, ben je niet half Surinaams? Ben je niet half Surinaams, bro? Hoe gaat die in Surinaams? Laat me met rust, man. Je weet hem niet, je bent geen Surinaams. Zie je wat ik bedoel? Hij is een aantal jaar. Ja, eigenlijk wel. Ja. Eigenlijk wel. Hoe oud ga je worden, Biggie? Ik hoor? Ja. Ik wil Barkie worden, maar ik denk 8 tonnies. Nee, maar hoe oud ga je morgen worden? Ja. Man. 25, man. 25. Zou wel pas. Ja, maar jong. Young stannen. Maar dan besef ik vandaag van, ik heb fucking veel meegemaakt. In die wat leven. Heb je meegemaakt allemaal, pa? Die wat niet, bro. Die zit gaat diep, man. Film, hè? Film, man. Maar dus eigenlijk, mensen die 50 zijn, die denken van mijn hele dag aan het leven wat ze hebben gedaan. En wat ze kunnen eigenlijk niks meer doen. Zou je zeggen dat jij 25 jaar wordt, maar eigenlijk al een soort van 35, 40 bent? Ja, maar zeg maar een soort van meegemaakt hebt van... Toch? Ja, man. Soms denk ik een beetje van, die mensen die 40 zijn, hebben dit nog niet eens meegemaakt. Ja. Hebben jullie eens vastgezeten? Nee, man. Geen strafblad, niks. Schoon. Ik ben schoon. Dat lekker, hoor ik ook in je interview, toch? Maar toch willen ze me niet laten optreden. Oh, nee? Nee, bro. Die mannen geven me... Ze stoppen me gemeente, burgemeester zegt... Veiligheid. Stuurde. Kinderachtig. Stuurde, dat is kakker, man. Geef van de jongen geen opportunity. Ja. Dan dus op een moment zeggen ze toch van, ga toch maar de straat op. Precies. Want je maakt gewoon muziek, toch? Je doet niks anders. Nee, maar gewoon muziek. Precies, muziek. Ja. Niks ernaast, snap je? Ja. Maar, ze zeggen, onschuldig toen het tegen de bewezen is. Ja. Snap je? Maar je hebt geen strafblad, je hebt niks. Nee, ik heb wel een taakstraf in nu. Wat moet je doen? Zo, ik
Ik als een intake, man. Die intake, je weet nog niet wat je moet doen. Die ding is van 2016 of zo. Wat had je gedaan, bro? Wat had je gedaan, man? Bro, niks. Ik heb nooit wat gedaan, snap je? Maar lekker, ja. Als iets ouds. Weet als je lang niet van iets hoort en opeens moet je. Ik moet beginnen dat jij moest je voorkomen. Na 5 jaar of zo. Ja. Heb je 100 uur taak of 40 uur taak? Ik heb zo lang geleden, ik heb een hele carrière nu voor me. En dan ga je mijn taak eraf geven. Vaya. Snap je me? Ja. Vaya. Heb je net straks gedaan, Asje? Heb ik nog niet vastgezeten of zo? Nee, man. Jullie ook nog niet, hoor? Nee. Uurtje wel. Gewoon politiebureau. Uurtje gewoon politiebureau. Dat zijn domme dingen, ja. Niet echt. Ja. Jij? Ook als scotiebureau alleen en zo, man. Alleen dat. Big, hoeveel kosten die tanden van je dan? Je expose die, man. Gratis. Nee, maar je zegt altijd over die tanden. Je hebt een goeie, hij heeft wel een goeie gezet. Maar ik doe mijn huiswerk, hè. Ja. Je hebt mensen op Instagram die gaan voor die mega deals. €600, kom nu. Er zijn een paar niks met die €600. Dan ga je die Danny Roeven krijgen als je terug moet gaan. Gewoon nog Danny, hè? Danny Roeven. Maar dat ben ik niet meer. Shit. Waar ben je geweest? In Turkije, man. Turkije. Ja, man. Ik heb het per ongeluk gehad, man. Maar mijn zijn zeg maar, ik heb gewoon een soort van normale kleur genomen. Mm-hmm. Dus ik heb niet. Heb ook gedaan? Ja, ik heb gewoon. Als jij niks had gezet. Gezegd, never. Daarom, dat wou ik. Nee, ik zie het ik wel. Ik ben fire, man. Het is glad, snap je? Ik kan niet, man. Dat wou ik. Ik wil niet. Zeg maar. Ik kan niet. Ik ben gegaan voor gesprek. Ze ja, zeg maar ik, in Nederland gaan ze zeggen, ga niet. Ik heb een te erg, een beetje overbeet, toch? Maar als ik dat doe, het bos gelijk. Binnen 2-3 jaar, het is gebost. Nee. Ja, is fokken, bro. Ja. Dat zeggen ze in Nederland, snap je? Dan moet je naar Turkije gaan. En dan pas je zegt, dan kan alles. Dan kan alles. Ja, tuurlijk. Maar ze zeggen van, je kan het doen, maar na 3-2 jaar is fire. Is cap. Je moet gewoon goede dingen, weet toch? Je huiswerk goed doen. En dan. Ontspan. Ja. Is dat iets wat je wilt doen? Ja, ik heb er wel voor nagedacht. Misschien in de toekomst. Ja. Ja, man. Ik heb het per ongeluk. Biggie heeft me wel gemotiveerd of zo. Hij heeft die goede smaak toch? Ja. Maar ik zeg je eerlijk, nu is het 15 jaar. Maar hierna ga ik die in platen zetten, ken je dat? Dus gewoon al je tanden eruit en dan gewoon poef. Maar jij boven, beneden gedaan, alles. Ja. En kijk beneden? Ja, jij gaat kwijt. Dus nu wil ik gewoon die implanten zetten. Dus gewoon echt inboren, alles. Ja, voor ik 40 ben zo. Als je oud bent, je moet die young boy nog zetten. Je moet altijd voor de young man. Ja. Je bent niet daar, Jay? Nee, ik ging met mijn tantas praten. Hij zei, maar bro, die mensen die dat doen, willen wat jij hebt, man. Hij liet me gewoon in de spiegel staan. Kijk naar je tanden. Die mag je me gewoon brengen van. Ik heb gewoon enkele. Het is een beetje. Je gewoon. Ja, ik heb gewoon solid, maar ja, weet toch, die white is wel aan. Ja, maar doe je ik vind de het reiniging? Wel nice. Doe je wel die reiniging? Die pak ik wel. Straight up, man. Moet. Ja, maar ik ga 2 keer per jaar sowieso naar de tandarts en mondhygiëniste, man. Heb je die niet? Nee, wat zeg ik? 2 keer per jaar naar de tandarts, 2 keer per jaar naar de mondhygiëniste. Ja, precies, man. Ja. Ik wou, voordat ik dit ging doen, heb ik mijn man. Moeten cleanen, ja. En daarna heb ik het nog een keer gedaan. Ik heb het niet lang, ik heb het nu. 8 maanden of zo? Nee, donderop. Ja, man, pas man. Maar in Nederland zou je andere tips geven. Ik was naar Nederland gegaan, naar ergens in de schuit. En van, nee, maar jij kan helemaal niet. Jij moet eens 2 jaar beugel. Zijn ze dat echt? Ja, natuurlijk. Ik zei, nog spang. Dus je gaat daar naartoe om het snel te fixen. Nu wachten ze, laat ze je 2 jaar gaan. Ja. Maar wat zeiden ze dan? Wat zeiden ze tegen je dan? Ik moest betalen voor die advies daar. Maar waarom kon het niet? Omdat mijn tanden niet recht genoeg waren. Zo. Ja, die tori hebben ze wel ook echt op mij gegooid. Ja, maar is cap. Ik ga naar Turkije. Maar wat wil je? Wil je deze kleur? Wil je deze kleur? Ja, hij vraagt niks. Ja, maar de eerste dag je tanden hadden gelijk geslepen. Niks is aan de hand. Maar, broer. Broer. Maar hoe geslepen? Ja, kijk, bij mij was ik had wel grote tanden. Dus mijn tanden hebben ze niet veel geslepen. Maar als je het ziet, is het wel erg, snap je? Okay. Maar ik kwam mijn tanden sowieso niet meer hebben. Dat is het, jij weet al van je gaat. Ja. ik wist al wat ik wou, snap je? Ik dacht, fuck die dingen, man. Maar broer, ik hoor te veel de laatste tijd. Die mensen die het nu 2 jaartjes hebben, 3 jaartjes hebben. Iedereen heeft complicaties, bro. Zoals? Ja, ik kan er niet opnoemen wie, maar... Nee, maar wat voor complicaties? Tandvleesfaya. Die tandvleesfaya gaat. Nee, maar dat is dat is gewoon verzorging, toch? Dat is... Jullie vergeten of niet hebben gegeten, het flossen, weer flossen, tanden poetsen op tijd. Ben je die nigger? 2 keer poetsen per dag? Als je mijn badkamer ziet,
Ik heb een tandenborstel. Mm-hmm. Naast die tandenborstel heb ik een elektrische tandenborstel. Mm-hmm. Naast die elektrische tanden heb ik die tongenschraper. Maar Nico, dat is een Tori, maar heb je die? Nee, ik heb hem niet zo, maar ik heb een soort borstel. Als je hem omdraait, heeft hij die tongenschraper. De tongenschraper, Tori, dat is mijn nigger, man. En na die tongenschraper, dan heb ik nog... Die, hoe noem je dat? Wat ben ik hier laatst bij? Weet je? Die zat er... Mondwater. Die listerie... Mondwater, ja. Hij neemt dus die paarse, mondwater die is paarse. Eigenlijk niet zo goed. Nee, is troep eigenlijk. Nee? Mondwater is eigenlijk niet zo goed. Ik doe het ook wel soms gewoon voor die frisse feeling. Ja, toch. Ja, daarvoor. Dat is eigenlijk niet... Is niet goed, hè? Is eigenlijk niet goed. Dat zijn zeg maar die fire tories voor je tandvlees en dat soort. Nou, bedoel ik één ding niet denk goed, want ik ben echt... Dus aan mijn tanden besteed ik sowieso minimaal 10 minuten in die douche. Ja. Of ik even een slechte tandarts, want ze zeiden wel, die paarse nou is goed. Die Listerine? Ja, man. Ja, misschien worden ze gesponsord, man. Misschien ze ja, met snap je? Ja, ja, dan heb ik een slechte tandarts, man. Ja, man. Ja, maar 10 minuten tanden. Kella, iedereen kent Kella. Met al die go-go's. Ja, toch? Kella is van, hij zegt altijd, 15 minuten poepen, 5 minuten douchen. Goed, hè? Bij mij bestaat snel douchen niet. Nee, bij mij ook ik niet, moet scheiden voordat ik douche, man. Ja, tuurlijk, maar ik heb sowieso een bepaalde tijd dat ik douche. Wat, hoe laat? 15 minuten, sowieso. Ah, oh, die gewoon, ja. 15 minuten. Als je zegt, ik ga snel doen, lig ik. Liggen, ja. Ja, man. Gewoon... Ook al doe ik snel, kijk op die tijd 15 minuten. Ja. Maar je vindt 15 minuten lang, zeg maar. Ik kijk DVD, 15 ik, minuten ik, douchen, ik kijk DVD, ik kijk 15 Netflix. Minuten aankleden, ik ben een half uurtje, kan ik ready zijn. Dat is wel snel, man. Ja, ik vind dat ook snel, man. Mm-hmm. Nee, maar ik ben niet in de kappen, in de borstelen en zo. Die dingen, ik doe sowieso gewoon. Jullie golfjes? Gewoon, zeg. Wees. Ik ben ook een snelle nigger. Ben jij een snelle nigger ochtends? Nee, maar iedereen klaagt altijd, man. Ik kan ochtends wel snel zijn, man. Nee, man. Ik ben ook geen eter. Ben je anders? Moet je gelijk eten? Maar je kent die Tori toch? Ik moet chappen, man. Moet je chappen ochtends? Ik moet. Ja, man. Maar dat is omdat je niet meer rookt. Ik denk dat het is gewoon een soort schema die ik in mijn libido heb gehad door... Vroeger was ik sporter, toch? Dus je staat eerst wat je doet, je staat op, je eet die soort bepaalde voedingswaarden moet je binnenkrijgen. Die eiwitten, koolhydraten, vitamines. Dus ik heb het mezelf echt aangeleerd, man. Ja, ik moet, als ik in de ochtend niet eet, is het een probleem. Ik heb sportopleiding. Ah, opleiding. Dus ik moest voor alles doen, ja, man. Ja, ja. Maar wat eet je dan ochtends? Over het algemeen, laten we zeggen, kwark met crisley, banaan. Dat is wel de... Want je bent nog in de gym blijven nu, toch? Ik ben al een paar... Ik zeg je eerlijk, ik ben al een... 2-3 maanden niet in de gym geweest. Maar ik zag om in. Ik was wel echt busy met die gym. Transforming. Je was transforming. Ik ging wel een beetje de slechte kant op voor mijn gevoel. Maar ik deed het vooral ook. In die coronatijd was het toch een beetje een soort van gat gevallen, weet je. Je moet toch wel iets gaan doen. Gaan doen, ja. Toen dacht ik, weet je, laat me gewoon naar de gym gaan, man. Ja. Laat me gewoon naar de gym gaan. Ik kon ook niet zingen op een gegeven moment. Ik had last van mijn stembanden. Mm-hmm. Ik mocht niet zingen. Een jaartje niet gezongen. Precies dat jaartje heb ik extra tijd in de gym gestopt. Geen shows? Je kan niet zingen, dus geen shows, man. Ja, het mocht niet eens, maar ik had een verlamde stem, man. Jay, jij bent een nigger die geblest is met een hele mooie stem. No homo. Thanks, man. En jij mag ook heel vaak... Shout-out naar Nega. Oh nee, dat was Brace. Nega heeft die pokoe al geschreven, though. Welke? Brace zegt toch, ik ben geboren met een mooie stem, twee hits. Heeft Nega die geschreven? Nega heeft die geschreven, hard, man. Ja man, schreden op. Shout-out naar Nega. Ja. Hard, man. Shout-out naar Nega voor die. Vraag jezelf. Vraag jezelf eens af. Hard, man. Wat ik al vraag, jij bent geblest met een mooie stem. Je bent ook iemand die geblest is met zeg maar, het geluk dat jij mag, heel vaak mag optreden op trouwerijen. Mm-hmm. Jij mag, zeg maar, ik denk dat jij zeg maar, soort van de, misschien de mooiste en de gekste shows, zeg maar, de locaties en zo zeg maar, van shows. Ik zie wel lijpe shit, ja. Toch? Ik zie wel echt lijpe dingen. Soms moet ik naar het buitenland voor één poko en dat soort dingen. Ja, ja dat is ja, leg uit. Ja, gewoon, maar soms bijvoorbeeld, ja, het kan echt vallen. Soms huwelijks aanzoeken. Ja. Op een of andere manier... voetballers misschien dope. Mijn baby? Mijn baby, volgende stap, is ook eentje die echt... Volgende stap is mijn poko, man. Hey, die wordt echt vaak gevraagd. En dan moet ik gewoon... Weet je wat mijn poko is? Johnny, man. Van jullie twee. Zo, Johnny, weet je nog? Hard, ja, man. Ja, man. Zo, we hebben ook wel wat leuke dingen gedaan. Ook paar gekke dingen, maar mijn hossel. Nee, maar om terug te komen op die shit. Die voetballers, die gaan los, man. Hard. Die voetballers betalen goed. Ja, dat sowieso. Maar ik bedoel, het is ook dope om te zien van... Je bent gewoon een deel van dat moment. Snap je? Je bent gewoon een deel... Bijvoorbeeld... op die Adamtoren heeft gewoon die hele bovenkant gewoon afgehuurd. Bijvoorbeeld, ik ga niet zeggen wie natuurlijk, maar moest ik daar gewoon staan, ben je gewoon een accessoire, zeg maar. Je bent een onderdeel van die hele tori. Dus er is een tori die meid komt binnen, gebeurt al iets. Dan sta je daar bij zo'n wand met bloemen en dan sta jij te zingen. Ja, toch sta jij te zingen. Het is gewoon die pokoe en klaar. Hard. Ja. En welke had je gedaan? Volgende stap waren ze, man. Ja, man. En that's it, man. En dat is gewoon meer dan een show, hoor. Het is trouwens een geharde beat, man, die volgende stap, man. Ja, ik zeg je eerlijk, die producer, ik heb daarna nooit meer een hit met hem gemaakt, maar nee, het is deze man. Hij is volgende stap, man, bro. Wist je niet? Ja, dat is je nooit gezegd dat het je favoriete poko was. Nee, maar... Is onze eerste samenwerking eigenlijk, toch? Ja, zeker. Toch? Ja, maar Archie is een goede producer. 100%. Wie vind je een betere producer, Architects of Esco? Zo, vraag hem iets, man. Architects is homo.
Ik hou van dit. Ik ben geen homo, ik ben wel lesbisch. Ik denk dat jullie allebei goed zijn. Ja, politieke antwoorden, hef man. Nee, want kijk, zeg maar, als je is wel zeg maar een clubnikker, zeg maar. Klopt, het is niet te vergelijken. Ja. Als je zeg maar soort van, als je wilt schuren en je wilt naar Oslo gaan met een jockey met melk, dan moet je ja, toch, dan ja, moet je toch, ja, toch, checken. Ja. Boerderij Arsi moet je. Als je trap praat, als je trap praat. Ja. Zijn er weinig niggers, los van Esco, zijn er weinig niggers die kunnen, of los van Arsi, zijn er weinig niggers die kunnen fokken met jou, pa. Dat is een real shit. Dat is een real shit, zeg maar. En nu heb je ook nog zeg maar een soort van. Ik wil niet niemand disrespecten, maar je hebt ook zeg maar een soort van je niggas gevonden, je squad gevonden, je, ja, soort van je protégés, ja, je kids. Ja, toch zeker. Je weet toch, die ook zeg maar op die level produceren, zeg maar. Dat is fucking hard, man. Ja, zeker, man. Daarom echt, broer, shout-out naar Tess, shout-out naar Gubes. Wie vind jij de beste producer van Nederland, dan? Bro, dat was wat ik precies wat ik hem had vragen. Buiten je eigen squad, wat zou jouw top 3 zijn? Sowieso Boas, voor mij op 1. Boas is voor mij... Anders. Ja, we praten te weinig over Boas, hè? Ja. Snap Boas, dus, je weet toch? Ja. Dus voor mij één. Hey, Boas, ik zat in hetzelfde gebouw met Boas. Mm-hmm. Als je bij Boas langsloopt, zeg maar, is het leuk. Soms loop je langs bij, weet ik veel. Kan je iemand zijn stem horen, toch? Je kan. Ja, toch eindelijk, man. Shit, man. Die man ligt gewoon tegen ons. Ja, hij ligt gewoon. Ik ben gestopt met drinken. Ja, maar wanneer gaan we naar die fucking gym, man? Je loopt te praten en te genieten van het leven. Ik ben aan begonnen, hoor. Yo. Ik ben persoonlijk in een vlak achter je. Niet dat wat ik eet en wat ik drink, bro. Wanneer ik daar... Nee, gaap, je liegt. Die man laatst... is vandaag jarig, Laat bro, laatst ik spreek met die man af. McDonald's. 3 uur. Die man is er 3:15. Ik spreek volgende dag af met die man. Jim. 4 uur, volgens mij. 8:30 is hier er nog steeds niet. Maar dat zijn echt stories van Biggie, man. Ben je zo, broer, nee, wacht, laat me uitpraten. Weet je waar ik om niet? Eethuis Ricardo's. Wat aan het chauffeur? Stop met dit. Mag ik 3 afspraken met mij? Ik kom niet op dag. 4 afspraken kan je me niet verwachten, bro. Als je niet naar mij rijdt, dat is ook waar. Dat zie je me niet. Dat is ook waar. Snap je? Dat is ook waar. En dan ben je nog vriendelijk om je te ontvangen. Ja. Dan kan je niet zo praten. Heb je eten voor hem betaald? Hij wil niet eten als op dieet. Ah. Als ik gestopt met drinken. Ja. Nee, maar kijk, dit is zeg maar niet. Dit is niet die. Ik word drongen worden. Dit is die. Er is ijs daar als je wil, hè? Nee, maar ik drink ook gewoon. Gewoon puur? Ja, man. Oké. Okay. Ja, toch? Maar terug naar Esco. Soms kan je, ik zat bij Boas in hetzelfde gebouw. Oh, ja. En soms kan ik langslopen, zeg maar, bij Boas. En dan weet ik veel, bro. Ik word gewoon fucking Justin Bieber. Ja, toch? Bro, ik loop langs, ik hoor fucking Bruno Mars, weet ik veel wie allemaal. Bro, deze man is een soldaat. Ik heb deze man 1 keer gezien, 1 keer 1 sessie met hem gehad. En ik was net die Miley's tijden, Kivas tijden met Seven, toch? Ik was met, volgens mij met Ronnie. Miley's heb jij gemaakt, hè? Ja, toch? Ja, man, voor die bro. Miley's? Ja, tegen zo'n bro. Miley's? Ja, dat zijn gekke bangers, man. Ja, zijn gekke bangers, misschien man. Top 10 beat ever Nederland, man. Ja, als ik er naar terugkijk, kijk er heel anders naar, man. Ik denk Miley's wel. Miley's was een nieuwe, iets nieuws, man. Ja, maar gek. Seven ook erop, zeg maar, van die... Seven en ik hebben wel veel, veel gekke dingen gedaan, man. Onze eerste sessie, mijn eerste sessie met Seven was met jou. Ja, nee. Mijn eerste sessie met Seven was met jou, bro. Was met Jonna, toch? Of nu trip ik? Met Hoop Ellende. Was dat eerder? Ik blij. Volgens mij wel. Maar hebben jullie dit toen samen gedaan? Bij jou thuis toen? Ja. En daarna was het in een soort buurt, zat je in een soort buurt thuis? Ja, ik zat alleen maar rare plekken, bro. Ja, man. Ik weet nog, ik kon niet smoken. Ja. Of kon wel smoken? We konden wel smoken. Het was een soortachtige kerkachtig buurthuis in Lely, bro. We mochten daar, je weet toch, even zijn. Ja, want we konden nergens, snap je? Gingen we daar even joint als. Ja, Seven was 15, 16 of zo, volgens mij, bro. Ja, bro. Ja, bro. Gek, man. Para. Maar soldaat, bro. Dus oké, die tijd, ik zit met Ronnie. Deze man gewoon relaxed, hè. Hij laat één pop horen van Young Talk, Justin Bieber. Ook een grote rapper. Hij zegt, bro, wil je er niet aan zitten? Dan kunnen we het opsturen. Ik dacht, wat? Ja, ik ken deze man pas, je weet toch?
Hij gunt me nu al iets te slaan voor deze mannen. Je weet toch, bro, ik heb misschien 2 dagen niet geslapen. Ik heb 20 beats op die vocals gemaakt. Maar ja, bro, het is er niet geworden. Je weet toch, ze krijgen 1000 aanvragen. Precies, ja. Maar gangster, je weet toch, hij gunde me gewoon van hier. Hier zijn die vocals. Kijk wat je ermee kan. Als het hard is, dan... Is het hard, ja. Je weet toch? Maar zo'n real shit, man. Daarom. Doop, man. Maar los van dat, hè, dat is niet de reden waarom ik hem de hardste producer vind. Boa, ik heb sinds ik hem ken... heb ik echt heel erg naar hem opgekeken, man. Zijn sound is nog steeds niet te vergelijken met wie dan ook, ja. Vind ik. Zijn mix is abnormaal voor die tijd, abnormaal. Heel de fucking scene, aan zo'n real shit, heel de fucking scene, mm-hmm. heeft een preset. Preset, Boa's preset. Boa's gemaakt heeft voor Frenna. Ja, toch? Ja, Mattie. Ja, ik heb hem gezien, ik heb hem gezien bij mensen. Ik heb hem niet zelf, ja, maar ik heb hem gezien bij mensen. Hij heeft hem ook. Ja, ik heb hem ook. Broer, iedereen heeft die preset van Boa's, bro. Ja, bro, ik heb hem gezien bij mensen. Goat, die Tori heeft Frenna. Of niet? Bro, weet je hoeveel mensen in hun lappie hebben? Boa's preset. Weet je hoeveel mensen in hun lappie hebben, bro? Die Frenna Tori. Ja, maar bro, ik heb het gezien, man. Heel de koude scene, gek. Nee, maar kijk, Boa's voor mij één... Ja, bro, kijk, Reefers ook gestoord. Je weet toch, heeft ook voor in mijn jeugd... Als ik kijk naar producers van, wauw. Wat vind je hardste Reefers beat? Zo! Dat kan je niet zeggen, man. Jawel. Nee, man. Zou jij ook denken van... Oeh, bro, je kan het aan mij al helemaal niet vragen. Jawel, jij bent dichtbij. Dichtbij, man. Hardste Reefers beat. Oh, shit. Laat mij zelf ook denken, man. Denk ook even maar ik denk gelijk aan die Party Squad pokers, maar dat zijn niet zijn hardste beats, denk ik. Snap je wat ik bedoel? Ik zou Shanky wel in de top 3 zetten. Shanky ik zou Shanky wel in de top 3 zetten. Shanky? Ja. Maar ja, wat vind je van Geen Klasse, Geen Stijl dan bijvoorbeeld? Is hij Geen Klasse, Geen Stijl? Hij is Geen Klasse, Geen Fucking Stijl. Die beat stijl. Is abnormaal. Die jongen is niet goed bij zijn hoofd. Die beat is abnormaal. Ja, maar Geen Klasse, ja, maar bro, die beat, man. Sorry, man. Die jongen werkt echt niet. Nee, ja, die beat? Ja. Maar bro, weet je wat het is? Nu... gek. Ik heb hetzelfde met rappers, bro. Ik zag jou als mijn... jij was de hardste rapper voor mij, snap je? Maar nu ik echt in deze industrie zit... Ik luister gewoon veel te weinig naar rappers van nu. Je weet toch, ik luister dat gewoon... Ik weet niet waarom. Ik weet toch, en dat had ik ook met producers. Dus nu luister ik alleen maar... We zijn oud, bro. Is dat het? Ja, bro. Nee, maar ik ken nog steeds mensen op leven. Dat is mijn junta, dus ik blijf dat zeg maar soort van doen, zeg maar. Je hebt te veel gemaakt, toch? Zeg maar, je hebt een bepaalde standaard nu, zeg maar, van wat jij muziek vindt. Ja, dat is het, ja. Toch? Klopt. En je denkt gewoon van alles. Je weet toch wat ik bedoel? Het is heel moeilijk, zeg maar. Dat is echt een knop die ik elke dag om moet zetten, man. Klopt, ja, dat is het. Maar ik ken wel genoeg mensen, het is niet alleen leeftijd, die gewoon nog steeds onze shit blazen, broer. En die 40, 30, misschien zelfs bankoe zijn, bro. Snap wat ik bedoel? Dus ik weet niet of het per se met leeftijd, het is gewoon die industrie waar we in zitten, snap je? Ik kan nu zeggen, gewoon met een goed oor, kan ik zeggen wie ik nu... top 3 misschien producer van Nederland vindt, zeg maar. Maar ik zou niet kunnen zeggen, omdat... wat ik bijvoorbeeld dacht over een Boa's of een Reefers... dat gevoel ga ik nooit meer krijgen, denk ik, man. Denk je? Ja, nooit meer, ik denk dat het wel 2 redenen heeft. Eén is dat het in een tijd is gebeurd... waar het, laat ik zo zeggen, de kans was groter dat je dat landschap kon veranderen in sound. Ja, er was veel 100%, minder sound, sowieso. 100%. Reefers is denk ik wel iemand die bijvoorbeeld... een voorloper is geweest voor heel veel wat nu vandaag is. Ik denk 100%. Misschien zelfs wat Boa's is. Ja, man, dat zou heel goed kunnen. En, iedereen heeft zo'n respect voor je natuurlijk, ja, want toch? Iedereen heeft uiteindelijk zijn eigen identiteit gecreëerd in de tori. Bijvoorbeeld ook een Spanker die je dan niet kan noemen, bijvoorbeeld zeker. In zo'n tori. Zeker. Maar ik denk dat dat speelt, zeg maar. Dus dat landschap was toen anders. Dus ja, weet je toch? Dus die kunstenaars vallen eerder op die andere gekke shit doen. En dan toch een beetje het aspect ook van leeftijd, denk ik, man. En professioneel, je zit professioneel in die tori, snap je? Dus je kijkt anders. Weet je wat het is, boys? Gewoon eerlijk, weet toch, wat is een 10 doezel nu voor jullie? Altijd welkom. Dat is tuurlijk, maar los van dat. Altijd welkom. Toen jij 18 was, wat was een 10 doezel toen voor jullie? Heel anders, toch? Ja, true. Heel anders. En dat is zeg maar een beetje die tori wat ik dus heb met muziek. Zeg maar, we zijn het gewend. We weten nu al, we zijn al gepleased met... Ik ben in ieder geval al heel erg gepleased met muziek. Nu kan bijna niks meer echt overtreffen, je weet toch? Ik weet niet, ik denk dat je toch een deurtje nog open moet maken, man, bro. Ik heb mijn 10e album gemaakt, bro. Ik ga beginnen aan mijn 11e, bro. Ik vind deze shit nog ik leuk, dacht man. Ook ja, ik ook. Nee, maar ik dacht ook never dat ik nu nog actief zou zijn. Klopt. Ik dacht, nu ben ik al lang al andere shit aan het doen. Versta ik. Nee, maar ik heb het niet over, zeg maar. Maar met die gedachtes maak ik voor mezelf wel altijd mijn gekste shit. Omdat ik de lat echt hoog zet. En niet geforceerd, geen druk, maar gewoon van omdat ik heel... Ik ben niet snel tevreden met wat ik maak. Snap je wat ik bedoel? Dus ik zie het juist wel als een blessing. Maar voel je je nog wel uitgedaagd of getriggerd in deze tijd?
Zeker, man. Met mijn rap shit, wat ik laatst aan de, wat ik nu zeg maar doen, ben ik weer heel erg gemotiveerd. Oké, als producer minder? Ja, als producer rapper... wel veel minder. Okay. Kijk, ik vind het gewoon, daarom werk ik nu nog veel als producer met Joey. Ik vind die shit gewoon echt tyfus hard. Shit. Ja, toch? Dat is mijn shit. En dat weet je. Snap je? Boze beats. Snap je? Daar hou ik van. Dus dat soort dingen vind ik nog heel erg leuk. En dat geeft me wel weer uitdaging. Snap merk je? Merk je, dat is misschien een hele rare vraag, maar merk je dat het zeg maar een soort van die boze shit maken, dat het zeg maar bij elke artiest een periode is van hun carrière en dat het niet per se zeg maar een hele lange... Ja, je maar... kan zeg maar 10 albums maken in die shit. Begrijp klopt, klopt, klopt. Merk je dat? Zelf? Aan de andere kant kan je ook natuurlijk een meisje maken. Ja, klopt. Ja, broer, ik weet niet, maar ik ben gewoon heel simpel, broer. Doe wat de fuck je fijn vindt, want dan maak je de hardste shit. Als jij onder druk gaat presteren, ook als het met wat dan ook, je gaat niet de beste shit eruit halen. In ieder geval, mijn mening, je weet toch? Ga mij nu onder druk zetten. Je maakt ook altijd beats alleen, hè? Vaak wel, man. En je daarom nooit, dat... Ik heb nog nooit beats gemaakt waar anders spot was mee, wel? Jawel, ja. Maar, broer, wat is er met jouw brein, man? Broer, koud. Sorry. Ik heb volgens mij 3 of 4 producties op dat gedaan. Ja, we hebben samen gezeten, dagen. Heb je samen gezeten gemaakt, ja? Ja, broer. Ik kan me niet herinneren. Die misschien met Double. Ja. Heb ik een beat geslagen. Welke is die andere? Oh, weet je welke? Weet je welke? Die is gek. Ik ben in de naam kwijt, broer. Ja, ja. Hoe heet die pokoe, broer? Wat is nou? Iets met Morgen is niet beloofd. Ja, toch? En er nog eentje. We hadden gekke dingen gedaan op het album. Hele domme dingen gedaan, man. Ik heb die gouden plaat mooi in mijn studio hangen, man. Van koud. Ja, man. Laat me kijken. Morgen is niet beloofd. Ja. Wanneer zijn we safe, Kroeks? Wanneer zijn we safe, ja. Nee, die heb ik niet gedaan, hoor. Maar broer. Dat is Kroeks een beat. Wat Kroeks? Ook beats nu? Kroeks maakt beats nu. Wat? Ja, man. 3 soldaten is van hem. Ons. Wat? Ja, man. Allebei die clips zijn van hem. 3 soldaten en ons. Ja, man. 2 serieuze tunes, man. Een gangster, toch? Is er ook iets wat ik kan komen halen daar, Kroeks? Of wat? Desnoods dat we iets samen maken of zo, een pokoe samen maken. No, maar we kunnen een tune samen maken, dat is ook iets wat al lang had moeten gebeuren. Ja, man. Ja toch? Ja, toch? Oké, dan weten we dat. Ik is bezig met deal bij Noah's Ark. Dus er is budget. Er is budget. Jiggy gaat betalen, er is budget. Er is budget. Arjen, wij waren echt goede matties, man, bro. Ja, waren. Hij drukt het nog. Ja, want ergens is het misgegaan, bro. Ergens zou je opeens matties worden met die boys van Puna en met Brian MG en zo. Opeens zit je manager, je binnen opeens manager. Gans kom je binnen, kijken of ik geen rare dingen aan jou vraag en zo. Fuck aan, Arjen, wat is gebeurd? Waarom hou je niet meer van mij, man, bro? Ik hou super veel van je, man, bro. Ik hou van iedereen, man. Is niet speciaal, nee, ik wou net zeggen. Korte antwoord, man. Klaar je naden, bro. Ik hou van jou. Ik weet nog, ik ben al matties met jou. Sinds je komt naar studio met blikje Coca-Cola en zakje chips. Weet je hoe lang wij matties zijn, bro? Hoe kwam ik? Ik kwam in die Peugeot 106 met een blikje cola, warm. Een blikje cola was koud warm, bro. Net uit de supermarkt gewoon. En een zakje naturel chips. Niet in smaak, bro. Zout. Like, yo, dit is zout. je denkt, ik vergeet die dingen, hè? Maar deze was altijd gezellig. 100%. Ik zeg altijd tegen Arjen, luister dan. Als ik met jou in een studio ben en we zijn met z'n allen en er is één iemand die lacht niet, dan moet diegene oprotten uit de studio. Als je met deze man bent en je lacht niet, dan klop je niet, bro. Dan ben je niet goed. Dan moet je hier niet zijn, bro. Dan moet je weg. Ben je niet goed. Ik heb hem echt gezegd altijd, broer, als er nu iemand hier is en diegene lacht niet, de eerstkomende 15 minuten, moet hij weg. Ja. Dat is met Arjen. Zo moet de sessie zijn, toch? Ik hoor je. Arjen, je bent fucking succesvol als producer. Mm-hmm. Ik ben ook wel succesvol nu als rapper. Mm-hmm. Rapper, zanger, wat is dat? Artiest? Laat me zeggen, artiest. Ja, man. Artiest. Je bent ook succesvol artiest nu. Wat is je volgende stap, man? Wat wil je nog meer doen, bro? Hoor je wat hij daar heeft gedaan? Ja, man. Hij remixed het. Mm. Nou, maar ik denk... Ja, wat is je volgende stap? Ja, goddamn. Ik moest even denken, maar hebben ze het over? Maar de rapper in jou, die fixt dat, ja toch? Nee, maar gewoon dingen bereiken, snap je? Bijvoorbeeld, ik zag opeens miljoenen streams op mijn eigen pokus. Ja. Dat is voor mij al, hoe was dat? Wat dacht je toen? Ik heb mijn tijd verspild, maar ik kon het al lang doen. Zelf man. Doen, ja. Ja, toch, snap je? Maar als je was ook, zeg maar, die...
Arsje heeft mijn ogen geopend op een bepaalde manier, zeg maar. Iets wat, zeg maar, wat Esco nooit misschien heb gedaan. Spanker ook nooit heb gedaan, zeg maar. Jij was wel die nigger die, zeg maar... Was een real shit, Arsje. Je gaat me betalen voor deze shit. Maar laat me je credits geven. Arsje is de eerste nigger die mij, zeg maar, soort van autotune heeft laten gebruiken. Oké, okay, hij heeft die transitie gedaan. Ja, 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 want op een dag deed je het op. Ja. Hij hard, was die nigger. Ik dacht van, als deze nigger kan zingen, kan ik het ook. Is, die man staat met één zware stem. Die man staat met één zware stem. Hij doet een paar knikken. Klik, 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 klik. Die ding zingt. Asje. Toen dacht ik van, ik kan het ook, man. Maar hij ging me wel pushen. Hij ging me wel pushen. Van, wat die doet, man. En hij is ook de eerste guy die... Eerste producer van mij die ik meegemaakt heb, die een beat kon geven. En dan elke beat die hij had, dat vond ik soms ook wel grappig. Elke beat die hij had, had hij al een refrein op. Zeg maar, dus... Je kreeg altijd een feeling. Dat is hard, dat is hard. Je kreeg altijd een feeling, zeg maar, bij. Ook al wou je niet misschien die refrein gebruiken, maar er was wel een, zeg maar, een flow die ik fucking hard vond. Die flows waren altijd gek, of niet? Ik heb ook wel eens tekst van hem gepakt, man. En er zijn misschien maar 3 mensen in mijn hele carrière die kunnen zeggen dat ik tekst van ze gebruikte. Ja, en hij is daar één van. Ja, hard. Dat is echt lief van jullie, man, boys. Ja, maar nee, je moet je bloemen krijgen, bro. Nou, 100, man. Zeker, man. Dat is een real shit, bro. Waardeer het, man. Niet gaan huilen hier en zo. Nee. Maar je hebt wel echt je eigen lane gecreëerd, man. Ja, man. Dat is hard. Ik merk het ook. Dat is echt hard, man. Is toch lijp hoe eigenlijk het eerste wat je wou, wat gezegd werd tegen je van, no man, dat is hem niet, gaat je niet lukken. Dat heb je uiteindelijk gewoon linksom, rechtsom, onderop, bovenop, je hebt het gedaan. Ja, man. Maar ik zeg jullie eerlijk, ik heb ook veel van jullie geleerd, snap je? Gewoon van, ik kom bijvoorbeeld bij hem zien van, hij zet die stem zwaar, met die preset valt het zo van, ah, weet je toch, dat ga ik zo doen. Bijvoorbeeld bij jou, hoe je zingt, snap je? Bij Atje hoor je weer iets heel anders, bij die hoor je weer, snap je? Nu ga ik zelf in die studio. Ja. Blender zetten nu. Oh ja, nee, deze pissie ga ik dit doen wat Hef toen deed. Ja. Snap je? Ik hoor je. Zo word je beter, leer je eigen ding. Ja, man. Waar ben je nu mee bezig dan? Zo. Is dat de derde keer dat je de vraag was? Nee, helemaal niet. Wat is je volgende doel, toch? Nee, maar gewoon in de zin van, zeg maar, welke pokkers ben je nu mee bezig? Of wat is de volgende pokker? Ja, ik maak nu Esco gewoon... Esco zomaar hier zo gewoon... Nee, ik wil nu gewoon mooie muziek maken, snap je? En niet... Niet alleen, zeg maar, focussen op die Biggie Billen dit. Of, snap je? Cola Batras King. En ook gewoon even focussen met inhoud, snap je? Daar ben ik nu even op gefocust. Dus even kijken hoe dit uitpakt. En dan ga ik het pad vanzelf zien, toch? Ja. Mm-hmm. Dus wat, we gaan niks zeggen gewoon? Ja, ik heb een... maar shout out jou, man, Jay. Goddamn, help een nigger, man. Ja, nee, ik heb een hele zware pokoe met Jay, man. Heel zwaar. En dan ga je horen wat voor singing deze man is. Hij pakt overe tonen dan mij, man, in die tune. Ja, man. Je wilt het niet speelt horen, Curaçao model. Je mag het preview als je wil, klein stukje. Ja. Je kan een stukje preview. Als het mag van Jay, als het mag van Jay. Een zijn tune. Niet opeens je pornofilmpje aan. Hij kwam met een kant-en-klare tune bij me, hij liet het me horen. Hij heeft me ineens gevraagd om erop te komen, bro. Ik heb hem gezegd van, hey Arsje, kijk dan. Ik weet niet wat je gaat doen. Ik ga iets erop tapen. Desnoods haal je me eraf, maar ik ga wel iets erop tapen. Ja, man. Moest je ook praten met zijn manager? Ja, gelukkig niet. Gelukkig was hij tevreden. Ik zag hem net kijken. Ik zei preview. Ik zag je kijken naar je manager van, mag het? Nee. Hoe heet die pokoe? Je moet hem wel aankondigen. Nee, kappen, man. Nee, je moet hem aankondigen, bro. Verkoop die pokoe. Tuurlijk, ja, als je gewoon die pokoe anders doet met Jay. Volgende single? Kort. Ja, maar denk het wel, man. Ja. Ik zet hem gewoon een refreintje, ja? Ja, toch. Zeg jullie toch die man op te hij zingen? Hij werkt. Ik zeg toch die man hij op werkt. Te zingen, man? Hij werkt. Ja, man. Hij werkt. Anders doet. Wanneer man. Ga je me weer op een pokkel zetten dan? Ik heb je laatst gecheckt, man. Wanneer heb je me... Nee, lieg. Nu ga je kappen met die dingen. Wanneer heb je me gecheckt, bro? Laatst. Maar hoe? Je zegt even het haast. Oh. Ja, dan ben ik al klaar met het gesprek, joh. Maar Nick is man, druk, man. Bro. Nick is druk. Ik moet ook met mijn manager praten. Ik moet kijken naar solo. Net als jij kijkt. Ik moet kijken naar solo van ja, wat kan dit? Wanneer? Weet je toch? Maar dan waarom vraag je hem nu om een pokken te doen?
Je zegt, je hebt druk. Nee, ik wil het wel doen. Ik heb het wel druk, zeg maar. Gewoon, moeten we gewoon checken, maar. Maar je maakt gewoon tijd voor me, toch? We gaan die band opnieuw opbouwen, of niet, bro? Ja, man. Ja, man. Kijk. Hef is wel van mijn album gegaan. Ja? Klootzak. Ben ik van je album gegaan? Ja, bro. Ja, hoor, ik was boos op jou. Ja, klopt, man. Maar let's zullen wij zeggen... Leg uit waarom ik boos was op jou. Wil je het echt bespreken? Ja, man, let's go, man. Ja? Tuurlijk. Dan wil ik het uit jouw mond horen, man. Oké, dus... Gisteren toen ik je belde ook, toch? Mm-hmm. Oké, ik zeg tegen Solo... We hebben elkaar een jaar niet gesproken, hè? Ja. Ja. Ik zeg tegen Solo, Biggie. Ik zeg tegen Solo... bel Esco. Check of Esco wil komen, zeg maar. Solo belt. Of check Esco. Esco zegt... Ja, ik wil wel komen, maar Hef moet me eerst bellen. Weet je dat? Dus nu, we hebben een tory gehad, zeg maar. Eigenlijk geen tory gehad, maar... Het heeft mij gewoon geraakt, zeg maar. Want Esco en Nick, ja, zeg maar... Ik heb nog nooit van mijn leven nee gezegd tegen jou. Dus zeg maar, soort van die wat ik net zei over die enthousiaste shit. Zeg maar, als jij mij belt van, yo, ik ben hier, dit wil ik doen. Papa, ik zie jou dit doen, ik zie jou dat doen. Je moet, ben ik die nigger van, oké, let's go. Je weet toch? En toen was ik met Rokos begonnen. Toen was jij natuurlijk, zeg maar, in je burn-out. We hebben veel gesproken ook. Ja, je hebt veel gebeld ook in die... Ja, man. Ja, toch? Ja, man. Dat ben ik ook niet vergeten, toch? Ben ik niet vergeten. Broer, ik ben een nigger die kleine nog steeds. Ik bel kleine gewoon van vakka. Ja, toch? Ben je cool, zeg maar. Mm-hmm. Je weet wat ik bedoel. Van, Ja, je hebt maar veel gebeld. Ik ben gewoon, wat dat soort dingen betreft, ben ik gewoon een nigger die wakker kan worden soms op sommige dagen en gewoon kan denken aan iedereen en kan denken van, joh, weet ik wat, deze man moet ik even bellen nu, maar fucker. Mm. Ben je oké? Ben je cool? Weet toch wat ik bedoel? En ik had in mijn hoofd van, ik had graag die eerste gesprek met jou gedaan. En dat was jammer genoeg niet zo gelopen, mm-hmm. Omdat jij mij niet kon bereiken, zei je. Broer, je weet het, broer. Dan moet je die hele tory geven, bro. Je moet die hele tory geven. Oké, vertel jij. Neem het over. Zeg maar, toen ik al in die shit zat, was er ook was net begonnen inderdaad. Oeh. Toen zei je al van, hey, bij een van die eerste afleveringen, kom. Toen zei ik echt van, ik ben nog niet ready. Je weet toch? Toen heb ik je gezegd van, oké, ik ben ready. Toen was ik veel met deze man. Ja. Ben elke dag met deze man. Maar in zelfs dat moet ik je een soort van shout-out geven. Mm-hmm. Want zeg maar, deze man is de eerste nigger die tegen mij zei ook van... Ik heb altijd een soort hoofdpijn met rookworsttafels creëren, toch? Zeg maar, van oké, wie gaat wel met elkaar, wie heeft geen ruzie met elkaar, wie... Je weet toch wat ik bedoel? Tuurlijk. Mensen denken dat het makkelijk is, zeg maar. Het is best wel een tory, zeg maar, om elke keer weer, zeg maar, ook vier niggas op tijd hier te hebben. Man, je weet wat ik bedoel? Ja. Ik weet niet meer wat ik wil zeggen, man. Je wou me respect geven voor iets, maar ik weet niet meer van wat. Ja, jij was de eerste nigger, zeg maar, die zei tegen mij van... Oké, Bandy, dus jij belde mij, zeg maar, weer fucking enthousiast. Bandy, oké, kom naar Rookworst. Ja. Die tafel moet zijn Ikke, Biggie Dagu, K.A. Mm-hmm. En... Die boys waren, dachten aan kleine, van laten we met z'n vieren zitten. Je weet toch? Dus deze man belt mij met een idee over mijn podcast. Ja, want dit moet die tafel zijn. Je weet toch, Biggie en K.A., dat zijn mijn boys. Je weet toch, dus ik dacht, dat is echt een lauw idee. Snap je? Goede tafel... Je weet dus die eenaar mind. Ja, dat kan ik waarderen. Dat kan ik, bro. Dat is some real shit. Ja. Ik kan het waarderen, zeg maar. Ja. Ik kan het waarderen. En zeg maar, als ik terugkijk, ook, zeg maar, ben ik ook een bitch. Zeg maar, soms ben ik ook, zeg maar, van, ik ben ook soms in mijn feelings en dan ben ik ook kan ik ook een homo zijn. En dat noem het, broer, en dat vind ik gangster, broer. Dat is gangster. Je hebt me gewoon gezegd van, toch? Maar bad, sorry. Ja, weet toch? Soms moet je gewoon zeggen, gangster, het spijt me. Ben je een nigger die kan zeggen, het spijt me? Huh? Nee, man. Je zegt nooit, het spijt me. Klootzak. Lul. Jay, ben jij daar? Ik kan wel gewoon, als ik zie dat ik faal ben, dan kan ik het wel toegeven, zeker weten, man. Ja, man. Als jij? Oh, man. Ja, dat is sterk. Ja. Jij ook? Ja, zeker, man. Ja, zeker. Toch? Als ik echt. Ik heb ook wel best wel goede. Ja, man. Wat? Hij kan er niet tegen. Nee? Nee, maar dat is niet de afspraak. Ja, kepper. Niet keppen. Noem nu een voorbeeld. Wat een keer in de weddenschap. En nu? Zeg maar, boem, dit hebben we me niet gezegd. Ja. Dat is niet de afspraak. Ja, dit doen. Naspang. Maak je verhaal af. Waar hadden we het over dan? Over die tory nog? Mm-hmm. Ja. Dus ik dacht van, oké, let's go, ik ben ready. Je weet toch, ik heb pokus liggen, ik ga een hele andere weg inslaan. Je weet toch? Je had me al meteen gecheckt, van kom, ik dacht oké, let's go. Bro, Esco, wij waren niggas die zeg maar elkaar albums gingen. Jij check mij, jij kent mij. Tuurlijk. Daarom, Jongen van Bodem heb ik door jou gedropt, hè. Dat weet je niet eens, door jou. Ik liet je toen, omdat ik zeg maar,
Ik rap al, zeg maar, voordat ik produceer. Mm-hmm. En wat hij zegt, ik vind dat gewoon leuk. Het is niet per se, ik wil rapper worden. Ik vind het gewoon leuk om te doen, snap je? Ik dacht niet, ah, ik kom editoren, ik ga rappen. Nee, het gebeurde gewoon en oké. Okay. Toen ben ik veel pokus gaan maken. Toen kwam hij naar mijn studio toe. Volgens mij puur om het te checken. Of je kwam me first voor iemand doen, ik weet niet meer. En toen ging jij me zeggen, ik had veel verschillende genres. En ik moest gewoon zoeken, toch? Zoeken naar een eigen sound. En jij zei van, nee, je moet Jongen van Bodom doen. Dat is die pokoe, snap je? Dat is jouw verhaal. Je moet niet met een rare... Je wil met een soort zachte pokoe komen volgens mij. Nee, niet zachte, was een soort banger-achtige. Echt een banger-achtige pokoe. Je weet toch? Hij zegt, nee, dit is some real shit. Je weet toch, dit is jouw verhaal. Vertel dit. Ja. En toen ben ik daar echt naar gaan luisteren. En toen heb ik het gedaan. Dat is de beste keuze die ik heb gemaakt. Want dat, je weet toch, dat is zeg maar die sound waar ik nu... Hard. Wat ik nu doe, zeg maar. Je weet toch? Hard. Dus. Het is gek hoe je gewoon eigenlijk denkt dat je één dingetje moet doen. En ja. Van buitenaf tegen je zegt, no, maar die, misschien niet die meest voor de hand liggende. Ja. Dat is nooit die pokoe die jij wilt, toch? Als artiest. Bro, die situatie hebben wij ook een keer meegemaakt. Dus ik ben met deze man in de studio met Spanker. In Den Haag zijn we daar. We zitten daar. Deze man checkt me van tevoren al dat hij me belt om naar de studio te komen. Zegt hij, Jay, ik wil zo en zo een pokoe van je. Ik wil gewoon die oldschool shit. Jij zingt op die hoek en ik vul die pokoe in. Ik wil liefde vibe. Hij wil gewoon een vibe pokoe maken. Nu zijn we in de studio. Komt niks uit. Ik heb nog nooit zo lang met die man in de studio gezeten zonder dat er iets uitkomt. Ik zeg, misschien moeten we een gangster pokoe maken. Broer, niemand hoort het. Ken je dat? Je zegt iets, niemand hoort het in de studio. Oké, okay, we gaan door. Ik hoor het wel, maar je wil het niet horen. Ik zeg, oké, maar laten we kijken of we iets anders kunnen maken. Broer, niemand hoort die shit. Deze man maakt een fout. Hij gaat naar de tankstation. Ik zeg, Spanker, maak snel een gangster beat. Yeah. Spanker slaat een beat. Kijk, zeg, voordat die man terug is, moet die hoek erop staan. Ik wil hem geen kans geven om te zeggen ja, nee. Broer, Spanker zei die beat, haalt die beat uit die Fruity Loop, zet hem in dingen. Yeah, wow. Wat een poesje. Ja, maar kijk. Oké, okay, we hebben iets, man. Die maken we... Ja, oké. Okay. Pokoetje, man. Die pokoetje. Die man pent ook alsof het niks is. Wow. Alsof weet toch? Ja, jullie hebben wel gekke shit samen eigenlijk. Wij twee hebben wel een paar gekke dingen. Als zeg ik het zelf. Ja, zeker. Johnny. Zeker, man. Johnny. Broer, Johnny. Hayabusa. Hayabusa. Johnny, man. Mijn hossel. Mijn hossel, bro. Mijn hossel, Kees belde. Want jij was toen nog niet bij... Man. Was je toen nog getekend bij Kees? Nee, die poko had ik al gemaakt voordat ik bij Kees getekend. Want die album... Was het TN-poko? Ik had de EP J.nl. gemaakt. J.nl, ja, man. Was het TN-poko? Daarna. Dus J.nl had jij zelf uitgebracht, toch? Ja, ik had zelf eerst gedropt. Oké. Okay. En toen zei Kees tegen jou van, yo... Volgens mij tegen ons nee, of tegen... Wat hij had gezegd is, Campy kwam net vrij. En vlak voordat Campy vast kwam te zitten, was ik eigenlijk bijna dagelijks met die man in de stuur. Als hij in Damsko was dan. En dat ging net mis voordat we echt een goede pok hadden kunnen maken. Ging dat net weg. We zaten in cruise in die tijd. En toen kwam hij weer vrij ondertussen. In de tussentijd heb ik mijn mixtape gemaakt. Jij was de eerste trouwens die me ging zeggen van, ja man. Weet je nog die pokken die ik had? Ik wil een bitch, maar niemand loefde die shit. Man. Jij was de eerste die zei, no Jay, je moet op dit door blijven gaan. Ja. Goed, en jou. Die dag... was ik in de studio van Lange. En die studio had twee studioruimtes. Dus aan de andere kant zat ik met Kaliber. De dure studio van Lange. Hey, wat? Waar Johnny gemaakt heeft. Hey, wat? Precies, Lange ging ballen. Dat is ook dezelfde studio die Roger daarna ook eventjes gehad heeft. Juist, met Mucho Dinero. Roger ging ook ballen. Ja, man. Hey, ook was ballen. Een dikke studio, man. Domme studio. Hey, domme studio. Weet je welke? Nee, man. Vlakbij... Maar niemand kende het echt. Vlakbij nu is die studio van hem. Naast Air Force had je een soort, heb je nu een kantoorruimte? Dat was vroeger de studio. Bro, van Lange Frans. We hebben ook Johnny gemaakt daar. Ja, man. Precies in bro, dezelfde die studio. Bro, die studio? Hij twee studio's, hè? Wacht. Mag ik even ook stiekem meteen reclame maken? Slaat het mijn studio weg die ik laatst heb gebouwd? Voor die tijd, zeg maar, bro. Voor die tijd waren we dat niet gewend. Okay, ja. Want ik zeg je eerlijk, aan hardware. Je mag niet smoken, bro. Smoken binnen. Hoe die man kwam met smoken? Die SSL-strip en dat soort dingen in twee studio's. Je moet roken. Ja, dan is het niet meer leuk. Dat is gewoon niet meer eerlijk. Tegenwoordig hebben we niet eens meer zulke studio's. Okay. Het is gewoon niet eens eerlijk wat hij heeft gedaan. Wist je ook schoon? Wist je ook lekker? Rare shit, bro. Het was echt sick. En joh, dus hoe Kaliber andere pokoe van me gymnastiek aan het maken is, ben ik met Atje en Hef aan de andere kant gewoon 3 meter verder gewoon mijn hostel aan het maken. Tegelijk. Ja, ik had mijn refrein al, alleen die boys moesten hun verses doen. Hard. Dus hij en Atje gooien die verses. Oké, nu zijn we een paar maanden verder, dus oktober laten we zeggen, ergens in december zegt Kees tegen mij, luister, Campy gaat vrijkomen. Wat zeg je ervan om die man ook op die tune te gooien? Hij weet toch, hij kan wel een boost gebruiken. Boost gebruiken? Ja, ik wacht al lang op... Wij kunnen die boost ook gebruiken. Ik wacht al lang op die boek om met die man te doen. Die clip gaat sowieso TMF.
Ja, dat soort shit was ook. Ja. Broer, man. Tijden, man. Hij zei, je kreeg dat sowieso vier anti's op een pokoe. Ik vind het jammer dat ik dat vier niet Antillianen op een tune. En eentje is zanger. En van hem is die pokoe ook nog. Ja. Dat is een rare, zo, een nieuwe tory, man. Kweekvijver. Ja. Kweekvijver. Nee, was het niet eens Kweekvijver. Was gelijk boom, man. Dat was gewoon erin. Ja, was gelijk erin, ja, maar kijk, je moet zo zien. Hef was al iemand. Adje en ik waren. Campy was al iemand. Campy was al taal. Adje en ik waren in de scene vooral aanwezig en gerespecteerd. We hadden zelf nog niet echt iets significants gedaan. Ik had mijn baby nog niet eens uit. Die was nog niet uit toen we die clip hadden gemaakt. Nee. Ik heb in één week namelijk al mijn eerste singles gedaan. En Kees was echt op die man also. Meer, als ik naar je kijk is, wat ik van je wil steeds meer. Oh, dit is wel fokker. Hoe dan? Dit denk ik ken die dingen niet. Nee, ik dacht, jij kent die dingen niet. Dit denk ik ken die dingen niet. Druppeltjes. Druppeltjes. Ja. Mensen die diepokus kennen, jij bent een vieze kill. Ja, maar dat doe dan. Jij bent een vieze kill. Of jou valt wel mee eigenlijk, man. Welke pokoe mij nog steeds verbaast, als ik hem soms terugluister, is die met Daryl. Ik ben die naam kwijt. Bij jou? Zolang ik met jou. Zo. Die hoek, broer. Ja, die hoek, broer, zo. Ja. Geen in mijn ziel destijds, kan je voorstellen, die pokoe is in dezelfde twee weken gemaakt als Helemaal naar de klote. Ik ga hard. Fok wachten. Ja, toch? In dezelfde twee weken dus, hebben we maar, al die pokoes gemaakt. Maar dat is die tory, kijk, toch? Soms zit je met jezelf in een bas, toch? Ja, man. Van alles wat legendary week was dat, bro. Broer, ik was 3 maanden daar. En in die 3 maanden hebben we gewoon iets van 4-5 jaar aan pokoes gemaakt. Ja. Letterlijk, bro. Maar denk en ik treed die shit nog steeds op. Maar denken jullie, zeg maar, dat vroeger makkelijker was dan nu? Nee. Nee? Het was moeilijker, bro. Het was moeilijker. Vroeger want je wist dat je het ging doen, bro, en skeer ging blijven. Als je geen money al had, ging je skeer blijven. Bro, jij was een nigger die geen studio zou hebben 10 jaar, 20 jaar geleden. Zo. Hoe lang zijn we nu bezig? 15 jaar geleden. 15 jaar geleden, bro. We zijn was wel bro, zeker, ja. Bro, we waren 3 niggers met computer, man. Drie niggers met computer, bro. En soms had je een nigger met computer, 1 nigger had mic, 1 nigger had... Maar je kon niet die lichte computer samen hebben. Samen hadden ze een studio, bro. Dat was moeilijk. Was ja, je kon ook niet die lichte computer hebben. Je moest die zware shit hebben. Er was niks anders dan die zware shit. Nee, man, bro. Was moeilijk, zo, bro. Zo, iPhone. Shout-out naar iPhone. Hij heeft wel een studio daar gemaakt, hoor. Maar welke tijd praten we nu? We praten nu over... Wat is dit? 2000... 5, 6. Nee, 7. later. Ja, want okay, laten we zeggen, ja, okay, kijk, als we het nu hebben over Eiburg weer, het eitje die elke keer weer terug blijft komen, dat is 2008, 2009. Een paar kleine, waren wel een paar studiootjes. Maar ik wou net zeggen, want bij mij in de buurt was het niet tekort aan studio's. Maar er waren, bij ons wel, man. We hadden wel een paar guys die al vroeg erop waren, 2006. Ik was 2007, 8. Oeh, 2006 was wel vroeg. 2006 is misschien... Ook, man. 2006 wel vroeg. Bij jou ook? Daar ben je wel vroeg. Ja, toch? Ja, man. Broer, ik heb gewoon money bij elkaar gezet met een paar matties. Nee, maar je hebt een andere tijd, bro. Dat praat je niet zo. Broer, jij komt naar Damsko. Jij komt door naar Damsko te tapen bij Atje. Weet je hoeveel mensen bij Atje kwamen tapen? Oké, laat me het zo vragen aan jou. Welke programma nam je mee op? Adobe Edition 1.5. Kijk daar, neem maar deze. Je bent een nieuw school. Ja, maar hij bleef langer op. Zelfs in nieuw school. Hoe edit pro? Oh, dat is oud. Dat is 2000. Zo is hij naar Adobe gegaan in die moderne model. Nuendo, ik ben begonnen met Nuendo. Adje had Nuendo. Die nek ik niet, man. Die nek je niet? Nee, dat nee, bro, laat dan. Dat is Nuendo, wat zeg je? Toen was die scherm nog groen en zwart, ken je die toen? Ja, vieze scherm. Die scherm was groen en zwart, dat was geen kleur, man. Dat was geen kleur. Die nek ik niet, man. Wat heeft hij gedaan? Dat heeft hij loopt de hele tijd hier, toch? Biggie Dago. Top 5 restaurants in Nederland, bro. Waar kan je goed choppen? Waar moet je vallen? Ga je niet passen, man. Dan zie ik jullie ook daar. Gun ons, man. Wat hou je? Huh? Wat hou je? Nee, van wat hou jij? Wat zijn jouw 5 beste restaurants? Morgen ben je jarig. Waar ga je choppen morgen? Ricardo's. Ja, is het Ricardo? Ja. Nee, ik denk een café in de city, man. Café in de city is je shit? Het is niet lekker. Maar het is een vibe. Snap je het? Het is een vibe, ja. Het gaat eigenlijk om gewoon dronken worden, chillen, muziek horen. Snap dan je? Dat is alles lekker ook. Ik hoor je. Maar ik heb je laatst gezien bij Jaffa. In Rotterdam. Ja. We hebben samen gegeten. Ja, maar vroeger was ik heel gewoon... Ik ga die auto gewoon naar Rotterdam, maar niet naar Java's te gaan. Serieus? Ja, Java's is de shit, man. Java's is het probleem. En nog steeds! Ja, Java's probleem. We hadden lekker gegeten, man. Goeie, toch? Ja, man. Ja, goeie. Eskastig, hij is op dieet, snap je? Heeft die dingen nooit meegekregen. Heb je ooit Java's gegeten?
Nee, man. Nee? Jaffa gechapt? Sharana Jaffa, man. Sharana Jaffa. Was laatst voor het eerst bij Aqua Asia, joh. Goeie? Dat is troep. Ja, man. Voor die kreven, de enige kreef die... Die kokkie. Laat, joh, die hebben ik hoor veel reclame over die kokkie van die kokkie, Kevin bestelt vier. Kevin bestelt vier. Met onmiddels zit er op kaas volgens mij en zo doen ze erop en zo. De enige kreef die ik ooit lekker heb gevonden is daar, man. Ook Aqua. Ja, man. Kreef daar is probleem. Met dezelfde saus, toch? Ja, man. Kreef is ook een probleem daar. Nee, die kreef vind ik lekker, man. Je vindt het niet lekker? Je zit mijn stad te dissen, man, bro. Nou, maar jullie hebben wel, zeg maar... Dit is wel kiep, man. Jullie hebben jaffas of zo. En niet echt anders. Hey, maar bro. Wil je zo praten? Wil ik van jou nu wel advies hebben? Want nu weet ik van, oké, jij bent wel, jij houdt wel van echt lekker eten. Hij weet. Ik ben een kill. Als ik eet, moet ik goed eten, snap je? Mm. Ik ga niet van troep eten. Maar, wow. Laten we zeggen, in de categorie, laten we even richting categorie Harbor gaan, dat soort dingen. Wat je zegt, Aqua Asia, dat soort dingen. In die lijn, zeg maar, van die Aziatische. Of iets meer richting culinair, want ik hoor al, je hebt verstand van die shit. Culinair? Is izakaya goed? Was laatst daar, bro. Bro. Slecht, bro. Slecht. Wat we konden eten... Nu ook. Broer, wat ik we konden... Ik ben er geweest, man. Bro, ga niet. Oké. Okay. Wat we konden eten hebben we besteld, niks was lekker. Nee, bro. Bro. Kof. En dan betaal je daar, hè. Daar betaal je. Broer. We hebben alles genomen. Alles was klein. Je kan per stuk nemen. Ja, toch. We eigenlijk... Waarop een proefmodel. Van alles hadden we ingenomen. Niks was lekker. Nee. Dus we op die cocktails gegaan. Maar broer, je bent een moeilijke eter, hè? Nee. Jawel. Nee, maar dat is belangrijk. Dat is belangrijk. Daarom wil ik weten wat hij wel naast belangrijk. Vindt. Is belangrijk. Eten hoezo is heilig. Is dat belangrijk? Eten is heilig, bro. Ja, maar het gaat niet om per se... Ja, bro, nee, man. Bro, deze man is echt een moeilijke eter, man. Ik zeg eerlijk. Nikke eter, gewoon. Ik ben ook wel een moeilijke eter, hoor. Broer, Arbeekrup is ook niet lekker. Hè? Arbeekrup. Vind ik ook niet wauw. Het is te doen. Als je praat over... Als ik honger heb, ga je niet naar Vaai, we gaan Harbor. Ik ga je kriën zeggen, ik was laatst in Harbor, per ongeluk beland. Ik ging eigenlijk naar Ricardo's, maar het eten was op. Toen ben ik gevallen met Glenn Faria ben ik gevallen in de Harbor. Ik wou eigenlijk niet eens gaan. Ik zei het met schuldgevoel, zei ik hem, hey, ja, we kunnen wel naar Harbor. Hij zei, no, we gaan naar Harbor. Dus oké, cool, dan gingen we daar. Ik zeg je eerlijk, het was me goed gevallen. Misschien een van de beste keren dat ik daar heb gegeten was die keer, man. Ik vind maar Mr. Porter, W hier zo. Okay. Ja, daar ben ik ook één keer geweest, man. Daar zucchini. Ben ik ook... Kijk, ik kom daar. Zucchini, wat bestel je daar, bro? Ik kom daar, ik denk, zie je, ik ben hier voor het eerst. Ik kom met olie, weet je, van ver. Kijk die lijst. Ik zie steak €130, die nemen we. Zeg. Ik bestel die steak. Kom maar spelen, ik bestel nu ook. Die ene ding is, het lijkt op worst. Maar die platte tori bedoel je? Carpaccio bedoel je? Carpaccio bestel ik. Maar dat is die plek waar je hem zou moeten krijgen, krijgen. Ik bestel voor alles, dus ik heb alles nu op tafel, snap je? Nu ben ik op, maar gaan kijken wat gaat gebeuren. Carpaccio is wel gelijk. Ik mag het niet chappen, man. Echt lekker, mijn body man. Wil het niet, man. Mijn body wil geen vlees, zeg maar. Rood vlees? Bro. Dat is niet voor jou, man. Dat is rauw voor jou, man. Dat is niet voor jou, man. Maar ik vind het wel nice, man. Nee, man. Zo'n no-go, man. No-go? Oké, waar gaan we wel heen, bro? Ja, toch? Om te chappen. Niet cocktails. Chappen. Dynasty. Wat is Dynasty? Oké, Dynasty is nice. Dynasty is in de reguliers heb je een soort Chinees. En die is wel nice, ja. Oké, legit. Legit. Oké, één. Tegenover Dynasty heb je Sichuan. Ja, ook top. Die is ook top. Alles is daar lekker. Ja, Chinees. Man. Ja, alles maar bro, daar... Chinees op level van. Ze hebben Michelinster gepakt een paar keer en dat soort dingen. Je gaat goed eten. Nee, ik wou zeggen, dadelijk gaan we dadelijk eten, maar het is al laat, man. Hoe laat is het? Het is 9:15. Ik kan misschien die mannetje voor je bellen, kijken wat toe of wat. Ligt eraan hoe laat we weggaan hier natuurlijk, ja. Yes. En ik heb honger, man. Sichuan is wel serieus, hoor. Het is zo'n fix is te eten voor Biggie, maar hij kan niet zo zitten hier. Maar die man gaat loesel gaan, hij gaat zeggen, hij heeft niet gegeten bij rookworst. Maar ga niet die bakkabanas weer opwarmen en die... Nee. Ja. Biggie, man. Solo. Hoek die nigga op, alsjeblieft. Wat wil je eten, pa? Jawel, wat wil je eten, man? Kijk, waarom ga je bescheiden lopen? Wat wil je eten? Ik ben bescheiden.
Nee, toen kan je me niet warm maken. Laat maar zitten. Bro, wat wil je, man? Neem het lekker. Je bent jarig ook. Ja, man. Pizza. Maar jullie horen net, die man is een lastige eter. Ja, maar wat zou je chappen nu instellen? Wat zou je nu bestellen? Die Sichuan, hè? Sichuan, zoek dat. Sichuan of Sichuan, regulier door het of Dynasty. Ja, check alsjeblieft. Hoe heet die andere chino waar je uit hebt besteld? Nee, hij gaat dat niet. Als ik dat naam nu zeg, gaat hij me uitlachen. Yufang. Nee. Je lacht, maar ik ben natuurlijk echt gewoon Satiko met taten en zo. Hoe is het daar? Ik ben lang niet daar geweest, man. Satiko met fried rijst. Zeg, je weet niet, niggas. Maar welke fried rijst? Die mixed fried met alles erin. Ja, toch. Ja, garnalen. Toen kon je ze daarin. Maar ik zeg eerlijk, dit is echt bodem eten, man. Oh, dit. Chap, die ding is een jaar vol, man. Wat? Hey, wat? Is waar, die aardappel fuck chop, man. Voor een donnie, bro. Ja, die hele gezin kan choppen. Ja, man. Die hele gezin kan choppen. Dat is Chino. Dat hebben de Chinezen wel goed gedaan, hoor. In die soort Antilliaanse keuken hebben ze het wel geregeld. Eigenlijk al die soort keukens. Maar hebben niet veel gerechten, eigenlijk. Ik ben een keuken. Je moet met mij komen. Weet je wat we gaan doen? Ik ga je nu uitnodigen voor we gaan een eetprogramma doen. Eén item gaan we maken. Ga ik je Antilliaanse gerechten. Ga ik je jambo laten eten. Ken je dat? Okersoep is okersoep. Maar die slijmerige. Okersoep. Ik ga je okersoep laten eten. Broer, ik zeg die mag. Ga niet eten. Ossenstaart. Ik ga je ossenstaart laten eten. Ik heb één mattie van me, hè. Moet die man koken. Hij zegt, maar Biggie, als je me belt, ik kook voor jou. Je weet het, Antilliaan. Ik zeg, maar een keer, weet je wat ik wil eten? Fountje. Alweer, zie je aan de markt, wel de vis. Maar die man, alles, hij maakt het goed voor me. Ik heb gegeten. Dat was lekker. Bro, vis gaat super kwijt op Cura. Mama, voor de rest, je hebt niks. Jawel, bro. Ik heb een goon, hij zat op. in zo'n. Hoe noem je dat als iets aan de weg staat? Die trukkiepang. Zo'n trukkiepang. Dan verkoopt hij die dingen vanuit dat. Die zat trukkiepang is bekend op Curaçao. Maar trukkiepang is niet, zeg maar, is geen signature is dish. Onze, is niet nee. Onze cultuur. Zeg maar. Zeggen een toeristachtig. Mensen die naar Curaçao gaan, ze filmen alleen dat. Ze filmen maar geen. Maar is boos, hoor. Ik ben een keertje naar World of Food, heb je een aantal jaar zo'n gedaan. Was nasi met geit. Hoe noem je dat? Cabrito. Fok je met die? Nee. ik heb die kans wel gegeven, snap je? Maar, ja. Laat me het bestellen. Kijk, hoor. Die lamp hebben cabrito. Cabrito is niet dat makkelijk als om te eten, man. Je proeft echt dat het een geit is, man. Wat is jullie favoriete keuken dan? Surinaams. Mijn favoriete, ik dit ga zeggen nu. Maar ik moet toch wel zeggen, de Marokkaanse en de Surinaamse keuken zijn het voor mij, man. Surinaamse is zo breed, bro. Ik ben een nik, ik heb dagen, man. Ja. Ik heb een Marokkaanse dagen. Mm-hmm. Tajin ga ik zo kwijt. Die mokkerkeuken. Ik hou van Marokkaans ontbijten. Mm. Nee, die eitjes? Ja, man, kwijt. Natte ei. Die eitjes kan je één keer per week eten. Hoezo? Ik heb een mattie van mij. Kom ik daar, zie die man om eitjes te eten. Ik zeg, nee, bro. We gaan nu uit pancakes. Je krijgt ook pancakes erbij. Ik wil geen ei. Die Marokkanen eten elke dag ei, bro. Dat is goed, bro. Eiwit. Nee, bro. Die dingen is echt voor je. Niet elke dag. Je mag twee eieren per week of zo, man. Nee, maar bro, dat is eigenlijk nu, beste, nee, man. Is een nieuwe toren nu. Ik hoor nu weer, bro, ik ben veel met die gezonde dingen bezig, toch? Nu zegt ze eindstand, als je biologische eieren eet, kan je er wel meer eten dan twee in een week. They want to sell some biologische eieren, man. Ja, man. Ik weet niet, ik eet gewoon eieren, man. Kijk, ik eet gewoon eieren waar ik zin heb, man. Ja, maar als je eieren eet, hoeveel eet je er? Drie? Soms? Nee, dat niet, ik eet gewoon één of twee. Okay, ik lieg. Als ik zeg maar naar Riyadh, Rotterdam, Kruiskade. Mm-hmm. Gekke ontbijt. Die mannen komen met, normaal, die normale ontbijt is met twee ei, maar ik ben altijd die gierig nigger van. Die ei. Nee, die nigger ook. Jena Lomba. Ik ben broer. Ja. Doe drie eieren erbij. Ja. Maar jullie eten wel veel buiten allemaal, hè? Ja, alleen maar. Ja, man. Kan je koken? Maar jij eet helemaal niet buiten, man. Kan je koken, Biggie? Toch... Ga weg, man. Jawel, man. Hoe kan je niet koken, bro? Ik proef. Wat? Jij kookt, ik proef. Dit is die game, man. Als je kan koken? Tuurlijk, man. Ja, wat kook je allemaal? Bruine bonen, chow mein, rijstkip. Dit is die classic, toch? Je verstaat wel. Rijstkip, ja. Jay, ben ook. Joyce, Jay, ik zeg eerlijk, sinds ik echt wifed up ben, ben ik weinig in de keuken. Oké, drie keer per week ben ik wel in de keuken, maar die dingen als bruine bonen en een nasi draaien, dat soort dingen heb ik lang niet meer gedaan, man. Mm. Ik ben verwend. Nee, ik kook helemaal niet, man. Mm. Nee, man. Ben je in love nu? Ben je een vrouwtje nu? Nee, ik heb geen vrouwtje, man. Je bent gewoon, je bent...
Dus je hebt nu niemand die aan het koken is voor je? Jawel, dat wel. Zeg maar, ik heb wel een vast iets, zeg maar, waar ik die veel zie. Maar ik heb... Vaste vrouw? No, dat niet. Gewoon een vaste vrouw bedoel je toch? Ja, zeg maar, ja toch, zo'n tori. En ja, zij kookt af en toe, je weet toch? Maar die niet. Alleen maar, ik heb een soort, mijn pa spreek ik veel. Ik had altijd een beetje kutcontact met mijn vader hier en daar afgelopen tijd. En nu zie ik hem veel, hij is ook bezig met een dieet. Dus we zijn samen op een soort tori, hij maakt keto gerechten. Maar net aan je vraag, is het keto? Is het keto? Keto, toch? Keto. Dat is een koolhydraatarm. We spraken net over de koolhydraten, toch? Zeg maar, dus bijna geen koolhydraten. En 9 van de 10 keer kookt hij, kom ik het bij hem ophalen. Ja, zie ik hem ook weer een beetje takkie, weet toch? Ja, makkelijk, ja, dubbel. Snap je? Ja, toch, precies. En hij woont letterlijk 4-5 straat achter me. Oh, nice. Dus, ja, man, dus... Op die tori ben ik. Als iemand het voor je fixt, is wel lekker, man. Want dan ga je het makkelijker volhouden. Ja, toch? Als je bro, het zelf daarom moet gaan flippen. Dat moest ik in die tori wat ik deed laatst op internet, zeg maar. Die soort self-challenge tori. Ik moest elke dag zelf tori flippen. Ik ga op bezoek bij mijn pa, ik moet mijn eigen dingen meenemen. Ja, dat is echt story. Junkie eigenlijk. Ik vind het raar, man. Ja, ik vind het ook raar. Ik ga het ook niet meer zo doen, denk ik. Er zijn twee dingen die ik haat aan de gym, zeg maar. Zijn die bakjes meenemen en zeg maar voor de spiegel staan. Zeg maar, die voor de spiegel staan, shit, ik kan daar niet tegen, man, godverdomme. Maar je moet het doen, anders weet je niet of je die oefening boem ja, doet. Ja, dat is toch? Ook die tori, snap je? Toch? Maar ik haat mezelf op dat moment zo erg, bro. Maar ik zeg je eerlijk, bro, zeg maar, tuurlijk, sport is belangrijk, vooral mentaal ook en voor je lichaam gewoon gezond. Maar die voeding, toch? Voeding is het belangrijkste, hè? Zeker 80%. Ja, hoe we toch over voeding praten? Als je trekt, sorry, mijn tong is al dik, man. Chop je billen? Zeg. Nee, ik ben nog niet op dat punt gekomen in mijn leven. Als je trekt, kijk je mof van, man. Broer, ga niet Mariko doen. Je hebt alle tekens daar. Nee, man. Misschien in de toekomst, maar ik denk het niet echt. Maar ik heb het nog niet gedurfd, man. Je hebt nog niet gedurfd? Maar ik kon je altijd die vraag stellen, maar chop jij... Weet je hoe duidelijk deze man moet... Bro, ik heb met mes en vork, man, schortje... Groot. Ja? Handschoenen, die kreef handschoenen. Ik wou niet zeggen, die kreef hoor. Ja. Zeg maar op dezelfde tip als Puni eten. Hoe bedoel je? Zo vaak, dus ja, je weet toch? Ik ben een pleaser. Dus je eet wel, zeg maar... Chap jij billen? Wel is gedaan. Wat is je afkomst ook alweer? Ik ben Nederlands. En? Niet half, ja. Mijn vader is half Antilliaans. Curaçao, toch? Ja toch, ik hou van poenie eten, bro. Ik hou echt van poenie eten, man. Ja, man. Groot, lang. Pijn nemen. Ja. Kaak doet pijn. Zeker. Ja. Die tori onder je tong gaat het brokken, zeg maar. Zeker, kapot maken. Geen grenzen. Rare details. Ja, maar die billen... Maar bro, ik weet niet, doet niet echt wat met me. Ik heb met twee dingen gedaan, je weet toch? Vaste dingen, maar... Per ongeluk of was bewust? Nee, bewust. Maar... Nee, maar het is niet echt... Ik weet niet, man. Mijn nigga Biggie Dagu chap sowieso billen. Zo, en hoe? Biggie Dagu, je bent daar? Waar? ik ben niet daar waar jullie zijn, man. Nee? Met mijn sweet ass lips. Ben je kusje alleen, man. Ik hou van deze dingen, man. Je laat die dingen daar, man. Je laat die tanden zijn te duur voor dat? En ik eet geen billen. Ik eet geen kut. Hoe niet? Nee, niks van die dingen. Hoe niet? Kijk. Kut, ik ga niet zeggen, ik ga het nooit eten. Ik ben nog niet ready ervoor. Is dat die straal... Ja, hij staat wel open om het te proeven, zoals hij zegt net de hele tijd. Is dat die straalige man in je? Ik ben niet zo opgegroeid, zeg maar. Normaal, je bent opgegroeid van eten. Je moet die dingen eten. Ik niet, snap je? Ik heb zo toch eerst, snap je? Die tikjes praten sowieso direct in de oven. Je hebt mijn kut gegeten, maar kleine jongen. Nee, toch? Je weet niet of dat. Nee, maar ik kan het niet hebben, man. Ik hoor je. Snap je? Maar ik ben niet zo oud als je dat zou zeggen, fuck dat, snap je? Ja. Boeit me niet. Ja. Ik kan niet goed eten, maar ik eet nog niet, dus ja. Ben je een romantische nigger? Totaal niet, man. Maar ik kan wel romantisch zijn, gewoon. Wat is romantisch? Bosje bloemen opsturen. Dit zijn die kleine dingen, man. Snap je? Ja. Bloemen leggen in Van de Valk. Je bent daar? Met gewoon per, hè? Ja. Stapvoet. Zeg, eentje. Ja, je weet niet, hè? Maar ik laat het wel doen, ik doe het niet zelf. Koop je dingen voor bitches ook? Of niet voor bitches, voor vrouwen, sorry. Voor vrouwen sowieso, toch? Ja. Niet voor mij, ben je een lieve guy wat dat betreft, zeg maar?
Buy a Chanel bag, buy a Dior bag, buy a Louis bag. Louis Beckham. Snap je? Ja, patas is normaal dan. Ja, patas zijn normaal. Je moet drippen ook toch, ik kan niet alleen jij komen. Ik hoor je. Ik hoor je. Ik hou van je. Ik hou van dat. Ja, ik hou van dat, ja. Ze representen je toch, als je daar komt. Ja. Je moet ook zien dit zijn. Ja. Iedereen moet zien dit zijn. Op wat voor vrouwen van je? Op wat voor vrouwen van je? Ik zeg je eerlijk. Ik val op. Biggie zoek. We zijn nu bij Biggie zoek vrouwen. Welkom, dames en heren. Nou, ik zoek niet. Nou, weet je. Ik heb niet echt die, maar ik ben gewoon om die mind, snap je? Ik ben innerlijk. Ja, toch. Ga dan om die uiterlijk ook maar. Hoe moet je uiterlijk zijn een beetje? Verzorg. Ja. Je, toch? Je moet af van jezelf kunnen stijlen. Ja. Daar val ik ook op. Kleine dingen daar. Wat moet ze voor jou doen? Ze moet een vrouw zijn, niet een man of vrouw. Als je praat met kill of... Ja. Kill! Ja. Ja. Laat me met rust. Ik hoor je helemaal. Je moet eigenlijk... Zak gewoon in toch een meisje, als je de slaat, dan helpt ze. Zo moet de vrouw zijn, maar ook een beetje stoer weer. Als je de slaat... Die ene slaat, die andere slaat. Ja, toch? Ja. Nee, zo, wat zeg je eigenlijk? Oh nee, jij zegt het. Een meisje. Je bent raar legt hier. Raar. Gewoon een meisje. Je van die stoere meisjes. Ja. Je moet eentje ertussen. Ik hoor je. Het is niet zeg maar een tomboy. Ja, toch. Ja, een meisje. Jij houdt van een meisje. Maar ik denk deze stories. Ze moet rok dragen. Hoge hakken. Maar wel van stoere vrouwen. Ik hoor je. Geen sneakers. Sommige mannen hebben dat, ja. Maar eet toch. Je moet niet te veel in die sleur zijn, ja toch? Maar het is normaal nu. Ja, ik hoor je. Wat is jouw type, Esco? Ik heb niet echt een type, man. Ik ben ook wel echt iemand, ik vind het belangrijk wat die hele vibe meebrengt. Snap je? Niet alleen omdat ze een mooi lichaam heeft of lekker gezicht alleen, snap je? Nee, man. Ik ben wel echt op vibes. Ik ben ook ouder nu, hè, bro. Je weet toch? Hoe oud ben je nu? 28. Oh. Snap je? Dus ik kijk gewoon anders naar vrouwen nu, man, bro. Ik moet echt wel een soort tori met je hebben. Ja. Moet ik je echt voelen, snap je? Hey, ik heb een rare vraag. Het is geen rare vraag, maar het is een vraag die me zeg maar heel tijd lastig valt. Van, ja. Ik ga het moeten stellen aan je. Ja. Heb je een soort van voorkeur in etniciteit, zeg maar? Dan moet het een white girl zijn? Of maakt het niet uit of het een black girl is? Ik ben nog nooit een white girl. Laat me dat maar even dat, ik heb dat gevoel. Ik wil even, bij, even erbij zeggen. Gewoon. Even ik heb het gevoel dat hij wel van een kleurtje houdt, zeg maar. Ja, nee, maar ik... Maakt niet uit, man. Het maakt voor mij niet uit. Gewoon, je maakt niet uit. Esco. No, Yusu. Ja? Tuurlijk. Ik heb een Egyptische ex gehad. Ik heb een Braziliaanse ex gehad. Je weet toch. Maar geen witte blijkbaar. Nederlandse? Geen ex, maar wel gekloot. Je weet toch? Okay, ja, okay, zeker. Oké, okay, dus dat is ook wel. Word je makkelijk verliefd? Ja. Nee, man. Nee, man. Grapje. Nee, man. Nee, helemaal niet eigenlijk, man. Ja. Nee, maar dat is het. Ik knap best wel snel af. Bij vrouwen, man. Ja. Maar dat komt ook gelijk in wat voor wereld wij zitten, toch? Heb jij een vrouw? Ik heb nu geen vrouw. Nee. Nou, heb je korte relaties? Ik heb een dochter. Ik heb een dochter. Zeg maar, ik ben nu wel echt gefocust, even helemaal op mezelf. Gewoon eventjes aan het kijken. Je weet maar nooit, zeg ik altijd. Toch? Mhm. Ja, Jay, jij bent al... Ik ben al bijna 11 jaar. Ja, ik wil je niet disrespecten, man. Maar doe je nog wel eens barbecue in de achtertuin? Hey, dit is de beste manier om deze vraag te stellen, man. Dit is de beste manier om die vraag te stellen. Kijk, ik heb me voorgenomen omdat ik die gesprekken... Niet openbaar gaan gooien. Ik respecteer dat. Ja. Maar hoe lang ben je met je vrouw samen? Zo richting de 11 jaar al. 11 jaar al, bro? Ja, man, pa. Hoeveel kinderen? Oh, boe. Eentje maar nog, man. Jonge meisje? Boykie, 5 jaar, ja, man. Ja, je bent wel een jongensvader. Ja, ik hoor mijn hele leven meisjesvader, man. Nee, je bent een jongensvader, ja, man. Had je ook. Esco gaat ook jongen krijgen. Ik weet niet of ik ooit kinderen ga krijgen, maar ik wil het graag. Maar ik ben wel op die tip van, ik moet er echt ready voor zijn, snap je? En ik heb nog veel... Je bent nog te veel billen spuiten. No, ik ben nog te veel
junta, snap je? Te veel bezig met andere dingen. Die focus is niet op dat nu, snap je? Je hebt nog tijd, man, pa. Je hebt tijd, ja, man. Klopt. Maar stel dat ik nog aan het rennen ben tot mijn 35ste, 37ste. Dan wordt het wel een beetje... Je gaat blijven rennen, man, pa. Ik kan je nu alvast zeggen. Kijk deze man naast hier. 35, hij is aan het rennen hier as we klopt. Speak. As ja, we tuurlijk. Speak. Tuurlijk. Maar... Dat gaat niet weg. Ja, maar ik denk dat jij gaat weten wanneer je ready bent om het te combineren. Klopt. Jij gaat maar dat is omdat we gewoon geboren hosselaars zijn, boys. Mm-hmm. Wij deden dit ook, zeg maar, toen. Je kan iets draaien, ja, want je draait iets, man. dat is ook omdat we gewoon geboren hosselaars zijn, toch? Zeg maar, van, wij hebben dit ook gedaan, Jay. Atje is hier. Kijk, ik ben nog hier. Ja, Gans is dan erbij gekomen toen Pona Money begon te maken. Maar er zijn... Nee, ik loop. Er zijn heel veel mensen, zeg maar, die nu... Er zijn heel veel mensen die, zeg maar, dit hebben gedaan zonder enige zicht, enige visie, enige uitzicht op money, man. Ja, true. Want some real shit, bro. Real. Weet je wat? Toch of niet? 100%. Voor hoeveel ging jij voor je eerste shows, bro? Mijn allereerste show had Kees voor me onderhandeld. Ik weet nog precies in Arnhem. Dus ik had een show. Ik zeg Kees, hey, wat moet ik vragen? Wat is normaal? Hij zegt, broer, stuur die man naar mijn mail. Hij rommelt die mannen. Die mannen willen me een soort barkie geven. Dus Kees rommelt, ze krijgt 5 barkie. Art. Yes! Ja, yeah, toch? Ga maar 5 barkie mooi halen. Zo, dus een mooie instapmodel voor mij was dat. Man. Op een gegeven moment kwam die gigs, dan gaat het wel hoger en zo. Maar. Precies, ja. Ja, ik was wel mooi gestart, man. Ik ben niet bij 5 barkie begonnen. Nee, maar kijk. Als ik moet praten voor beginnen, moet ik naar de tijd gaan dat ik met Atje ging optreden. En dat was gewoon gratis, pa. We gingen gewoon onszelf pushen. Atje was gedrukte irritant. CD's, irritant, gewoon man. Overal drukken. Talentenjachten. Atje was irritant met optreden. Hey, die man talentenjacht, elke talentenjacht, die man schrijft zich in. Elke week ik wil gewoon chillen, pokus opnemen. Die man zegt, nee, ik ben, we moeten meedoen met talent. Ik zeg, kom je talentenjacht, zwa. We zijn de hardste niggas, man, G. Wat talentenjacht, zwa. Die man doet mee, most wanted, most dead, most... Broer. Most broer, deze man rapte niet eens, hè. Hij schudde zijn hoofd, hè, op die rap shit, hè. Hij ja, schudde zijn hoofd op jonker roken en hij schudde zijn hoofd op rap shit. Ja, man. Ja? Besef dat hij... Is, ook, toch? Dat is besef, deze man, hè, deze man en Atje smokte niet. En dan was ik met Stony, een andere mattie van ons. En hij was die guy die, als hij smokte, en ik smokte wel eens met hem mee. Mm. En dan keken deze mannen naar ons van... Kijk, hij vond het helemaal niet cool. Atje was meer van, hé, die jonko voor jullie is echt een ding, hè. Mm. Weet je, dat was wat Atje zei, maar deze man was die guy van... Kijk zo, deze maar kan je je voorstellen, bro, dat hij dat over ons zei destijds? Ja. Zo sick, mooi hoe het leven kan. Grote junkie ben ik nu, Jay. Ja, ik ga je geen junkie noemen, maar je rookt een plant, bro. Je rookt geen... toch? Maar jij rookt niet meer. Ja, maar ik eet het. Ah. Ik ben die edible guy, toch? Hans is ook op die tip. Ja, maar met hem samen, onder andere, ben ik er. Maar je moet het plannen, man. Dit is niet meer van ik smoke elke dag. Of ik kan elke dag chappen. Nee, het is echt van... Die Hasse Danoontje, dat doet hij ook en wow, zo. Dat heb ik niet. Ja, hij doet de raarste dingen. Oké, dat is wel lijp. Nee, ik chap gewoon een cakeje of een stroopje. Als je limonade of zo. Als je is ook begonnen met smoken. Weet je waar? Waar? Weet je het niet meer? Voor mij. Heb je erbij gesmokt? Bondi weet niks meer, broer. Ik en Archie zouden een mixtape maken. Of een album maken. En die zou eigenlijk... Hoe zou die heten? Weet je nog? Kappen met dit. Dus ik zou zeggen, we zouden samen een mixtape of een album maken. Ik wil niet stoer doen. Nee. Hij verstopt zijn vingers, toch? Maar ik zei altijd tegen hem, van die man zijn vingers zijn dik, toch? Ja. Ik zei, fucking Unox vingers, man. Fucking met jouw Unox vingers, man. Ik hou het Unox vingers met jou, man. Ik zei tegen hem, laten we een album maken samen. Ik ben de rook, jij bent de worst. Rookworst. Donderop. Ik zweer het. Heb je dat niet gezegd tegen jou? Klopt. Als een real shit. Oh, dom. Als een real shit. Welk jaar was dit dan? Ik zat nog bij die studio van Boa, zat ik toen, man. Ik kan mijn koude procent ook halen, denken lachen. Ik kan mijn procent ook hebben nu. Brahim zit me ook altijd te lullen, want ik was LA met hem. En toen, we waren LA, toen zei ik tegen hem van, joh, we moeten eigenlijk een podcast aan. We waren daar zoveel aan het praten, zeg maar, en zoveel gewoon toffe gesprekken aan het hebben. Ik zei van, joh, we moeten eigenlijk een podcast samen doen, man. Toen hadden we ook een naam, weet ik veel, Chopsticks. We zouden, als we terugkomen, gaan we die shit doen, bla bla bla. Was uiteindelijk heb ik niks meer gedaan. En toen was ik zomaar alleen dit begonnen, zeg maar. Dus is ook para, zeg maar. Hij zegt me ook altijd van, je moet mijn pizza geven. Ik heb nog... Biggie is straks 25, man, broer. Hoe ziet een Biggie verjaardag eruit? Hoe word je wakker? Dronken? Kater? Ja, sowieso, man. Ik ga goed zelfs, man. Je gaat goed? Ja, man. Vind je gezellig? Vind je het gezellig? Ja?
Die ik vermaak me, maar ik ben lekker aan het gaan. Oké, klaar. Klaar. Okay, hoe ziet het eruit dan, een biggie verjaardag? Ga je money bossen? Ga je PC? Welke waggie heb je morgen? Ja, nou, ik ben gewoon rustig, man. Ik ga dadelijk even met die boys goed chillen in de studio. Mm-hmm. Ik heb een paar flessen gehad, laten we chillen. Gewoon wat drink je? Hennessy, man. Oké, Hennessy. Voor de mensen die, wat gaan drinken, heb ik Griekoes gehad. Ja. Zijn er niggas die Griekoes drinken? Ja, ik heb een paar van die mannen die toch... Ja, serieus, wit? Deze nigger? Nee, deze man is op Hennessy. Ah, hij is ook op Hennessy. Ja, man. Oh. Ik zou het zeggen, man. Griekoes is wit, wie drinkt wit? Hij drinkt wit. Hij ook niet. Oh. Ik wou net zeggen, maar wie drinkt wit, man? Oh, maar als ik deze Hennessy drink, ga ik vechten, man. Ja? Daarom, ik scot het. Ik kan die VSOP pakken. Ik voel me ook toepak dat maar als ik drink bijna nooit. Maar als ik drink, bro, dan is het wel, denk ik, een wodkatje of een cognac die wel op een soort van bepaald Hennessy level is. Dat ik een puur, want ik hou van puur drinken, snap je? Ja. Ik hou niet van mixen, dus dan. Laten we even sowieso een shotje doen op Biggie's verjaardag, man. Laat hem zo, Biggie. Laten we even een shotje doen op jouw verjaardag, man. Bro. Ja, je bent nog jong, man, bro. Die ding toch. Van welke jaar ben je dan? 97, man. Oh, ik ben van 87, bro. Oh, dit? Dat is precies 10 jaar, bro. Laak, joh. Laten we een shotje doen, Biggie, man. Ik ben al een paantje in deze motherfucker. Kleine shotje. Ik ben op een water, man, bro. Zeker? Ja. Gedraag je me Esco, man. Ik ga wel een kleine. Ja, maar Esco, die man is 25. Snap je? Kap op met dit. Je made it till 25. Even een slokje, man. Niet ook mijn drankje, maar kom on. Nee, ik heb maar mijn pa. Nee, maar je moet een shotje nemen. Ja, pak die, ook pak een die, shot. Pak die nieuwe nee, glas. Man, hoef... Pak die nieuwe glas. Bro, ik ben goed zo, man. Ga je me kwalijk nemen, Biggie D. Ja, man. Je zou nu of dadelijk sowieso moeten doen. Ongeluk dingen, bro. Ja, bro. Je werkt me tegen. Voor jou, hè? Beker? Voor jou, hè? Waar zijn de bekers? Waar zijn de bekers, boys? Ik heb hier nog eentje, man. Dit zijn wel echt Biggie dingen, maar ja, het is er. Flow moet ook eentje. Ja. Misschien wil Flow 2 ook, of Flow 1. Ik weet niet welke. Er is nog een batra hier, man. Wat kan ik doen? Voordat we gaan proosten. Voordat we gaan proosten op Biggie Dagoe. Waar zit die? Onder andere daar. Waar is die wasflow? Daar? Oh, ja, Flow. Jullie hebben die man al geregeld. Hebben we bekers, boys? Nee, man, twee flows vandaag. Maar ik ken hem als Wolf, toch? Nee, echt laat, man. Maar Wolf is Flow eigenlijk, besef ik me nu, als je het omdraait. Ja, maar dat was die Tory. In een model. Laat me niet die man zijn echte naam zeggen in deze motherfucker. Laat me niet die man zijn echte naam zeggen in deze motherfucker. Want ik ken niggas lang. Ik ken niggas sinds PP2G. PP2G, wow, ik vergeet dat soort dingen. Ik ken niggas als Wolf sinds PP2G. Wat, in die tijd had je die naam al, bro? Nee, man. Ik kan het zeggen, toch? Maar bro, ken ik jou ook van Ish, of niet? Ja, bro. Ja, zie je, deze man was daar ook. Ja, toch, zie je. Anu. Bro, je doet geen shotje? Ik was eigenlijk gewoon met die man uit. Shotje? Roma, ken je Roma nog? Tuurlijk, Roma, man, natuurlijk. Had je en ik hebben nog achter Roma aangezeten, man. Roma, Roms, die ene guy, ja, toch? Ja, toch. We hebben achter hem aangezeten om hem erin te krijgen. Hij zou het worden. Hij was echt hard. Hij was echt hard, ja, man. Hij wou echt niet, had echt geen zin, bro. Besef, in die 3 maanden dat we op IJburg zitten, zitten we die man te roepen uit het raam. Roms, kom naar boven, kom naar boven. En we zitten hits te maken. We willen die man gewoon erop gooien van kom. Ja, man. Hij had gewoon geen zin, man. Dat was het, hij was heet. Ja. Terwijl, hij spitte zijn hele koeder. Pauze. Sorry, boys. Sorry, mensen thuis. We zijn eventjes een soortje aan het gooien. Aan het inschenken. Ik ben paardje. Goeie. Deze man heeft grijze gans en hij wil geen shotje doen. Geef me een kleine pissie. Hè? Je bent erin? Iedereen heeft shotje? Hef, deze man wil... Klein. Ja man, gewoon je mond nat maken, bro. Ja, toch. Kijk hier. Dat is goed. Ja, toch? Gewoon je mond nat maken, gewoon. Dit is gewoon voor die blessing. Kijk, anders, man. Biggie. Nee, maar ik doe het al voor je, toch? Ik doe het al voor je, toch? Biggie, gooi hem in de lucht. Kom op, man. Gooi een speech. Oké, wacht, timer. Gooi speech, okay, doe maar een beetje, dit kan niet. Nee? Snap je niet? Ja, dat is kakka. Beetje. Ja, toch? Kan je iets meer, man? Maar kijk hoe groot die man is, man. Nee, maar ik zie... Even schenken, man. Je werkt met die witte mensen mee, man. Biggie speech. Ja, toch? Ik ga jullie een korte speech geven. Dit jaar gaan we super zien dichtgaan, maar boys. Als je speech. In de mic alsjeblieft. In de mic alsjeblieft. Anu koffert die mic ook. Oh ja, shit, sorry man. We zeggen het woordje drinken niet, ja. Iedereen kent het. Ja? La 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 la. Wij.
Wat? Ik nek het echt niet, man. Hey, jullie zijn serieus. Je hebt ons ergens gebracht, man. Atje, zeg iets slims. Atje, zeg iets slims. In de mic, alsjeblieft. Ik vind het fucking hard wat jullie doen. Blijf het doen. En je weet zelf. Dat is het eigenlijk. Je weet toch, blijf gewoon op deze tip. Ik hoor hem. That's it, je weet toch. Kassel. Jij zegt iets slims. Zeg iets slims. Hij is een jammer. Hij heeft die toren gezegd van, je bent op een dang nu. Je bent op een passie nu, bro. Ik denk dat die passie er staat, je weet toch. Ja. Je gaat het uit kunnen spelen. Melk het uit. Tuurlijk. Het gaat je lukken. Oké, okay, familie op drie, boys. 1, 2, 3. Familie. En dat je oud en gezond moet blijven. Ja. Snap je? Ja. Tuurlijk. Minimaal nog een 25. Minimaal een banko. Ja, maar jullie kennen die poko echt niet? Nee, welke poko? Ja, man, leg even uit. Ga niet zeggen dat je het niet kent, Fatima. Je hebt ons gedacht. Je kent het toch? Ik wil niet zeggen drinken, maar... Hey, maar is het jouw poko, bro? Nee. Oké, okay, gelukkig niet. Oké, dat zijn we zeker. Bro, dat ding is gewoon... La, wij. Wat? Op uw gezondheid. La, dan ga je weer. En wanneer iemand drinkt, ben je af. Of wanneer iemand zegt drinken, ben je af. Maar zoals op andere motions. Ja, maar jij bent met de broer, pap. Je bent vrijgezellig. Ik heb opgegroeid. Kappen, ja. Ashi, als je zou moeten kiezen, ja. Vakantie. Uh-huh. Suriname of Curaçao, waar ga je? Jullie gaan naar Cura, man. 100%. Ja, ik ga naar Cura voor vakantie, ik ga eerlijk zijn. Cura is super hard. Ja. Maar... Want Biggie Dag gewoon en zegt, we hebben geen gerechten, maar jullie hebben geen zee, bro. We hebben wel zeeën gehad. Welke zee? Breng je naar je gaat op jetski, Pim. White Beach. Die Black Beach, bro. Oh, de? Je ziet niks. Je ziet niks. Koffie. Waar? Kijk, ik ben een kijk van spanning. Je ziet niks in die water. Nee, B. Oh, ik kan niet erin, man. Het gaat van licht donker naar donker donker. Nou, maar wat zijn ze in dit? Je moet het zo zien. Je toch, jullie hebben gemaakt water. Snap je? True. Sommige plekken. Ja. Sommige plekken, zeg maar. De mambo, de mambo's. De grote, gemaakt water? Maar grote knippers nog steeds gewoon. Dat is gewoon natuurlijk. Wat is die toren dan? Gemaakt water? Gemaakte zee, zeg maar. Gemaakte strand. Ze graven het uit. Gemaakte strand, zeg maar. Ze graven het. Dus je kan rondom. Zand wordt gelegd. Ja, maar los van, ja, okay, maar los van dat. Maar dat is toch niet overal rond Cura? Nee. Zijn nee maar daar is die zee toch gewoon mooi. Maar weet je, is een ver ook. Maar hij is geweest. Wat zeg jij? Ja, toch. Ben je Suriname geweest ook? Nee, man. Nee. Cura alleen, man. Jij bent allebei geweest? Ja, maar ik ben zo vaak naar Su geweest. En Cura. Ik moet nog Su gaan, man. Ik zeg je eerlijk, Su? Hey, bro. Ik moet groot vallen in Maar bro, jij gaat Su wel liken. Kijk, je moet het wel anders zien dan Cura. Dat moet je wel uitzoeken. We hebben ze jonko. Anders. Als je hier hebt, heb je daar ook, bro. Bro, anders dan, bro ik wil niet te veel zeggen. Ik heb, misschien moet ik ze niet zo bonnen, maar ik heb een keer met Skoto gesmokt. Mm-hmm. Hij was niet in dienst op dat moment. Maar, oh. En hij omschreef het wel mooi. We waren in de stu en die mannen zitten de hele tijd assi te draaien. Ik was in de ghetto. In de zin van dakpannen, daar is huizen van dakpannen. Maar er is wel een studio met de airco in die Osso. Zeg maar zo. Ja. Ik ben met die mannen daar in de hoed, we chillen. De hele dijk draait die boy assi, want hij is zelf die dealer. Maar hij heeft zijn stash voor zichzelf. Nu komt er een papi binnen. En hoe, sinds die papi binnen is, worden er geen jonkers meer gedraaid. Maar die papi zit rustig op de grond te chillen. Maar nu duurt het lang. Ja. En nu begint het te jeuken bij die mannen. Dus nu, chef, die man zegt tegen die chef, ik kan mijn ding doen. Het is even stil. Die man zegt, dat zijn criminelen toch? Dat zijn pokoemans toch? Die jullie ding gewoon rustig. Hm. Dus die man begint zijn toren te draaien. Eindstand, broer, die rotatie. Die man gaat mee in die rotatie, bro. Mm-hmm. Hij pakt een paar pofs gewoon. Ja. Ai. Toen was het extra relaxed. Toen was iedereen, ai, oké. Okay. Ja, man. Nee, maar kijk, in Suriname valt er nog te communiceren, snap je? Mm-hmm. Ja, maar het was niet op een rare fassie van hij staat op straat nee, om zijn lijp te doen of zo. Even wanneer je geen rijbewijs hebt, heb je gelijk geboete. Dan kunnen ze het onder de vingers zien, snap je? Ja, goeie, zo ja. Moet je het zien, snap je? Hier zijn ze gewoon streng, snap je? Nee. Ik denk daar is als je met dingen met respect doet. Mina was er aan de man, ook. Wat denk je? En die politie op Curaçao, van mij bestaat er geen politie op Curaçao. Ik heb twee keer scoot op Cura gezien. Ik ben 35 keer gegaan. Kan niet. Nee, die scooters van Cura ga je wel op je bek slaan. Als je maar dat wou ik je net zeggen. Daar is het wel gewoon alsof je in een stratenkill in politiepak tegenkomt. Ja, ja. Dat is zeg maar, dat is hoe ik het weet. Misschien is het veranderd met de jaren, maar toen ik klein was. Bijvoorbeeld iets simpels als fietsen zonder licht en het begint schemerig te worden. Ja, die scooter komt.
Zeg gewoon ja meneer, nee meneer. Ja, oh, als je te klein bent, smekt hij je niet, maar hij joekt voor je neus je banden lek. Ga lopen naar huis nu. Ja, maar als je groot bent, smekt hij je. Hoe je met deze shirtje bent, wit, Gucci, je denkt je gaat fris naar de vissen. Hij zegt, joh, ga liggen. Wat bedoel je? Ga liggen daar in de zand, hand op bro. Achter je, ga liggen. Man, bro. Je bent gek, grap. Oké, kijk. Weet wat ik doe? Laat me niks zeggen. Naar Suriname gaan we weer? Jongen, rennen. Ik ben verdomd snel. Maar je kan snel rennen, man. Ja, jongen. Ik heb je gezien, man. Hij is trots. Hij is een soort... Het is raar, toch? Een 30-jarige man. Dit postuur. En toch 100 kilometer per uur gaan. Voor een grote jongen kan ik ook wel hard rennen, man. Ja? Hij rent snel, hè, bro. Ja, hopelijk je mis. Hij rent echt snel. Dat is gewoon talent, man. Maar Biggie ook, jullie gingen tegen elkaar. Hij wou dat. Maar is geen competitie voor mij. Weet je wat ik weet van zware niggers? Van zware niggers hebben altijd sterke voeten, bro. Met Spanker ging ik zeg maar in de gym. Ik sla die man in de armen, We gaan voeten doen. Bro. Klopt man, ik was ook gek met dat man. Bro. Als je mijn kuiten ziet broer, is abnormaal. Hè? Bro, die man slaat mij gewoon dubbele. Ja, nee, ik wou net zeggen, deze man trainen al jaren toch. Dubbele van wat ik doe, die man duwt die ding gewoon. Ik denk, hoe? Ja man, ja. Ik ga proberen grote moffel. Ik ga bijna dit is. We lopen lang met gewicht toch broer? Ja man. Jaren man. Gek. Snap je? Het is eigenlijk een soort van tori van... Sterke benen hebben jullie man. Ja. Weet je wat hij heeft? Die man is fucking lenig, man. Dat is echt lijp. Je hebt het nu over die video dat hij trapt. Ja, joh. Ben je lenige nigger? Ja, man. Ja? Jezus Christus, man. Hoe kan dat, bro? Dat is ook talent, man. Daar word je echt mee geboren, man, bro. Ja, joh. Je kan het trainen, maar man, dat is wel man, iets waar man. Je mee geboren wordt, man. Ja. Man. Maar jij bent niet zo lenig? Nee, joh. Hoe komt dat je zo snel kan rennen, dan? Ja, man. Die voetballer zit nog in me, toch? Ja. Van Bali? Chillen, man. Bro, vroeger stonden wij, zeg maar, in Hoogvliet. Als wij zeg maar gingen kijken bij Mattie, zeg maar, die voetbal aan het voetballen waren. We hadden zo een Mattie, een goede Mattie van Crooks, Armani. Die man stond altijd langs de lijn. En als zeg maar, iemand krijgt die bal diep, hij schreeuwt in die man. Police! Bro, niks beginnen te spreken op die veld, bro. Abnormaal. Maar je was vroeger een Bali, nigga. Ja, man. Je wou eerst Bali man worden. Dat was eigenlijk een droom, man. Eigenlijk de eerste oorspronkelijke droom. Ja. Dus als je moest kiezen dat je gewoon muziek kan maken, fulltime of Bali? Vroeger was dat niet voor mij een... ik ga muziek maken. Vroeger was gewoon, ik ga bij Ajax, man. Dat was je story? Ja, man. Hard. Wat heb je allemaal gespeeld? Ik... nee, maar ik ga niet liegen. Ik heb toch wel een mooie club gespeeld, hoor. Zeeburg, ja, toch wel. Jij? Jij zit zeker op Amsterdam. Heb je gesport? Ik was fit van vroeger, man. Was je vroeger een slanke nigger? Weet je wat ik speelde? Ik met Fortjes. Je liegt, je was bij Amsterdam. Was je vroeger een slanke nigger, Biggie? Nee, maar ik ben altijd wel groot geweest, man. Ah. Ja, die vieze groene met oranje pak van Amsterdam. Ja, ja. Dus er is geen foto die we kunnen catchen van jou, zeg maar. Nou, kijk, ik had veel problemen vroeger, toch? Dus die man zei me van, je gaat van D1, of iets met 1, ja. Ga je naar 2. Nee, ik ga niet... Zij deed 2. Ja, toch? Zij fuck dat. Ja, maar fuck dat, man. Zeg maar, als je niet luistert, dan ga je weggaan. Dus ik ben gewoon weggegaan. Mijn pa was boos op me, man. Ja. Die gaat niet degraderen, toch, als je degraderen. Fuck die shit, man. Ja, oké. Esther, heb jij gesport vroeger? Ja, basketbal, man. Serieus? Ja, man. Had je ook, toch? Jij ook? Ik fokte ook met basketbal, man. Jij was ook wel basketbal. Honkbal en basketbal was mijn shit, man. Check je basketbal nu nog? Nee, man. Nee, basketbal is hard, man. Ik weet het aan, hè? Nee, basketbal is een niggersport. Zeg maar, als je kijkt naar die tori, bro. Ik heb respect voor voetballers. Laat me dat voorop stellen. Maar wat die basketballers doen, bro. Zeg maar, een goal is groot, hè? Mm-hmm. Een basket is, zeg maar, bro. Is abnormaal dat die Steph Curry, dat die nigger die tori gooit, zeg maar gewoon van. Ja, ja. Dat is gek. Dat is gek. Die precisie die je nodig hebt voor dat, bro, is geen Messi, is geen Ronaldo, is abnormaal. Ik denk het is geen precisie, man. Het is gewoon een techniek hoe ze moeten gooien. Ja. Dus je springt, je gooit en je mist zeg maar die lucht. Ja, zo. Ja. Je snapt het? Een feeling. Kijk je basketbal?
Ja, niet, ik kijk gewoon hoe die man nog steeds gooit op Instagram. Ja. Maar dan Steph Curry, hij mist zo, niks. Hij bro, is eng, man. Hij mist niks. Hij is eng. Bro. Hij kan vanaf nu helemaal naar achter lopen. Hij blijft. Bro, laatste seconde. In. Laatste seconde en zo van die game. Maar zeg maar, weet ik veel. Hun is aan 1 punt voor. Die man gooit die tori. Hij gaat erin, bro. Is ja. Als je kijkt naar. Voetbal is interessant, is leuk. Is, maar als je kijkt naar basketbal, bro. Die tori is zo para. Ik zeg je eerlijk, ik kan er niet van genieten, man. Bro, we moeten zeg maar dus voetbal. Ik wil niet haten op voetbal. Nu klinkt het zo, ik ga haten op voetbal. Dat wil ik niet. Maar zeg maar, voetbal is gewoon zeg maar, hun kunnen zeg maar 45 minuten die bal gewoon blijven passen. Achterin. Ze maken één goal zeg maar, dan spannen ze passen. Het is een saaie game, maar oké, we hebben gewonnen of we hebben verloren. Of oké, cool, klaar. Maar dat maakt een doelpunt. Basketbal, je hebt elke keer 24 seconden, 25 seconden zeg maar, om iets te doen, bro. Als jij niet binnen 25 seconden zeg maar, iets doet, dan heeft die andere team die bal. Ja. Dus er is een soort bepaalde... En een game kan helemaal veranderen. Maar gevoel, dat kan bij voetbal ook, trouwens. Bro, maar het gevoel van scoren is wel heel anders, hè? Ik denk bij basketbal is het makkelijk. Snap je? Dat is die tori, is echt een tori van... Scoren is echt een tori bij voetbal. En bij basketbal gebeurt dat. Weet je wat het is? Dat pasen, dat ding wat je met pasen met voetbal hebt... lang pasen en dan later pas een goal. Dat heb ik met basketbal ook. Want in het begin, al die soort eerste 50 punten die gescoord worden, zijn eigenlijk niet zoveel waard. Nee, het zijn gewoon 2 punten. Aan het einde, die vierde kwart. Ja. En nu van, oké, die mannen beginnen in te halen. Dan wordt het pas echt spannend eigenlijk. Ja, dat is het hoor. Tussendoor gebeuren er gewoon mooie dingen of een beetje fysicatorisch. Ik vind die competitie, moet ik wel eerlijk zeggen, ook zeg maar, die competitie van NBA, is ook jammer dat er 1 competitie is. Dat je niet zeg maar een Italiaanse, Nederlandse, bla bla bla. Dus je hebt alleen NBA. Maar als je die competitie kijkt, zeg maar, in elke team is er wel één guy die zeg maar, probleem is. Dus zeg maar, er is geen één, er is altijd een gamma. Zeg maar, voetbal kan je zeg maar, soms een gamma zien dat je denkt van, kijk wel hoeveel het is geworden, zeg maar. Maar bij basketbal, ik heb die abonnement, bro. Van some real shit, zeg maar. Dat is gewoon, zeg maar, s'nachts wanneer ik ga slapen, als ik zeg maar, laat ga slapen, is dat die toren die ik opzet, gewoon van, oh, deze mannen zijn. Bro, het is, ik heb een basketbal gekocht, zeg maar, Kroes. Jij weet het. Ik heb een basketbal gekocht, Adje. Om zeg maar dan gaan gewoon zeg maar van hoe. Kom maar gaan. Oh, die bro, het is raar. Hoe krijgen die niggas die? Ik sta daar groot. Ik ga 's nachts ook nog. Ja. 10:30 donker, licht aan. Zeg maar bij die veldje. Bandy komt. Chaka. Ik ben al een paar keer geweest, zeg maar, rond 8 uur, 9 uur. Zie je een paar niggas, zullen we een potje doen? Kom je een potje doen, man? Een paar niggas komen raar met rare Jordans op mij, van zullen we een potje doen? Kom je een potje doen, man? Ik zie dat je wil me doodmaken, je weet toch? Ik kan niet zo. Ik ben die kaka-boy die gaat zitten zeg maar, in die hoekje, zeg maar, zo met mijn bal. Gewoon, van zei van niemand wil met mijn bal ook, wat is er met jullie? Je weet toch? Maar ik zie die mannen willen me doodmaken, bro, je weet toch? Dus nu ga ik gewoon, zeg maar, 10:30 stiekem. Kom met scooter. Ik gooi een paar ballen. Bro, die shit is moeilijk. Kroek, zei je dus? Ik ben klein, ik heb nooit die shit gedaan, maar ik kom wel gooien. Bro, die shit is gek. Je moet een soort van je pols moet ook een beetje gay zijn. Hè? Dat weet ik niet, maar ik weet wel. Hey, ik ga even pissen, man. Ik kom dadelijk. Ja, pis. Ja. Die pols moet een beetje. Die pols moet een beetje. Die pis. Of niet, Adje? Die pols moet. Hij moet een rare. Hij moet flowen zijn. Die pols moet. Zeg maar, er is iets in die pols, zeg maar. Ik lach nu, maar er is iets in die pols van basketbal. Je moet hem niet te los hebben, inderdaad. Maar bro, jij speelde toch bij Feyenoord vroeger? Nee, ik heb niet bij Feyenoord gespeeld, maar ik heb wel gewoon scout voor Feyenoord. Of Kroeks speelde bij Feyenoord? Kroeks heeft ook niet voor Feyenoord gespeeld. Kroeks was aan het spugen op het veld. Ik kon spelen wel, maar ik zat in een slechte team. Kroeks, maar één van jullie heeft prof gespeeld, toch? Kroeks scoort 8 keer. Nee, we hebben nooit prof gespeeld. Nee? Kroeks scoort 8 keer, maar die man doet niks anders dan... Bro, ik sta elke keer maar daar te kijken naar die man. Die man spuugt al op die veld. Ik sta gewoon fucking met jou, doen, man. Kom hier bij mij, mijn Kroeks. Dat doen die balie-mannen toch op veld. Als je kijkt, ik weet het. Die man is spits. Ja. Als je trekt, wat zeggen ze? Je drip vandaag. Laat me even tussen goudje spelen. Wat zeg je? Hoeveel is die bril? Die bril, ik weet niet eens, man. Jawel, je weet. Cadeautje, man. Wie? Van wie? Mijn nigga, man. Welke nigga? Mella, man. Mella? Mella komt zulke dingen voor je? Doe shout-out naar Mella, man, bro. Ja, man. Sowieso. Shout-out naar Mella, sowieso, man. Ja, man. Die shirtje. Wat was die shirtje? Ik weet niet, man. Sponsor deal, man. Het is wel een vier nee, daar, hè? Gucci kan geen sponsor. Kleine 4B daar, hè? Ja, man. Ik heb een sponsor met Gucci, man. Met Gucci? Ja, man. Als je kan me niet zo... En die man ligt gewoon de hele dag door, bro. Hij komt gewoon binnen om te liggen. Met serieuze gezicht, Biggie. Ja, je bent niet boos toch, pa. Ik vind het erg. Bro, wat kost die shirtje? Ik weet niet, man.
Ben je echt zo bescheiden achter? Hij is bescheiden. Hoeveel kost die patta? Welke patta? Wat heeft hij aan? Oh, oké. Okay. Welke patta heeft hij? Ik kan je wel zeggen, dit is een 480, 450 minimaal. Mensen op die prijs zijn omhoog. Mensen zijn schoenen. Hij heeft Gucci patta. Ja. Hij heeft zijn schoenen niet aan, sowieso maar je te klein genoeg. Ja. Ja. Toch, is in die Oslomberg model toch? Arzi. Ja. Top 5 rappers in Nederland. Top 5 rappers in Nederland. Maar ik wil die producer ook horen. Dan. Ja, ja. Ik denk voor mij sowieso, ik heb van Atje geluisterd. Ik heb van Winnen geluisterd. Wie heb ik nog meer geluisterd? Styx. Campy sowieso. En dat is vijfde. Maar gebaseerd op nu of vroeger? Oh, all vroeger, time. All time. All time, hè? Oh, all time. Ja. Ja, maar ik denk dan toch dezelfde mensen, ja, man. Omdat ja, jij man. Daar, ja, toch? Daar heb jij je gevoel waar bij. Ik gewoon echt een gevoel bij heb. Ik vind iedereen gewoon goed, hè. Ook jou bijvoorbeeld. Dus niet boos hoor dat je in die top 5 zit, maar... Doe normaal. Je begrijpt me toch gewoon... Doe normaal, bro. Mijn favoriete rappers zijn deze, man. Ik denk niet dat ik nog een vijfde... Jawel, denk ik nog een vijfde. Je moet een vijfde doen, bro. Biggie, denk alvast na, hè. Ik heb niet, man. Ik denk dan toch dat ik Joe moet zeggen, man. Ja, hard. Zo. Ja, man. Maar is het zeg maar gebaseerd? Want misschien... Heb je ook een pokken met Joe, toch? Die is op de weg van jou? Op de weg, chemistry. Juist. Ja, nog een paar wel. Maar die zijn niet echt opgeblazen, maar die twee wel. Hard. Mm. Maar is het zeg maar gebaseerd op persoonlijke smaak, echt? Of... Ja, tuurlijk. Jouw smaak, wat jij hard vindt, bro. Okay. Maar laat me eens aan Biggie vragen. Ik heb niet, man. Biggie, jij hebt wel 5 rappers die je hard vindt? Ik ga per pokoe gewoon, bro. Oké. Okay. Gewoon een pokoe hard vind ik het hard, maar niet uit wie je bent. Oké. Okay. Maar welke pokoe vind je hard dan? Laatste tijd? Nee, gewoon altijd, bro. Ja, niet zo ik... doen. Door wat ging je rappen? Niet zo doen, Biggie. Niet zo doen op mij, man. Zeg je eerlijk? Wat me echt boos maakte vroeger, wanneer ik dit ging luisteren, waren die ene bars van Mokromenië. Zo! Zo, dat is ook een rapper, hè? Ja, ja, ja. Die 15 minuten, die 13 minuten, ik kon gewoon... Alles achter elkaar, ik kon rappen. Repeat. Hard. En dan denk ik van, oh, DJ. Zeg. Ja, toch? Hard. Snap je, hard. Maar... Dat is gewoon zo'n pokoe, snap je, man? Ja. En dan... Wie nog meer? Bro. Dat is makkelijk, maar Aka, broer. Tuurlijk, ja, tuurlijk. Snap je? Die first out van hem, die laatste. Ja. Bro. Ja, hij komt raar uit de bocht. Snap je? Maar jij moet zien. Raar uit de bocht. Ik kijk die ding gewoon net als jou, hoe jij het ook ziet thuis van AG. Dan luister ik het ook, snap je? Van, oh. Ja, is ja. Krabben, ja. Hoe komt die man op dit alles, snap je? Ja, ja. Niet van hoe komt hij erop, maar... Snap je, die man... Hij groeit, snap je? Dat is het ook waar. Ja. En dacht, maar... Maar dan ga ik gewoon naar Engels muziek ook. Nee, Nederlandse. Niet zo doen. Wie ging je pompen? Welke pokoe zeg maar wanneer je aan... Ik ga nu chillen met een chickie. Waar deze pokoe wil ik horen. Kijk, en dan die keer was ik juist niet toch. Ik was juist die keer. Ik zat raar Leo Durk gewoon. Ja, maar chickies loeven dat ook. Ja, broer. Toch. Maar en dan ga ik je zeggen. Broer, ik ben nu pas. Laat me nog niet echt zo zeggen. Maar ik heb die love gevoel heb ik pas. Ontdekt. Dus nu, ik kan nu gewoon op mijn baby zijn, pas, snap je? Omdat kijk, ik... je hebt echt goede smaak. Snap je? Maar begrijp je wat ik bedoel? Ik heb een pas ontdekt. Geef me ook eens een love, man, Biggie. Ja, toch, maar... Niks gaan blij worden dat jij hem pompt. Wie pompt je nog meer? Ja, die, bijvoorbeeld, ik heb ook gewoon... Heb je Ronnie Flex dagen? Nee, man. Heb je snelle dagen? Ook niet. Heb je... Henkie dagen. Ja. Heb je je architect dagen? Soms. Die timing van Digito, die timing. Ja. Heb je je busy dagen? Nee, maar kijk, nu kom ik in die vibe van die love tunes. Toen ik eerst keek naar op die dingen. Ik voel niet wat jullie doen, want ik ben niet verliefd, snap je? Ja. Maar nu ben je geen verliefd geworden. Ik heb nu...
Nee! Praat met ons, praat met ons, pa. Er is een nieuwe vlam, toch? Er is een nieuwe vlam in je leven. Een nieuwe vlam in je leven. Dus niet die pokus, ik besef ze toch? Anders. Snap je? Dan anders. Dus nu ben je op Asje. Snap je? Toen ik had veel pokus van me destijds gewoon dichtgezet, want die is niet mij. Is niet jouw shit. Snap je? Ik hoor je. Ik hoor. Maar dat is ook pokus, hè? Pokus is ook zeg maar, een soort van gevoel, toch? Zeg maar, soort van, je kan alleen pokus bepaalde. Voelen als je zeg maar, in hetzelfde gevoel zit. Soms vragen mensen ook aan mij zeg maar, van wanneer je een nieuwe album doet. Van ja, wat voor album is het? Dan denk ik bij mezelf van ja. Ik kan nu zeggen wat voor album het is. Maar jij bent in een bepaalde fase van jouw leven. Misschien ben je blij. Misschien ben je niet blij. Misschien ben je gelukkig. Misschien ben je niet gelukkig. Misschien heb je net weet ik veel, een nieuwe vrouwtje. Misschien ben je net je vrouw kwijt. Weet ik veel welke pokken op jou, zeg maar, zeg maar, gaat. Begrijp wat ik bedoel? Ja. Die pokken van je die op een missie. Ja, je werkt mee? Wow. Uit mijn hoofd, nog steeds. Ja? Nog steeds. Ja, voor mij is wel een pokoe. Het is gewoon realiteit, toch? Ja. Je bent vergeten, bro. Als we samen op een show stonden, ging af en toe je backup doen, toch? Ja, gewoon op die podium. Ja, ik kon al die shit van die man meerappen, bro. Ik doe shit. Ik ging laatst lopen op mensen, maar heb je gezien? Ik ging laatst lopen op mensen, man. Dat is wel zo'n... Zo'n nigger, want je bent een grote nigger, snap je? Ik weet dat jij gezien hebt. Je bent mijn nigger. Ik heb gezien. Biggie is niet mijn nigger, man. Ik zie het al. Hij heeft me niet gecheckt. Ik ging lopen op niggers, Biggie. Ik zeg eerlijk, wanneer ik jou zie steeds dijven, dan zeg ik... Hoppatee! Als je dat doet, dan heb je echt een nigger. Maar ik ben niet zo op die social media. Ik zeg je eerlijk, man. Nee? Ik mis veel, man. Ja, man. Bro. Oh, ik ook, man. Mijn leven draait niet op die social media, snap je? Mijn leven hier. Snap je? Maar dat is wel één moment toch per dag wanneer je gaat schijten. Om alles in te halen. Dat is moeilijk. Snap je? Voor je. Ik ga niet even kijken wat hij doet vandaag. Ja. Kijk wat. Ben je meer een Snap-nigger of een Instagram-nigger? Geen van beide, bro. Ik ga eerder op Snap dan ik op Instagram ga. Ja, dat wel. Want ja, op Instagram op Snap zijn we gesprekken toch? Zeker, kan die hele. Snap je? Instagram, als je Instagram gaat kijken, je gaat jezelf gek maken. Ja. Te veel vrouwen ook. Hmm. Plus. Instagram is wel grappig, ja. Eerlijk, maar ik lag wel. TikTok en Instagram, ik lag de hele dag. Ja. Boys, ik heb een goede vraag voor jullie. Oh shit. Laat me kijken wie van mijn niggas slim zijn. Oké, je mag kiezen tussen 4 talen of 4 diploma's. 4 talen spreken, man. Bedoel je? Bro, kom op. Ja, dat is echt een simpele, man. Dat is echt een simpele vraag, man. Is dat een simpele vraag, vind je? Bro, weet je waarom? Simpele bro, vraag. Jij hebt me iets verteld, dus me altijd bijgebleven, bro. Jij zei, vroeger werden we gezien als de domste in de klas, toch? Die vervelende gozer, die het niet zou maken. Eindstand waren wij toen al stiekem de slimste in de klas. Ja, true. Snap je? Dat zijn mensen me altijd bijgebleven, je weet toch? Dan broer, ga je me vertellen dat wat wij hebben bereikt... Ik heb geen diploma's. Heb je diploma's? Nee. Ik heb geen diploma's. Heb jij diploma's? Niet echt, man. Heb jij diploma's? Nee, man. Ik wel. Welke diploma heb je? Niveau 2. Wat dan? Dat is geen diploma, man. Handel, was je een handel, nigga? Detailhandel. Dat is geen diploma, was je een zo'n nigga, Adja? Hoe moet je eerst je diploma? Kappen met dit, man. Ja, toch? Jullie zeggen allemaal... Man, ik zeg je eerlijk, er zijn nog steeds mensen. Laat me dan iedereen vragen. Is er iemand die anders denkt? Niemand die anders denkt? Dat is een simpele vraag, man, bro. Ik denk dat het echt een simpele vraag is. Kijk. Bro, er zijn mensen die zeggen, no, 4 diploma's. Ja, maar tuurlijk, ja, maar die mensen... Ja, toch. Ja, toch. Dat is mijn conclusie ook, zeg maar. Van, ik denk dat wij allemaal mensen zijn die, zeg maar, soort van ondernemen. Als je ondernemer bent, ja, toch. Dan ben je sowieso iemand die voor risico's gaat. De gemiddelde niveau van wereldwijd. Ik denk dat mensen thuis niet denken van... Huh? Wat zeggen deze? Luister daar even, luister. Luister, gemiddelde niveau... Van de grootste ondernemers van de hele wereld. En dan heb ik het echt over de slimme... Wel een diploma. Gemiddeld is MAVO. Ja. Als je alles bij elkaar optelt, is gemiddeld een MAVO. Middelbare level. Maar broer... En heel veel van die motherfuckers zijn half tijdens scoren, loesel gava scoren. Ja. Omdat ze gewoon in die June waren. In die hustle waren, laat ik het zo zeggen. Maar weet je wat ook fire is, bro? Hoe die maatschappij nu is. Het is eigenlijk... Kijk, als je goed over nadenkt, kan je het begrijpen. Maar het is niet oké. Dat er zijn zoveel mensen als wij, je weet toch? Wij werden gezien als, of anderen hier, van yo, jij bent eigenlijk pas niet bij de maatschappij. Terwijl eindstand kijkt wat wij van ons leven hebben gemaakt. Ja, ja. Je weet toch? Er is gewoon veel te weinig aandacht aan mensen die gewoon niet, die buiten het bootje, zeg maar, varen. Je weet toch? Voel jij je een Nederlander of voel jij je een nigger? Yo, zo, vroeger. Ik voel me beide niet, man. Ik voel me...
Bro, dat is een rare vraag, man. Wel een lijpe vraag, ja. Is wel een diepe. Bro, ik zou geen antwoord kunnen geven. Ik voel me beide niet, man. Ik voel me... Ik ben altijd opgegroeid. Zeg maar zo, ik ben paantje toch? Ik krijg een beetje instaan. Ja, ik kijk me aan. Ja, toch, zeg maar van, ik ben paantje. Maar waarom vraag je dit? Waarom vraag je dit? Gewoon, ik zit te kijken naar jou, zeg maar van... Je zou niet, zeg maar van, hij is zeg maar, soort van de echte Nederlander. Begrijp je wat ik bedoel? Begrijp je wat ik doe? Ja, ik hoor het vaker, je weet toch. Maar het, ja. Hoe voel je je, zeg maar? Ben jij, zeg maar, een nigger die ook, zeg maar... Die gediscrimineerd wordt, zeg maar, op bepaalde plekken? In de zin van? Ja, ik ben zeg maar wel door veel Nederlanders ook altijd raar aangekeken van... Ja, jij je chillt met hun? Ja, toch. Ja, toch. Snap je? En van, oh, je hebt een accentje. Of, oh, je weet wat dat... Ja. Daarom vraag ik het, man. Jawel, ja, veel. Ja, man. Ik ga niet meer. Maar daarom heb ik me eigenlijk ook nooit beide gevoeld per se. Snap je wat ik bedoel? Wat vind je lekker om te eten, bijvoorbeeld? Wat is jouw favoriete? Mijn favoriete eten is wel pasta, man. Ah. Pasta. Ik hou wel echt van pasta, man. Ik vind Surinaams ook heel erg lekker. Echt heel lekker. Zo. Ja, ik zeg eerlijk, sinds dat dieet is ook keto is, ook vind andere dingen raar lekker of zo. Die jullie niet kennen. Precies. Snap wat ik bedoel? Oh, ja. Dus ik ben niet een hele moeilijke eter, man. Ja. Snap je? Ja, maar dat is ook gewoon growing up. Klopt. Gewoon growing up. Klopt. Ja, klopt. Jay. Mm-hmm. Je top 5 zangers. Zangers? Oh, ja, waarom waren hij zangers? Hij dacht was makkelijk rappers. Ik ben blij dat die rappers eigenlijk ook en die rappers zijn met veel meer, hè, bro. Die is moeilijk. Ja, en die lijst van mij verandert een beetje. Je gaat mensen beledigen, bro. Ja, maar daar ben ik niet bang voor. Nee, daar ben ik niet bang voor. Gewoon zijn mening. Gewoon mijn mening, man. Precies. Maar zangers. Laat me Brees opnoemen. Brees is denk ik van ons zangers onderling. Alle zangers die ik spreek onderling, wij vinden hem allemaal het hart. Ja. Door zijn techniek, door zijn sound, door hoe hij gevoel kan zetten in een pokoe. Hij kan gewoon over een plant zingen en je gaat huilen gewoon. Vraagjes, maar heeft Nega dat geschreven? Nega heeft dat geschreven. Ja, Nega heeft veel gedaan. Nega is geen kleine jongen. Waar is hij nu? Ik heb geen idee, man, waar Bracco is nu, man. Ik zoek hem al een tijdje. Maar je zoekt hem gewoon. Nega, je bent bij deze uitgenodigd. Ik ben bij deze uitgenodigd. Pull up. Ja, maar waarom? Hij moet vaker aan deze tafel zitten. Want hij durft te zeggen wat hij vindt. Hij zoekt om in een dag spoorloos te zijn. Ja, maar hij heeft zijn ding, cateringbedrijf. Ik weet niet of hij dat nog doet, maar hij heeft toch cateringbedrijf. In familie en zo. Hij doet zijn dingetje. Shout-out naar Nega, ik ben bij hem begonnen eigenlijk, toch? Serieus? Ja, toch. Bij Nindo, zeg ik, nooit officieel, zeg maar. Hij was de eerste, je weet toch, in de industrie, zeg maar, die mij echt ging checken, je weet toch? Maar hard toch dat zo'n rapper als uit die tijd al voor een zanger kon schrijven. Dat had niemand, jullie zijn verbaasd om te horen, dus snap je? Dus Nega is wel, maar goed, Brees is dan die papi. Ja. Ik zou het raar vinden om Gio niet te noemen. Waarom? Omdat Gio misschien wel het langst in de game is van ons allemaal. Die dingen was koude 16 of zo en had al een album uit bij fucking weet ik veel wat. Welke boek is dat? Met de remix, hoe heet die squad? Oh, I can live. Oh, die heeft hij ook gepakt nog, ja. Hey, maar luister, een van mijn matties, ik spreek hem de laatste tijd niet veel meer, maar hij is echt mijn nigger. Bon man, Ebony man. Ebony? Monster. Ja. Broer, een Ebony is iemand... Hij is van Bolletjes Blues, die ding is toch? Heeft hij in Bolletjes Blues gespeeld? Dat is een Green Gang, toch? Nee, die soundtrack. Uiteindelijk ook een Green, maar hij is die... Ken je die pokken nog? Niks is wat het zijn moet. Oh, niks is wat het zijn. Hij had die Engelse pokken vroeger van... I was on my way. Too much money, so I was supposed to be the red fire. Oh, zijn hij? Hij was kapot jong, bro. Maar kijk, hoe ken ik hem? Luister eens, ik ging met zijn brader om. Een van zijn oudere brader zat ik mee op scoren. Inderdaad hoor. Ik kan niet zeggen ik ging met hem om, maar op school in de pauze spraken we elkaar wel eens. Je bent Archie in deze, je bent even Archie in deze. Nee, het is, laat ik het zo zeggen. Ik had wel eens iets en ik wist dat als ik het naar hem ging brengen, komt het goed. Ja. Snap je? Dus zo ben ik, weet je toch? En jaren later chill ik met die man zijn brader en zijn we echt, weet je toch, boem met elkaar geworden. Dus Ebony is eens... Broer, die man heeft voor Jeroen van der Boom bijvoorbeeld. Gewoon pokus geschreven, op album gekomen. En hij is een gekke monster. En hij kon goed balie ook.
Hij zat ook in die voetbalteam. Volgens mij was hij een van die pappies die zelfs richting een prof kon gaan, zeg maar. Ja. Ja, gruwelijke papi. Wie nog meer, man? Nu heb ik er drie, hè? Ja, ik denk dat ik moet Lloyd de Meza die props geven. Waarom? Ja. Laat ik het zo zeggen. Arnhemsgewijs, ja. Die groep, wat zij waren met z'n allen, dat is eigenlijk wie ik ben. Ja. Ken je Arnhemsgewijs nog van, je hebt me gebruikt, je hebt me gebruikt. Ga je me zo doen? Ja, oké, I'm just saying, weet tuurlijk, je man. Ook voor de kijker toch. Tuurlijk, maar ja, ik moet Lloyd de Meza geven, alleen al omdat hij... Hoe gaat mijn diamant ook weer? Dat is mijn popo, man. Je bent alles waar ik trots op ben. Hij komt gewoon met die R&B shit, man. Echt in een tijd van eigenlijk dat mensen zeggen, dit kan niet meer. Hij heeft gewoon gelaten lukken. En natuurlijk tot de grond. Maar laten we ook niet vergeten dat hij met Def Rhymes die ene hit heeft die nog steeds gedraaid. Tot de grond. Oké, cool, zo. Biggie is pakken en alles gegaan met vieze onderbroek. Oké, maar wie is die andere zanger? Nu moet ik iemand van deze... Ja? Vieze onderbroek, vieze Calvin Klein. Op die zit, hè, tot de grond. Vieze Calvin Klein. Ah, lach. Lach. Ja. Er is op die schoen wel een keer, toch, gesneuveld. Maar ja, dan moet ik toch iemand van deze tijd... Die tune, ik ben eerlijk, die tune. Weet je waar ik was, die boys? Weet je waar ik was, die tune? Welke, die tot de grond, pokoe? Ja, tot de grond en zakken, zaak. Zak maar lekker, Duits, hè. Ik was in een 1 euro disco. 1 euro disco, spekken in zijn akkers. Mini. Jullie kennen Mini, toch? Mini Turk bedoel je? Ja, Mini Turk. Ja. Zijn wijk. Wat is met hem gebeurd, bro? Hij is even hij terug, toch? Hij moet ook een keertje komen, of niet? Maar ik heb het laatste filmpje van hem gezien. Hij zag er niet zo goed uit. Oh, serieus? Ik heb hem niet gezien, man. Ja. Ik heb niks van hem gezien, man. Maar ik was bij Akkers, was ik in die 1 euro disco. Oh, daar komt hij vandaan natuurlijk, dat is die toren. Die pokers waren geen kwijt. Maar nog één zanger. Samen, welke hebben we nog dan? Snap ik, bro? Een van nu? No disrespect. Een van nu? Vergeet ik maar. Mag ik een van nu zeggen? Wie is een van nu? Eén keer van jou. Stefanio. Sorry man, ik had hem als eerst moeten noemen, man. Ik had hem als eerst moeten noemen, man. Eén keer van jou, zeg maar. Hey, what? Wat? Klaar, nee, Stefanio is die hele nigger. Jij zet jezelf ook niet in die... Nee, ik ga mezelf niet in een toptory zetten. Ik zet mezelf niet in een toptory. Meer, als je bij me blijft dan, wat je wat voor me krijgt. Voor al die pokoes, hè, kiest hij die, hè. Meer. Bro, die pokoe, ja? Hij weet het, hè? Maar jij hebt iets geslagen op die pokoe? Oh, lekker maar. Ja, hè? Ik weet niet, maar mijn pokoe wordt echt voor die shit gebruikt. Daar maak ik het ook voor. J.nl. Mijn pokoe is voor maak kinderen of make love. Ja. Minimaal make love. Bro, er wordt ook heel veel op mijn pokoes geslagen, man. Ik snap het niet, man. Tuurlijk, hè, broer? Bro, even over dat gesproken. Ik ben in de stad een keer lang geleden. Leidse, komt een soort droemmokker naar me toe. Bro, jij bent hard. Jij bent hard, ik ken jouw pokus, broer. Ik slaap jouw pokus, bababab. Praat lang over slaan op die pokus. Maar nu eigenlijk op het punt komen van... Ik begin me af te vragen, oké, maar welke pokoe? Ik denk, hij slaat op mijn baby en zo. Ja, ja. Die man begint, zonder dat ik hem vraag, te zingen. Ja, man, ze zeggen, Johnson, wacht. Op dat, bro. Op dat. Hoe kan je people op dat? Die man slaat anders. Ja, hij slaat anders. Different. Snelle tempo. En hij was gepassioneerd over die toen, dus ik begreep niet. Hij was snel tussen neus en lippen door. Ik weet nog een keer dat jij en Atje, appelsap, fok wachtentijd. Jullie hebben de grond laten trillen. Hé bro, die dag was legendarisch. Die dag was legendarisch. Ja man. Para. Wat daar gebeurde, ik denk dat niet eerder gebeurd is. Ik weet niet of het daarna ooit nog gebeurd is, man. Bij appelsap, hè? Broer, de jeugd kwam naar me toe. Ze waren gewoon van, hé bro, moeten we echt naar dit gewoon? Moeten we echt naar dit gewoon nu? Ja bro, ik was daar, man. Terwijl die tunes waren niet eens zo bekend of zo. Was gewoon... zeg maar de culture vast, zeg maar. Ja, man. Amsterdam, ja, man. Ja, was... Amsterdam had ons echt, zeg maar. Ja. Wat natuurlijk zegt, Damska had ons echt. Ja, Amsterdam real shit. Was dat zeg maar dezelfde jaar waar, zeg maar, waar French Montana was gekomen? Dat was een jaar daarvoor, volgens mij. Ah. Ja, was een jaar daarvoor. Ik kan me nog herinneren, zeg maar, was een jaar dat French Montana was gekomen. Hij was gekomen met zijn... Hij was gekomen, hij denkt hij is... Sharon naar French, sowieso, weet je toch? Hij denkt hij is gangster nigger, toch? Hij komt in zijn eentje, bro. Die Belmen-nikkers hebben hem gegeten. Ze hebben hem gekauwd? Ja? Bro, die mannen hebben hem gegeten. Zijn manager komt naar buiten. Ambulance voor die. Nee, man. Hij is met zijn manager, zeg maar. En die manager is DJ. Ik moet de coin tegelijk, zeg maar. Weet je. Hoe kan je alleen, joh? Hoe kan je alleen komen ook, bro? Was je daarbij, toch? Bro, die manager komt naar buiten, zeg maar. Zeg maar. Hij komt naar binnen en zegt, stoer wakker, die mensen gaan naar buiten om
Niemand kan French nee. Vinden. Ja, was gek. Appelsap was wel een vibe, man. Appelsap was echt een vibe, man. Ze hosten alleen nog podiums. Podiums. Mm. Ja, shout out naar Appelsap. Er staat Appelsap niet meer. Volgens mij niet meer, man. Nee? Nog nooit gegaan, man. Is er, dat vond ik echt leuk. Hey, dat was een, hey, dat ja, was een goed festival, man. Ben je weleens geweest? Ja, man. Ja, toch? Was je ook die dingen die zeg maar overhek ging klimmen? Nee, man. Ik had gewoon kaartje kopen. En voor mij moest laatste keer moest Aken optreden daar. Ah, hard. Ja, man. Hard. Elke nieuwe echt culture involved act uit de hip-hop was daar. Ja, man. 100%. Ja, man. Appelsap. Dat was die stage, bro. Ja, man. Appelsap was. Ja, ja. Maar zeg maar, is Appelsap meer retorie voor jullie dan Wuha? Wuha is een nieuwe retorie. Kijk, Wuha draagt niet per se bij aan ons dingetje hier voor ons in Nederland. Ja, ja. Wuha is waar wij langs gaan om ook te snoepen en wij mogen gelukkig ook gewoon ons ding daar doen. Maar Appelsap is ook meer een Amsterdam-tory, waar jullie ja, maar een grote rol spelen. True that. True toch? That. Amsterdam is, true of Appelsap is echt een Amsterdam-tory. Ja. En Wuha, ik zeg eerlijk, Wuha is voor mij. Ja, voor mij ook, man. Voor mij ook, man. Mijn gekste shows daar gedaan. Ever. Ja, bro. Ja, maar dat kan ik begrijpen. Dat kan ik begrijpen. Dat kan ik begrijpen. Real, bro. Wuha, kom mee man dit jaar. Is dat Wuha? Ja, dit jaar. Sterk man. 7,5 douche. Pas op, ik ben opeens lekker, daar. Lekker man. Ik ben opeens relax. Daar. Zo relax. Kan ik ook een liedje doen? Nee, maar je kan, maar geen money. Weet je wat die fatu is? Ik kan een paar liedjes met hem doen gewoon. Ja. J-Ko, ik kan gewoon een paar pakken. Minimaal een Hayabusa man. Bro, maar Hayabusa doet elke show. Bro, Hayabusa doet elke show en Hayabusa is het probleem. Heb je ooit Wuha gestaan? Nee, maar ik ben niet die hip-hop. Ja, dus klopt. Als ze me zouden boeken, zou ik denken wie gaat ontslagen worden straks. Nee, maar laatste tijd is het steeds breder hoor, Wuha. Ja, zijn kijk. Ze hebben busy geboekt, bro. Ik denk dat als ze me zouden boeken, sens zou maken, maar ik snap ook dat ze me niet geboekt hebben. Bro, ja, mensen gingen een petitie tekenen of toen busy werd geboekt daar. Nee, joh. Ja, van mag niet? Van mag niet. Wauw. Maar soort van, je weet toch, Leo is my guy, je weet hij heeft gewoon gekild ook volgens mij. Ja? Ja. Maar ja, dat is zeg maar, als je echt naar zo'n festival wil gaan... Het is zo'n groot festival. Tuurlijk moet het er ook kunnen zijn. Ja. Ja, klopt. Ja, klopt. Voor de mensen die even... Er komen maar heel veel mensen daar naartoe. We praten over festival. Wat vinden we van dat S10 zeg maar, het zo goed gedaan heeft in een songfestival? Man? Ja, gangster man. Hard. Heel nice. Ik zeg je eerlijk, ik heb het helemaal niet gevolgd, maar als ik heel eerlijk moet zijn, man. Ik heb het niet gekeken, ik heb gewoon het resultaat gezien. Ja. Ja, vanaf day one heb ik al haar vanaf dichtbij mogen meemaken, zeg maar. Vanaf het begin van haar carrière heb ik al een beetje met haar gewerkt en zo. Dus voor mij is het alleen maar mooi om iemand te zien winnen, man. Ja, man. Waar is ze geëindigd dan? Dat weet ik eigenlijk niet, man. Ze is naar de finale of zo, toch? Patrick. Toch? 9e of zo. Oh, 11. 11. Ja, 11 is niet verkeerd, man. 11 is niet verkeerd, je was toch daar? In Turijn? In Turijn was het toch? Nummer 11 was het. Het ging supergoed, toch? En in het maar was zij de eerste act die in het Nederlands iets heeft gedaan op internationale euro's? Oké, want dat is nog steeds wel nice. Hoeveel zijn we normaal zeg maar, als Nederlands? Als Nederland? Dat durf ik niet zeggen. Oké. We zijn wel eens tweede en eerste geworden, bro. Nederland, hè? Eerst zijn we ook geworden wel eens. Ja, man. Weet je welke pokken ik veel blaas de laatste tijd? Where beast to... Oh, die soort shit uit Friesland-tory. Ja? Elke keer op nij, die soort. Ja, elke keer op nij. Die pokoe was gewoon een hit. Hoe hebben ze die piano bij het strand gekregen? Ze hebben een clip waar die piano op het strand is en wordt gespeeld. Dat is Frank ook. Heeft hij dat ook gedaan? Dat is wel een soort piano, move. Piano, het is wel een flex. Het is een flex. Zet die piano hier. Acht pompen mannen tillen die koude piano. Is nog steeds 8 mannen op een payroll. Wat vind jij dan dat Estien zo goed gedaan heeft op een songfestival? Wie dat? Biggie, je kan niet zo zijn, man. Estien? Estien. Jij moet pokken met haar. Ze heeft die pokken met K.A. gedaan, Schaduw. Pokken met Frenna en Biggie, Kevin. Hoe heet die pokken met Frenna en Kevin, die remix? Ademin. Ademin. Ik adem je in. Ik adem je uit. Zou vast goed zijn. Ga je nou, Biggie? Je bent niet serieus. Ik ken niet. Je bent niet serieus, man. Wil je echt artiest worden? Wat zei ik begin van deze rockers? Uiteindelijk wel. Uiteindelijk? Maar ik ken niet iedereen, snap je? Wat check je echt wel? Amerika, bro. Amerika. Oké, we gaan daar zo over praten.
Jay, nog één. Savano was die vijf, man. Savano, en ik had hem op één moeten zetten, man. Dat is op dit moment de zanger. Als ik elke keer als ik hem hoor, denk ik, Canis, man. Dat is echt ik goed. Moet zomaar weer gaan trainen in de boot. Cool, hij is die guy, ja. Dat is goed, man. Dat je zo iemand in je team hebt. Big shout-out, big shout-out. Ben jij een nigger die zeg maar, nu eventjes gewoon, zeg maar, soort van eventjes a cappella, eventjes iets kon, echt kan zingen, zeg maar, gewoon los van... Ik heb jaren ervoor nodig gehad om het mezelf toe te staan om een a cappella te zingen, want ik vond... Dat wat ik letterlijk zei in die tijd was a cappella zingen is voor flikkers. Hmm. Zo'n guy was ik. Wat a cappella happy birthday zingen. Ik ben niet die zanger. Zeg maar, die guy was ik altijd. Mijn eerste clip die ik had opgenomen was Mijn Hossel met Jullie. Ja, was dat je eerste clip? Dat is mijn eerste clip die ik heb opgenomen. Dat is gek. En daarna heb ik De Laila opgenomen. Rare budget. En toen heb ik Mijn Baby opgenomen, maar Laila, in een week. Rare budget, Mijn Hossel. De Laila zat je in een soort zwembad met town to money. Ik weet nog. Kees bracht die money letterlijk naar die man en zei: oké, dit is ook die vier toch? Kijk maar wat jullie doen. Ja, precies. Ja. Gek. Gekke tijd, hè? Oké, zing eens dan. Hoor je, come on. Zing iets, man. Hoe ga je zingen iets? Jukebox. Je zit maar als jukebox nu. Maar hoe ga ik iets zingen gewoon? Dat is eigenlijk een echte zanger, eerlijk. Een echte zanger uit de oude stempel, wat ik niet ben. Zou dat gewoon moeten kunnen. Dan ga ik je battelen. Oh ja, boom. Oké. Maar eigen pokoe dan, hè? Huh? Eigen pokoe dan. Nee. Sees me. Gonna be the one that... Oké. Ik zeg je eerlijk. Ik ben meer in een modus van die... Yeah, wow. Harder pushen. Ik ben meer die guy, toch? Kijk, in mijn vrije tijd ben ik die guy. Kijk, enige wat ik wil zeggen, ik wil je niet aan de spot zetten. Ja. Maar enige wat ik wil zeggen is gewoon van... Je hebt autotune. Mm-hmm. Ja, maar ik kan gewoon zingen. En je hebt Jay. On Some Real Shit. On Some Real Shit, tuurlijk. Precies. Ja. Dus je moet wel gewoon nu even in die camera Mijn Baby Life geven. Als ik dat doe... Oei. Dan moet ik ook betalen. Hoor. Jij niet. Nee, maar ik denk dat mensen thuis ook zitten nu van Jay. Kom op. Nou, maar mensen weten van mij. Dat is het mooie. Wat gaat gebeuren als ik Jay bel van komen nu? Ik wil... Ay, bro, die mensen weten hoe laat het is met mij, man. Pa. Ja, man, bro. Ik zing op tv en zo, toch? Zonder autotune en die dingen. Dus ja, mensen weten het. Okay. Als jij kan zingen live? Ik ga er naartoe, man. Zing eens dan? Nee, man. Ik ben nog niet zo ver, toch, Pampé? Ja. Ik kom daar. Maar broer, je spit de first dan. Ik ook? Ja. Tuurlijk kan ik een first spitten, maar ik moet wel in mijn telefoon kijken. Nou, spit gewoon een first die je ooit hebt gedaan. Is ook een beetje... Ik zou nog eerder verspitten dan dat ik zou zingen. Ik ben echt waar je bent, man. Ik ben daar. Zang is toch wel wat anders. Zang is wel een andere tory. Neldrik, we hebben het gefixt. We gaan vanaf verses doen, toch? Wie gaat first doen? Neldrik, we gaan vanaf verses doen. Het is wel lekker dat ik als zanger gewoon kan zeggen, baan. Let's go. Ja, ik krijg ze aan gewoon van. Nieuwe verses dan, hè? Ja. Oké, ja toch. Je bent ready? Ja, jawel. Wie heb een verse daar? Ik zeg toch lui, man. Dat zeg ik, begin, bro. Maar toch fuck heel je voorschot fuck je op nu overal. Je moet doen alsof je zin hebt om te rappen, bro. En ik rap omdat ik zin heb. En wanneer ik zin heb. No. Flow. Kom even erbij. Dames en heren, dit is mijn nigga Flow. Flowy van Curaçao. Hij is hier zo eerste keer in Nederland. Ja, toch. Flow, waar ben jij bekend van? Wat is jouw originele lijn? Die ik gebruikt heb in Rookworst. Ja, motherfucker, komt door jou toch? Wat is die lijn? Wat is die lijn? Ja, ik zet mijn tong in die billen. En ik zoek boep. Maar? Ik vind hem niet. Ik zoek hem wel. Dat is mijn nigga flow. Maar ik zeg jullie eerlijk. Ik ging hoe lang geleden, man? 12 jaar geleden? 13 jaar geleden? Toch zoiets? Gingen we eerst een keer naar Curaçao voor anti-exchange. Ik kwam daar zeg maar bij een mevrouw in de tuin. Sharana, die mevrouw. Sharana. Mirjam. Sharana Roy, ook de zoontje van die mevrouw. Hij had ook jonken van mij gelijk daar in de tuin. En zeg maar na drie... Oh, wow!
Italië, the motherfucking building. Niggas zijn in de top 5 nu. De relax. De relax. De relax. De relax. I love it. Love. Ja, dus na 3 minuten, dus die, ik kom zeg maar in die osso. Echt mijn eerste keer, hè. Ik kom in die osso. Die Mattie, die Roy, die zoontje van die mevrouw, heeft 3 jonkos gedraaid. Hij heeft ze al op tafel gelegd van, hey, Bandy, kom zo. Bandy is smoker. Papa, kom binnen, krijg gelijk jonko. Pap, na 3 minuten komt deze maar binnenlopen. Met wie? Met Liesje. Kijk bij mezelf, hoor. Wat gebeurt hier, zeg maar. Die man komt met zware stem, Bonoji. Bro, die man komt daar binnen. Hij zegt Bonoji. Wie de fuck is deze dikke? Maar ik ben net cura, zeg maar. Je moet zeggen, dit zijn mijn eerste minuten in die tuin van die. Weet toch? Ik ben nog aan het wennen en loop één rare hond. Ik weet niet hoe die hond heet. Die hond. En loop één rare hond. Ik ben niet van honden, maar die hond is in die tuin. Zeg maar van. Ik ben al van. Gaat deze hond echt al die 10 dagen hier zijn? Weet toch? Ik ben die eerste jonk aan het roken, proeven van, is dit die jonk van hier? Die man komt binnen. Ik zie bij die, ja, Bonoji. Ik denk bij mezelf, we kunnen wel mattie zijn volgens mij, weet je toch? Zeg maar, van sinds toen zijn we mattie, zo niet? Ja, hij heeft nog steeds zeg maar, een paar anti-dingen. Deze man staat elke ochtend staat hij met zo'n dunne kam. Hij staat met zo'n dunne kam, haren met gel, dunne kam. Candela. Biggie, jij moet naar Curaçao, ik was met die man ook even op Cura met Atje, toch? Ja, toch? Ja, toch? Ja, toch? Mm-hmm. Als je op Cura bent, alle mensen op Cura, als je alle mensen hier op Nederland, of in Nederland, als je op Curaçao bent en je wilt zeg maar een want je bent ook, hij is ook tourguide, dus maar die man gaat je brengen naar mooie plekken. Want je denkt van, oh, dear. Bro, hij heeft jou. Je wilt jij, maar hij heeft jou. Hè. Als ik zeg maar, ik wil een paar kleinies op, ik kan die kleinies niet opnoemen, toch? Ja, voor, ja. Bro, die man regelt alles voor jou op Cura, bro. Alles. Soms word ik boos op hem van, no, ik moet ook die man checken. Kon je die man checken? Je bent met mij, zwaar. Wat die man checken? Kon je Atje checken? Zo? Je bent met mij, bro, man. Hij is al 3 dagen bij Atje gebleven ook nu. Ik ben al boos op hem. Ik moet ook gewoon. Hij is 3 dagen. Eén keer, ik ga jullie grappige verhaal vertellen. Eén keer, hij gaat met de andere mattie van ons vlakken van de koers. Die mannen gaan naar een Vesa in een villa. Snap je, die vlakken van de koers is zeg maar zo'n mooi boy nigga, lang haar, staart, paardenstaart, kijk joh. Hij komt zeg maar mooi, hij komt binnen zeg maar op die mooie plekken, je weet toch? Hij neemt deze nigga mee, zijn in een villa, raar, Curaçao. Ze komen binnen, die man zegt weer, Bonoji. iedereen in die villa is bang, bro. Iedereen in de villa is bang. Die vrouw van die eigenaar van die osso, op een na 2-3 uurtjes zeg maar, heeft ze opeens is er een iemand zeg maar een klant of een klant niet een iemand die daar is die vervelend doet zeg maar. Dus die vrouw zegt zeg maar van oké, die denkt van ja wie gaat mij kunnen helpen nu? Die vrouw denkt nou hoor, er is één enge nigger hier zo, laat me hem vragen, je weet hoor. Dus die vrouw komt naar hem toe, die vrouw zegt kan je mij helpen? Want er is één iemand dronken, hij moet naar buiten. Hij zegt tegen die vrouw. Waar is de touw? Bro, die man met mij. Die man met mij is vast meer. Kooi, je man, bro. Je moet stoppen met die shit, man. We moeten stoppen met die shit, man. Die man is gek, man. Ja, man. Welke serie ben je allemaal? Je bent bij Liesje, in de Liesje documentaire en? Ja, bij RTL. RTL 4? Ja. Hoe heet die? Roadtrip Curaçao. Ga die shit checken. Je gaat de shit baas te spelen. Mijn nigga flow. Archie, top 5 producers Nederland. Ja. Ik denk sowieso Reefers. Sowieso Spanker. Denso, maar die kennen jullie nog niet. Produced by Denna. Ja man, ik ken super hem. Hard. Ik ken hem bro. Ja, jij kent hem, maar ik denk de mensen hij lijkt thuis. Hij lijkt op Spanker, Kroeks is flikker. Ja, ja. Ja, hij is flikker dood. Ik ga stuk. Wat laat maar van je roken dan? Kroeks draai is dan? Ik denk Issy Productions. Wie is dat?
is ook iemand zeg maar, die nog... Wat heeft hij? Wat is groot? Oh, hij is nog nieuw. Ja, hij is nog nieuw. Wat zijn grootste boeken nu? Zo, ik weet niet, man. Zijn niet niks in je fonds, toch? Nee. Ik heb nog geen mensen in mijn fonds, wat. Maar, ja, Issy vind ik ook hard. Dance vind ik hard. Spanker, Reefers. En wie is nog meer een harde producer? Ja, Esco, Soundflow. Iedereen is wel goed op zijn eigen manier, niet zo man. Flikker dingen doen. Nee, maar... vraag ik jou. Bro, ik zeg je eerlijk, dat zijn zeg maar... Als ik voor mezelf moet kijken naar... Met wie kan ik zeg maar werken, snap je? Ik zou niet zo snel Esco checken. Met alle respect nee, gewoon bro, van... Bro, logisch toch? Je weet toch van... Ik wil een lobby tune maken. Dan denk ik niet direct van, ik ga Esco checken, snap je? Maar als ik een trappoko ga maken, dan ga ik wel Esco checken. Ja. Dus, zeg maar, ik verdiep me meer in mensen waarmee ik ook kan werken. Snap je wat ik bedoel? Mm-hmm. Hoeveel kost de Agitracks beat nu? Ja, daar praten we niet over, want het is nu exclusief, hè. Ik ben geswitcht naar producer. Ah. Ja, naar artiest, sorry. Oké, dus de beat is nu... Beat is exclusief nu, toch? Wat kost een Esco beat? Ik heb precies hetzelfde antwoord wat hij nu zegt. Bij elk artiest. Ja toch, exclusief. Wat kost een Tess beat dan? Tess, wil je daarover praten, joh? Nee, het is gewoon normaal, bro. Het is niet dit. Jullie doen niet alsof ik jullie... hoeveel vragen voor de show? Ik heb net tegen jullie gezegd, ik krijg 7,5 doezen voor Woeha, bro. Oké. Fakka. Wat vraag je voor de show? Vanaf morgen terug. Driejarige. Morgen. Vanaf morgen. Vanaf morgen, wel klaar. Twee ruggen, jij bent bij Rokos gezet, hij heeft helemaal gelijk. Mm. Jouw prijs is ook omhoog gegaan, bro. Maar wat vraag je nu, show of? Show. Ik ben nu 3,3500. Ja. En beat? 2,503. Tot 3,000. Mm-hmm. Arji, 2,000. Het is netjes, is niet niks. Dit is gewoon maar het is man. Ook niet dat je zegt, Amoula, snap je? Het is gewoon netjes. Twee doezen, Kroeks zegt 6 barken voor de beat. We praten alles hier, boys. Of niet, Kroeks? Ja. Maar ja, bro, ik kom ook van, zeg maar, van die tijd dat ik beats maakte voor €20. Jawel. Facebook. Nu ik heb 3 klanten, ik heb 6 donnies. Ik heb jou nog een keer cash in krijgen voor een beat. Ik heb jou ook nog eens een keertje cash in krijgen voor de first. Ja. Ja. Precies. Het was een gezamenlijk project, hè? Ja. Ik ga stuk. Snap je? Hustlers, man. Ja. Heb jij al money gepakt voor de first? Ik doe dat niet allemaal. Waarom niet? Dus voor de 10 doezel doe je niet. Mag ik het echt afvragen, man? Huh? Mag ik het echt slecht doen, man? Dat maakt niet uit. Gewoon een slechte first. Of je hoort echt, ik heb geen zin erin. Ja? Ja, man. 10 doezel, die pokus nice. Maar leg dat. Soms moet je zo zien. Heb je al features gedaan eigenlijk? Ja, je hebt wel features gedaan. Ja. Ja. Ben ik vergeten deze? Ja, maar jong staat wel op mijn album, snap je? Wie? Biggie staat wel op mijn album. Ja, goede first? Ja, man. Ja, goede pokus. Geen 10 doezel first? Zeker wel, maar een van zijn gekste verses, maar oprecht. Hard. Welke pokoe weer? Ik zie het lijn. Welke pokoe weer? Ja. Platzak. Ja toch, platzak toch. Ja. Arie, wat wil je zeggen? Ik ben kwijt, man. Ay, nee, je bent raar. I know. Oké, maar je was bezig met je top 5 producers. Nee, ik had daar 5 opgenoemd, bro. Nee, je zei, je had 6 opgenoemd. Het is of Esco of Soundflow. Nee, broer. Hij is scherp, ja. Hoor. Wauw. Dus of Esco of Soundflow, kijk. Laat me het goed zeggen. Voor mezelf, waar ik zelf mee zou werken, zou ik zeggen voor Soundflow. Snap je? Mm. Welke Soundflow eigenlijk? Wat ik ken eentje. Uit Rotterdam. Nee, die ken ik. Pling, pling. Broederliefde. Oh ja, Broederliefde. Snap je? Ja, tuurlijk. Broederliefde. Ja, man. Maar voor die trap shit zou ik zeggen Esco natuurlijk, ja. Alleen, ik ben er niet zo goed in. Snap je? Je bent meer een bobbeling guy. Ik ben een soort sappige nigga, zeg maar. Ja. Nou, ik ben daar ook weer niet zo goed in, ik zeg je eerlijk. Ja. Je weet toch? Ik heb wel eens... Ja, klopt. Voilà. Esco heeft mij wel eens op een poko gekregen. Mag ik hierover praten? Ik weet niet eens waar het over hebt, man. Oh, jij hebt mij wel eens op een poko gekregen met zijn enthousiasme. Oh, weer. Ja. Met zijn enthousiasme weer, zeg maar, bro. Hij is zo enthousiast dat hij krijgt jou erin. Dus je komt, zeg maar... Je gaat naar Esco, zeg maar, voor een andere poko voor jouzelf. En voordat je jouw poko kan maken... Heeft hij jou, zeg maar, enthousiast gemaakt over een andere poko van een van zijn artiesten.
wat je denkt van... Is die hossel toch voor hem? Laat me even die... ja. Is die hossel laat me deze verse even voor hem doen, is hij klaar? Zeg maar, dan, kan die, dan kunnen we door, zeg maar. Je weet toch? Bro, ik doe die verse voor hem deze keer. Ik heb het vaker gedaan zo. Goed uitgepakt altijd. Ik was deze boeken vergeten. Helemaal maar. Goed uitgepakt, zeg maar, altijd. Nu doe ik het weer voor hem. Bro. Clip, toch? Ja, die clip. We maken die clip. Er zijn mensen die... Er zijn ouders. Er zijn ouders van die chickies die in die clip waren. Die bellen naar Esco. En die bellen naar mensen die DM'en mij van... Yo, dit kan niet uitkomen. Dat is de eerste keer dat ik tegen Esco, moest bellen van... Yo, Esco. You my nigga. Maar haal me van die motherfucking poko af. Je weet dat. Of niet? En de grap is... Diegene... Wou het alsnog droppen, hè? Ja. Ik dacht van, ik ga viraal. Ik ga viraal met dit. Ik heb me echt gezegd, broer, dit gaan we niet doen. We gaan dit echt niet doen. Ik was net op tijd eruit, bro. Ja. Het snel tweede first gedaan. Ik was... Jay, ik was... Bro, je moet beseffen, ik heb clip geschoten, alles. In die clip voelde ik me al, zeg maar, een soort van raar awkward van... Doen we dit echt? Maar broer, we hebben allemaal, zeg maar, wel op een... Je weet toch? Maar dit was in die tijd, zeg maar, dat alles een soort van, alles werd een hit. Ja toch, snap je? Ja, snap je? Ja, alles werd. Wat zijn jullie aan het lachen, man? Twee Sranang boys. Dan jij niet pak me aan, man. Ja? Ik ben aan het droomen. Ja. Nu, als je zuur was, waar zou je nu gaan? Diamonds. Ja, sowieso. Is Diamonds goeie? Lapinha. Wat is Lapinha? Lapinha is beter? Nee, man. Zondag moeten jullie naar Diamonds gaan. Mensen gaan zondag naar de kerk. Wij gaan naar Diamond. Die kan niet zo zijn, man. Die kan niet zo zijn. Lapia is beter, zeg jij? Bro, ik zeg je eerlijk, bro. Ik ben lang niet in Su geweest. De laatste keer Su. Ben ik nergens gegaan. Dus ik weet het niet, man. I know. Maar vroeger vond ik... Persoonlijk Diamonds wel leuker, man. Je komt binnen? Ben je de Diamond geweest? Nee, man. Je komt binnen? Bro, iedereen is op jou. Je voelt je mooi, boy. Jij denk je wordt gechant. Hey. Nee. Het is pap. Allemaal pap. Het is pap. Best maar een bank. Ja, maar het is wel een bank. Je hebt 30 euro. Dus deze tafel hier, vol met vrouwen strippen, grote billen. Helemaal elkaar bed van alles, bro. Ja. Op die tafel. Ik denk dat je dat wel met je vrouw moet hebben meegemaakt. Hey, Bondi. Is dat 5 centimeter lang? Kijk naar die camera. Bondi. Kijk naar die camera. Bondi. Top 3 pornoactrices. Wow. Oh, dit? Wow. Man, nigga, nu kunnen we praten. Oh, shit. Ik zeg je eerlijk, ik ben nu... En ik ben nu, ik moet heel eerlijk zeggen, dat ik veel minder porno aan het kijken ben. Je zegt het in een pokoe, toch? Laatst ja, hoorde ik. Veel minder porno aan het kijken. Ja. Maar ik ben nu, zeg maar, in die amateur dingen. Dus ik al, zeg maar, er zijn, zeg maar, je hebt soms van die... Je hebt een paar koppels, die, zeg maar, van hun zijn gewoon op dat. Ja. Die shit filmen, zeg maar, dat is mijn shit. En dat wou ik zeggen, want ik speel nu zomaar iets, maar ik ken bijna geen pornoactrices. Ik ben niet op naam type. Ik ook niet. Maar ik ken deze mannen kennen 100 garantie. Wat is jullie top 3 pornoactrices? Zie je, kijk naar, hij weet het. Ja. Ik zei het toch? In de mic alsjeblieft. Laat me denken. Ik denk, kennen jullie die soort Colombiaanse Gingy Leon? Nee. Gingy? Serieus. Hey, die G was sterk, G? Man. Die G zegt veel, man. Broer, je vergeet je geen code, man. Wat ja. Zo. Ja. Jezus Christus. Hoe schrijven we het? Y-N. Als je die typ, komt die naam vanzelf, zeg maar. Y, is famous. Y-I-N. Hi, Ying. Ying. Hij is een Gingillion model. Bro, als je die ding... Zwaar. Hey, dus laatst, ik moet jullie even iets grappigs vertellen over dit, man. Nog nooit heb ik deze naam. Ik was met Arie in de Waggie. Ik ben die tour aan het doen natuurlijk. Ik ben met Arie in de Waggie. We praten over echt rare straatnamen, je weet toch. Arie zegt er gewoon... Ja, man. Ik heb 10 jaar gewoond in de Donker Kutje straat. Ik zeg hem, bro, Donker Kutje?
Ja, bro, dat kan niet, man. We zijn 2021. Dat is super racistisch. Mm-hmm. Dat kan niet dat het... Hij zei van mij, donker kutje. Ik dacht van, bro, wat zeg je? Nu, zeg maar, we zijn op weg, zeg maar. Volgens mij, Leeuwarden, ver. Ik heb de tijd. Weet je wat? Ik begin te googlen, zeg maar. Tenminste, in Google Maps. Ik begin te zoeken naar die straat. Ik schrijf donker. Ik zie niks. Ik denk, weet je wat? Arie. Hij zegt soms rare dingen. Weet je wat? Ik schrijf Don. Nu, ik schrijf Don. D-O-N. Spatie. Ik schrijf eerst K. Ik zie niks. Ik doe zeg maar C. Ik zie opeens Don. Keurtjes. Don Keurtjesstraat. Don Keurtjes. Hij heeft donker kutjesstraat van gemaakt. Mooi. Sick. Maar nigga, Arie. Maar nigga. Zo naar Arie, man. Biggie. Ik ben paantje, man. Top 3. No. Is jouw verjaardag, bro. Ik ben blij, man. Biggie. Doe een shot, doen. Gaan we nog een shot doen? Top 3 porno-actrices. Ja, porno-actrices. Ik heb niet. Draai me voor me net zo jong voor de keer voor me heb gedraaid. Ik ben die keel gewoon. Als ik op die site ben, ik kijk gewoon naar de most reviewed. Nee toch, ja? Je bent die guy? Broer, ik heb die app one, die heb ik al gehad. Het is allemaal hetzelfde nu. Snap je? En die site wat ik nu heb... Hoe heet die site? OnlyFans? Ik ga een apart geven. maar waar die filmpje van OnlyFans? Dus ik ga gewoon naar de leders. Oké, maar... Hoek me op met die site, maar hoek iedereen Dus jij wil verrast worden eigenlijk? Nee, je wilt niet meer gaan en zoeken voor specifiek, je wilt verrast worden van, hey. Kijk, die OnlyFans model, wanneer je bij de leders gaat, dan zie je dingen, mooie ogen, dikke sanka. 4K. Jij bent zelf in die film. Zo'n VR, dat is die nieuwe shit. Maar wie is jullie eerste, zeg maar, jullie eerste pornoster van? Door haar ben ik in die pakket gevallen. Dat bij mij? Hij is die mannetje van die porno-actrices. Bij mij is het Pinky, man. Hey, ze hebben mijn leven Pinky voor de pest. Pinky is oud nu wel, man. Nu moet je geen Pinky meer typen, man. Nee. Maar volgens mij ga je alleen maar ouders kandelen. Jezus Christus, maar liep een schaamhekken, man. Een van mijn eerste dingen, zeg maar, die ik zag. Dit is een grote confession, man. God damn. Flower Tucci, waar die ding spuit nog. Bro, ik keek naar die ding van, hoe kan dat, man, zeg maar. Je weet, dat was de eerste keer dat ik naar seks keek. Ik dacht van, bro, mijn eerste keer seks kijken was, porno kijken was Kanaal Plus. Oh ja, dat was vroeger ook zo'n ding, hè? Filmnet. Hoe oud was je? Eerste keer. Op hoge kwaliteit. Bro, wij waren, zeg maar, kijk, bro, ik kom van de ghetto, G. Dus mijn moeder ging, zeg maar, zitten gokken. En mijn vader was, zeg maar, aan het chillen, zeg maar, in die osso. Was gewoon één osso. Mijn moeder zat te gokken. Mijn vader was aan het chillen in die osso. En wij kinderen waren gewoon, zeg maar, aan het chillen. Nu, in één osso wordt gegokt. In die osso, zeg maar, of één, twee osso's daarnaast. Zeg maar, woont een andere nikker, zeg maar, die ook weer familie is van die osso. Maar zijn osso is, zeg maar, hij heeft sleutel. We kijken tante porno daar in die osso. kleine niggers van 9, 10. Tante niggers met stijve dik in die osso. Net zo. Raar porno kijken, bro. Raar porno. Bro, mijn moeder, rest in peace. Weet dat, je vrouw. Dus raar porno kijken, Atje. Moe worden, je kan niet meer. Naar die tafel gaan. Mijn moeder zit nog steeds aan die tafel. Plak aan spelen. Je komt daar zo, je daka, zeg maar, eventjes op je voet. Eindstand, je denkt die voet ligt niet lekker, maar je begint op die grond te dakken. Jouw neef ligt ook naast jou, daar zo op die grond, allemaal. We worden 's ochtends wakker, we zijn nog steeds. Brakadaai. Mooi, mama. Of je ligt in die kamer. Kamer, of je ligt in de kamer. Of je wordt osso wakker. Op die jackas. Ja, of je wordt osso wakker. Of je wordt thuis wakker. Bro, ik kom van de ghetto, man. Ik kom van liggen, zeg maar, zo liggen, zeg maar. Hier is de raam. Ik kom van, zeg maar, zo liggen. En naar boven kijken. En zeg, hoorde, daar is Mickey Mouse. Hoorde, dat is een 8. Hoorde. Je mag zelf spelletjes nu. Bro, je ziet dingen in die wolken, bro. Als je niks hebt. Is dat het? Bro, jullie kennen die shit. Jullie zijn niet scherp. Ik hoor je wel, maar ik ga je kring zeggen, man. Ik deed die shit vroeger met Matties in Grasroom, man. In gras liggen kijken van... Oh, lig ik, pa. Ja, maar ik hoorde daar, maar... Ik kom van in die kast gaan. Opeens, je komt in die kast, die zit opeens marsepein. Die zit er zelf van, zeg maar, we zijn raar in juni.
Je masterplan is van een kerstpakket vorig jaar. We zijn raar in juni. Maar nu lusten het. Je lusten het niet, zeg maar. Om in 6 maanden, je lusten het niet. Na 6 maanden denk ik van... Marzapijn! Marzapijn, joh! Kerst, grootsnijden. Marzapijn, film kijken. Je hebt 6 maanden die marzapijn laten liggen, bro. Ik kom van dat, man, G. Ik kom van... Bro, ik kom van skeer, man. Ik kom van... Bro, ik kom van... licht is niet betaald. Bro, ik kom van zeg maar verlengsnoer naar 1 verlengsnoer naar beneden. Die verlengsnoer is televisie, waterkoker, koffiebaken, magnetron. Bro, Tourcoin moet in die drie stroomdingen, bro. Ik kom. Mijn moeder, als mijn moeder hier was, zou zijn, zou ze zeggen: kon je bij mij aanmaken? Dat je deze ik heb een goede leven gehad, laat me dat vooropstellen. Ik heb altijd een goede leven gehad. Ik heb nooit een dag geslapen zonder eten. Ik heb nooit een dag niet geweten waar ik moest slapen of geen bed gehad. Of... Maar, weet je toch? We waren aan het struggelen, man. We hadden één televisie. Die televisie gaat, zeg maar, om de zoveel tijd gaat de televisie gewoon uit. Kroek staat op met zijn groot. Kroek staat vroeger, zeg maar, was Kroek klein, maar had 1 grote hoofd, bro. Hij loopt naar de televisie. Is er wat? Blush! De televisie doet het weer, maar wij zeggen van, maar kon je betalen? Kijk. Harde tijden. Die man. Tuurlijk. Die was mijn nikker, man. Ja, man, bro. Ik wil nek die dingen ook. Ik kom van Disney gaan met Atje. Dus Atje, zeg maar, de eerste keer. Zie Atje de eerste keer. Dat is een nieuw shit. Nu ga ik jullie shit vertellen, zo. Ik kom van Atje zien de eerste keer. We zijn koude keer en mijn vader speelt koude sterk op Atje. Van, nou, wat wil je? Je hamburger. Bro, hij koopt hamburger voor Atje. Ben ik gewoon een hotdog. Atje krijgt een hamburger met patat, groot. Flikken zitten eten daar met ketchup, grote ketchup. Tanto ketchup, zeg maar op die ding. Hij zit grote hamburger te eten, kijken naar ons. Ik zit er met fucking hotdog room, man. In Disneyland Parijs. Ik kijk naar mijn vader. Hoe? Wat is die tori, man? Huh? Wat is die tori? Gewoon, mijn vader is gewoon die nigger, zeg maar. Atje, hij heeft Atje lang niet gezien. Oh, nu kwam Atje weer in ons leven. Ja, hij was, zeg maar, bal op Atje. Ja, toch? Maar we zijn dead broke. Wij weten, we zijn dead broke. Man. We zijn met jou elke dag. Ja! Koude sterk op Atje. Wat wil je? Atje, wat wil je? Julmar. Kon je Julmar, fuck die nigger, man. Iedereen haat die nigger ook nu, zeg maar, door jou. Scène, want die nigger... Want die nigger krijgt alles, man. Je vader wil inhalen toch met die man. Ja, man. Jullie beseffen nog, hè? Ik heb het al vaker verteld. Goed. Atje was een nigger, die man loopt met een grote fles lotion. In zijn lemmy coat. Grote fles lotion, baby lotion. Ja, het was die soort vaseline-achtige toren, ja, toch? Die roze deksel. Ik weet precies. Paarse deksel. Ja, hij had een blauwe, lichtblauw en een roze deksel. Elke spiegel die man pakt, bro, die man is aan het smeren. Glimmen. Vieze nigger. Glimmen. Bro, vieze. Hey, die elleboog kon niet droog worden bij hem. Nee. Kon nee, niet. Nee. Het was echt ook niet, man. Die man was hele dag aan het rappen ook. Ik keek naar hem zo van, wat is met deze man? Wat een rare nigger is dit, man. Jij loefde echt niet wat we deden, man. Nee, in het begin echt niet. Wat zitten jullie te rappen? Wat zitten jullie muziek te maken? Dat is wat hij zei. Wat zitten jullie... Maar hun shit. Hij was de hele dag die dingen die zo hoofd... Ik fuckte wel heavy met hun shit, man. In het begin echt niet, man. Nee, kijk, voordat, zeg maar. Voordat hij zelf rapte, dacht hij echt van... Wat is die rap shit die jullie aan het doen zijn? Dat is bullshit. Want je moet zo zien... Andere tijd ook. Atje deed zijn shit wel, snap je? Dus Atje, wat ga je zitten rappen? Je maakt money, wat zit je te rappen? Ja. Maar Atje was op van, no, ik wil rappen, je weet toch? Snap je? Dus hij vindt van, je bent raar, je bent zomaar raar. Je maakt money, maar je bent zomaar raar, wil je die skere rappers zijn. Die rappers zijn allemaal skere, maar je wil hun zijn. Wat was je eerste pokoe dat je echt de love en erkenning kreeg? Broke is, bro. En dan moet ik TSC niet meetellen misschien, hè? Want dat was niet persoonlijk naar mij of zo misschien. Maar gewoon als Jay misschien, ja. Echt als Jay, dan is het toch de eerste poker die ik heb uitgebracht, man. Mijn baby, man. Mijn baby gelijk. Ja, man. Direct, ja, man. Ja. Mensen hebben me gelijk de lucht ingeschoten. Toen kwam de Laila, volgens mij. Dat was oké. En toen kwam mijn house, dat was ook... Gelijk. Weg, ja. Gone. Wat was de eerste poker voor jou, Asje? Sorry, eerste poker van? Als artiest, dat je zeg maar echt kwijt ging?
Dat je echt dacht van, hoorde, ik heb het gemaakt. Man. Ik denk hard to get, man. Ja, hè? Ja, Brian. Toen shout out naar Brian MG, man. Ja, sowieso, man. Shout out naar Brian, man. Hij is sowieso mijn... Snap je? Dat is je nigger, hè? 100, man. Hij heeft wel 8 voor zeggen vandaag. Ja, maar helaas wel. Maar hij moest terug naar België, maar... sowieso shout out naar Brian, man. Ja. Hij had er wel bij willen zijn, zeg je eerlijk, man. Ja, niet voor goed maken voor hem. Nou, maar serieus, man. Hij was echt enthousiast en alles, man. Hmm. Ja, man. Biggie vraagt wel hoe laat het is en zo. Fuck hem met jou, Biggie. Biggie heeft honger. Biggie heeft honger? Heb je niet gefixt? Jawel, die dingetjes is. Oh. Ik laat dingen terugkomen, gaan we gelijk verder. Biggie, heb je nog geen zin? Hij heeft honger, broer. Als hij honger heeft, broer. Breng een beetje chips voor die man. Breng een beetje dingen voor die man, maar kijk hier, Biggie. Maar ik is het chips niet, man. Nee? Biggles. Wat is je favoriete chips? Top 5 chips? Amkas. Zeg. Ja, oké, okay, ja toch? Die Doritos daar, zo die, donkers, die donkerblauwe. Oké, okay, ja. Dat is blakka. Dat is pittig. Ja, toch? Je gaat zweten van deze, Biggie. Lief. Ik en Kroeks noemen deze dingen zweetchips. Ja? Ja, je gaat zweten. Die cheesy. Ken je ook die tomaten-heinz-chips? Ja. Broer, je gaat zweten. Heb je dat ook? Ja, bro. Zweetchips. Raar zweten, bro. Heb je dat niet? Ik eet niet vaak chips, man. Eerlijk, man. Zweetchips. Wat eet je? Wat snack je graag? Niet, man. Niks? Ik snack niet. Je snack niet? Gelijk menu. Ik wil gewoon eten. Ja. Ik hoor je. Dit is nieuw, maar ik, ja. Wat is je favoriete gerecht? Bruine bono. Ja, serieus? Mm-hmm. Waar fuck ik die? Osso. Ja, man. Osso gewoon, mams. Of Thijs. Wat is Thijs? Ja, Dynasty bijvoorbeeld. Ah. Gebakkerij is met Osso. Ah, ja. Ik hoor je. Is Thijs... Om een solo wil me altijd brengen naar die Thijs en shit, man. Beurt is ook Thijs, toch? Solo? Nice. Ja, toch? Is Beurt ook goeie? Ken je niet? Ik moet weer pissen eigenlijk, man. Beurt is niet verkeerd, man. Ik jump zomaar in het horen, maar ik hoor een vraag. Oké, top 5. Nee, was je al klaar met je top 5 chips? Mm. Geen andere? Geen cheese onion? Ben je fucking met cheese onion? Nee, zo, jawel, man. Hè? Ja, cheese onion. Raar. Ja. Je moet daar wat stinken, man. Nacho cheese. Doritos. Cheesy puffs. Oranje die... Nee? Nee, man. Pringles. Dat Pringles, nee toch? Nee, Pringles is die... Walkers is mijn shit ook. Walkers, die blauwe. Nee, ja, man. Walkers gaat ook kwijt. Jij, Archie? Top 5 chips? Naturel gewoon, man. Ja? Mm-hmm. Jij top 5 chips? Ik ben ook daar met die naturel. Cheese onion. Ja. Kijk, niet die Cheetos, maar wel die... Ik heb op Cura, nee, broer. Nee, op Cura heb ik rare... Hoe noem je die cheesy puffs, toch? Ja. Zo, op Cura heb ik een rare gegeten, ja, broer. Soort, er is eentje halal, eentje. Er is een halal eentje. Zo, die gaat kwijt. Halal? Ja. Is... Kaas. Oh, ja, kaas. Ja, tuurlijk. Dus die cheese onion, denk ik. Hamkaas. Pringles. En ik denk die zwarte Doritos. Die pittige toch? Ja, man. Ja, toch wel? Ja, naturel is mijn main thing. Rood. Ja, maar lees of lees. Kroki? Ik liever lees, maar ja. Kroki kan. Maar of Pringles? Lees. Pringles is een uitstapje. Ja. Pringles ook, is echt van, ik ga even iets anders doen. Even iets anders proberen. Ja, omdat ik toch in die soort naturel game zit, snap je? Maar anders die paarse... Had je de eerste lijn die jij mij als broer ging leren? Hij zei dan, als je chickies gaat fixen... Ja, hij begint al te lachen. Breng ze krookjes. Dit is de slechtste lijn die hij mij ooit gegeven. Slechte lijn. Dit is... Welke jaar was dit, Adje? 2003, 2004, 2005? Hij zegt aan mij, als je tegen chickies gaat praten, moet je zeggen... Ik ben net als Pringles. Once you pop, you can't stop. die M&M-tories. Ja, smelt in de mond. Ja, je was op die? Nee, maar dat waren die domme dingen, toch? Ik smelt in je handen. Ja. Maar top 5 chips. Ja, dus naturel. Wat ik zeg, die naturel lezen sowieso dat hele ding voor mij. En wat ik ook af en toe wel als een soort van uitstap is, die Doritos, die paarse. Die paprika, ja. Daar fok ik ook wel mee af en toe, ja. Het is heel grappig, toevallig heb ik het vandaag gehad. Geslagen, ja, gek. Oké, Biggie, je bent afgeleid. Top 5 Amerikaanse rappers. Hoest even. Lil Durk. Lil Durk 1? Lil Baby. Ja, 2. Fun.
Weet je welke pokoe? Ken je die Catch the Sun van Baby? I'm so down. Weet die pokoe van heel dom, heel dom. Dit is expres, broer. Wat doe ik expres? Zo in mijn gezicht blazen. Lil Durk, Lil Baby. Lil Durk, Lil Baby. Pop Smoke. Hard. Alleen maar nieuwe guys, man. Ja, maar die oude dingen zijn commercieel. Dan ga je ze Biggie Smalls, ga je zeggen, kijk er nog eens aan. Nee, maar broer, heb je geen Amerikaanse rappers gepompt toen je 14, 12? 50 Cent. Ja, toch? 50 staat sowieso ook in mijn top 5, man. Maar ik zeg je eerlijk, maar Lil Durk heeft me op een nieuwe vibe gebracht, man. Ja. Zien jullie op de laatste tijd. Dit doet expres, man, bro. Wat doe je, man? Schat even, man. Ik ga dit met deze, man. Doe zo, B. Ja, man. Mag ik wel? Arjen, stop met ouwe hoeren, man. Ja, man. Bro, ik doe niet eens iets, man, bro. Oké, drie. Heb je drie nog twee? Nog één. Ja, nog één. Arjen, stop met flink. Nog één. Meek Mill is ook hard, maar eerlijk, man. Meek. Ja. Meek of Rick Ross. Je hebt wel van new school niggas, man. Is niet erg, maar... Ja. Ik vind Meek niet per se echt heel new school. Nee, Adjo? Ja, maar het is wel... Voor jou is het old school. Nee, zeker niet. Maar niet mega nieuw, je weet toch? Volgens mij is Meek nog eerder dan Tugger. Hij zit in het rijtje Lil Baby. Volgens mij zelf ook niet in het rijtje van Young Thug. Hij was zelfs voor Young Thug. Ja? Ja, volgens mij wel, man. Met Dream Chasers en zo. Jawel, man. Maar je moet zo zeggen, als je nu niet wakker stapt, je wordt een man niet meer. Dan weet je, als je die pakken niet weg te halen. Ja, man. Ja, laat die pakken, maar als je niet komt, je wordt een Omarion. Denk je, dat is het wel, man. Nee. Ik als zanger ga je al zeggen, nee. Ja. Snap je, er zijn twee verschillen. Die pokers van 50 worden niet oud. Mm-hmm. Vooral dat album, Get Rich or Die Trying. True. Is... Maar ook die mix-up. Wat was die ene mix-up die we dood gingen pompen, Atje? Guess Who's Back, hè? Guess Who's Back, denk ik. Ik denk dat die hem voor mij ook vooral was. Ja. Zo, die pokoe zou ik wel eens weer willen horen. Zij, heb jij al top 5 Nederlandse rappers gezegd? Nee, ja? Nee, gooi me er toch in. Oké, het verandert, man. Het verandert. Ik zeg wel meteen, Moolah is een van de boys die ik echt heel hard vind. Hard. Moolah is een harde rapper. Het is moeilijk, man. Want waar moet ik... Weet je wat ik ga noemen? Ik ga mensen noemen die zeg maar een soort van op creatieve level iets significants hebben gedaan. Dus ze hebben echt zeg maar de game zodanig beïnvloed. En dan moet ik beginnen bij Campy. Mm-hmm. Dan moet ik gewoon beginnen bij Campy. Ik denk dat TSC dat ook heeft gedaan. Er was opeens credible straatmuziek. Want Osdorp Posse maakte wel straatmuziek met Moordenaar bijvoorbeeld. Of andere liedjes over overvallen en zo. Maar het was niet echt... Je ervaarde niet echt zo van... Het was geen gangsterrap, ja, snap je? TSC? TSC is wel de eerste gangster rap shit, man. Het over Osdorp Posse. Osdorp Posse was daarvoor. Dat is de eerste rap die ik überhaupt in het Nederlands heb gehoord. Snap je? Dat was Osdorp Posse met hun album. Ja, het album was wel dik, man. Def P, IJsblok en die andere mannen. De namen weet ik helaas even niet meer. Maar even kijken. Dus als ik dan Campy zeg, TSC dan als collectief, weet je. Ja, ik denk dat Atje ook wel een sound heeft veranderd. In de zin van, nee, toch, nou, er is een voor, Adje, ja, Hef, jij hebt ook kinderen rondlopen nu in de rap game. Gewoon letterlijk boys die gewoon... Ik ben ook weer een kindje van Adje. Ja, ik hoor wat je zegt. Alleen zeg maar in hoe jij het approacht, hoe jij de art approacht. Ja, ik heb het wel echt... Jij hebt een hele eigen manier van hoe je het approacht. Zeg maar, hoe je dingen vertelt. Adje is een lieve nigger, toch? Toen ik met Adje begon te fokken, was Adje zeg maar Adonis. Zo, Adonis.nl. Ado. Streepje, neers.nl. Mijn vader loopt nog steeds bij die website, volgens mij. Ja toch, ik blaas je toen al, broer. In de Adonis tijd, ik ga hem blazen, bro. Should I go? I don't know, it's like I lost the room. Anyway, I still got up. Then I go, take it. Ik was fan. Ik ben nog steeds fan. Maar ken je deze nog? Ik weet het doet pijn. Maar ik moet het je vertellen, schatje. Noem maar, je bent slecht, schatje. Doe wat je doet, ja man. Je noemt twee pokus die toevallig producties van mij waren, man. Echt? Ja man. En dinges.
Het is de waarheid. Oeh. Al die shit die ik drop in mijn tekst. Dat is grappig, classic is voor de mij waarheid. Dan. Ja, 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 ja. Dat verdriet me die tijd, man. Je begrijpt me niet. Ja, ik zat in die meter om mijn leven was zwaar, joh. En kijk. Helemaal op in die pot. En mannen waren boos op Atje dat hij dat shit ging zeggen. Ja. Van ik ben die nigger van Damskutje. Ja. Trots van Amsterdam. Mannen werden boos. Trots van trots van Amsterdam, bedoel Amsterdam, je? Ja. Je bent trots van Amsterdam. Mensen werden boos, hè? Ja. Maar konden het niet brengen, maar ze moesten het. Ze hadden wel last. Kijk, op de pof, man. En niet alleen die Atje, maar ook zeg maar de nieuwere Atje dan tussen aanhalingstekens. Dat heeft ook veel betekend. Hè? Ja. Zo, die freestyle Atje. Snap je? Zo, die freestyle. Ja, eigenlijk is dat die freestyle Atje, inderdaad. Ja. Oké, Hef heb ik dan net verteld van een manier van dingen vertellen. Ja, welke rappers hebben nog meer, zeg maar, een soort van, vanaf dat zij kwamen hebben ze de game gechanged, zeg maar. Lijpen. Wie vergeet ik? Ik denk dat Lijpen wel een soort van, ik denk dat hij nu, die invloed aan het uitoefenen is. Mm-hmm. Ik denk ook dat hij ooit beïnvloed is door misschien iets wat Arbidjan misschien ooit begonnen is of zo. Zeg ik dat goed? Misschien, wat Arbi. Het is natuurlijk een heel eigen ding. Zoals jij zegt, je bent een kindje van Atje, maar je doet een heel ander ding. Ja. Ik denk dat dat wel geldt voor Lijpen natuurlijk. Al is hij wel een hele eigen Pokémon. Hij is wel een hele eigen soort van. Hoe hij vertelt, want daar kijk ik wel naar bij een rapper. Hoe vertel je de shit die je vertelt? Dat is wel een soort van. Ja, man. Ja. En hij probeert je toch te helpen. Elke tekst, minimaal één tip wilt hij je geven. Minimaal één of twee tips waar je echt iets mee kan in live. Al ben je niet van de straat, zou je er iets mee kunnen. Ja. Dat is wel wat hij doet. Dus zeker gruwelijk wat hij... Ja. Maar noem even een rapper met mij die zeg maar... Die echt shit heeft gechanged. Ik denk, jij noemt jezelf niet per se rapper of zanger. Maar ik denk wel dat jij de eerste vorm was van ik doe het allebei. Oké. Drekerig, dan ga ik het zeggen. Drekerig. Ik denk dat ik ga, wat Atje dus zegt, ik ga het dan ook zelf even zeggen. Dan misschien moet ik dat gewoon wel, mag ik dat nu wel na al die 80 jaar dat ik in de game zeg. Ik denk wat, wel je, dat je, ik de voorloper was. Weet je wat, laat me even onderbreken, Jay. Mm-hmm. Weet je wat een ding is, zeg maar, wat mensen vaak tegen mij zeggen van, Bon, jij bent de enige nigger die het zo lang volgehouden heeft. En dan denk ik van, ja maar Atje is ook nog steeds, zeg maar, doen. Mm-hmm. Jay is stil doen. Mm-hmm. Sommige van jullie zijn, zeg maar, soort van, begrijp je wat ik bedoel? Ik hoor je. En dan ben ik wel die nigger met 10 albums. Ja, maar jij hebt altijd laten zien dat je wel werkethiek had op een andere manier dan ons. Wij waren te lang, ik denk dat Atje en ik te kritisch maar jou, waren. Maar jouw nigger is still making money, how it is. Oh, we doen en, our thing. Ja, precies, en ik denk dat dat, zeg maar, dat belangrijk is, zeg maar. Begrijp wat ik bedoel? Want zeg maar, van, het is leuk, zeg maar, om die stenen te leggen voor andere guys. Zodat Esco eroverheen kan lopen en Biggie Dog eroverheen kan lopen. Maar het is ook nog leuker zeg maar, om gewoon ja, maar, ook nog iets maar te verdienen. Maar soms is dat de reden waarom je er nog bent. Omdat je bepaalde stenen hebt mogen leggen. En dat je het niet erg vond om die stenen te leggen. Kijk, ook waar. Dat gesprek die ik vroeger met Atje en Rivers vroeger vaak had. En eigenlijk met iedereen in de muziek waar ik contact mee had. En die een vonden. Die zeg maar, we gaven elkaar advies van dit is wat jij denk ik moet doen. Dus het probleem wat bij mij altijd was 6 jaar lang in mijn carrière was van je moet nu een kant kiezen. Je moet nu gaan kiezen wat voor stijl je doet. Ja. En elke keer als ze bijna door hadden, ging ik weer iets anders doen. Bij mijn stijl. Dus eerst kwam ik mijn baby. Daarna, oké, je denkt dat dat is. En dan komt die mijn hostel. Oké, ben je nou straat precies, aan het doen of precies, what the fuck? Ja. En daarna kom ik weer met een soort van mijn baby-achtige vibe. Maar daarna kom ik met fuck wachten, hele andere crossies. Ik roep shit waarvan je denkt van, nu is mensen dachten, oké, zijn carrière is nu voorbij. Ja. Hij zegt nu dingen, kan niet. Maar mijn argument was altijd van, de artiest van de toekomst of de rapper van de toekomst is geen rapper, is geen zanger. Ja. Jullie scheiden die shit nu nog. Maar straks is het gewoon een artiest en dan is het allebei in één ding. Heb ik altijd geroepen. En na 6 jaar heb ik voor het eerst van iemand gehoord. Dat was van destijds mijn label. Waar ze zei van, Jay, weet je, misschien moeten we gewoon accepteren dat dit is wie jij bent. Ja. En toen dacht ik, ja. Nu is, en, ja, maar niet alleen dat. Toen wist ik van, oh, nu is de scene klaar. Voor de artiest van de toekomst. Ja. Want het wordt nu visuele. Mensen beginnen te beseffen. Ja. Want ik ben er toch mee weggekomen om al die shit te kunnen doen. Hoe kan ik op een Hayabusa staan met jou? Maar wel, ik ga hard maken samen met de Atje en een party squad. Maar ook gewoon mijn baby maken en daarna ook nog. Ik zeg maar wat, weet je. De hele tijd zulke liedjes maken en het wordt maar gepikt van je. Ja, en het is niet alleen goed. Ik denk dat ik al... Oké, het moet wel goed zijn, denk ik. Het moet wel goed zijn. Als je zeg maar in een bobbeling... Zeg maar, jij bent een guy van als je springt in een
hip-hop Tory. Ik heb vieze bobbeling pokers ook. Ik heb echt pokers die eigenlijk niet kunnen. Ook. Zeg maar. Bobbel. Wordt allemaal gepikt. Ja, wordt allemaal gepikt. Ik heb zelfs een mooie dag gedaan. Dat is misschien wel het mooist, de verste uitschieter die ik heb gedaan. Vind je? Ja, in de zin van, ja, ik kom uit natuurlijk onze culture. Ja. Ben je trots op Bobbel? Ik ben heel trots op Bobbel. Ja. Ja, man. Ben je trots op een mooie dag? Ja, ik ben heel trots op die shit. Precies. Ja, ik kan over alles wat ik maak en uitgebracht zeggen van... Ja. Nee, maar kijk, ik weet wel dat ik echt vieze... Bijvoorbeeld de gymnastiek is een vieze pokoe. Maar is die pokoe, als ik hem niet optreed, worden mijn vrienden gymnastiek is... Laat me zien wat je kan. Echt die kaliber sound. Echt die vieze kaliber sound, zeg maar. En ik treed hem nog steeds op. Dat. Die tune. Ik hoor je. Ja, man. Dat is het, zeg maar. Dus daarom denk ik dat ik er... Een van de redenen waarom ik er nog kan zijn... is omdat ik al in die tijd die artiest ongeveer was... van wat je nu dan bent. Je doet gewoon alles wat je wil. Je zingt, je spit... Frenna is denk ik het mooiste voorbeeld. Die kan vandaag een zang pokoe maken. En morgen maakt hij gewoon alleen bars en rap shit. En niemand die erover nadenkt of praat erover. Ja, ja. Mooi toch? Oké, heel snel. Top 5 Amerikaanse artiesten. Oeh, shit. Ik luister weinig hip-hop, Amerikaanse hip-hop, man. Voor alles, artiesten. Dus kijk, zangers, alles. Ik ben een oude nigger misschien. Kanye is wel voor iemand van mij die destijds wel heel veel invloed heeft gehad op mijn hip-hop kant, basically. Goed, ik was een Tupac sowieso. Ik heb een paar albums van Tupac echt kapot gemaakt. Onder andere die Machiavelli, All Eyes on Me, heb ik echt kapot gemaakt. Door Atje was ik in 50 beland. 50 is ook iemand die ik wel echt heel hard vind. Maar goed, ik vind een Durk ook hard, begrijp je? Lil Baby, natuurlijk vind ik Lil Baby hard. Natuurlijk, sommige dingen van Drake voel ik ook. Niet zo doen met Drake. Misschien moet ik respect op zijn naam zetten. Je hebt gelijk, maar ja. ik zet hem niet snel op. We zijn bijna aan het einde. Architects, top 5. Heb jij Amerikaanse gezegd? Jij Amerikaanse, hè? Amerikaanse top 5, Amerikaanse artiesten. Ik denk 50. Ja. Young Talk, voor mij echt. Ja. Rick Ross. Ja. Heb ik echt veel geluisterd. Zo, nog meer. Pop Smoke. Hard. Heel hard. Ja, Biggie natuurlijk ook. Mm-hmm. Ja, dat zijn ze toch. Ik denk dat ik wel iemand vergeet, denk ik. Maar dat zijn ze wel, denk ik, man. Okay. Ja, Drake moet er eigenlijk ook tussen voor mij, man. Ik zeg je eerlijk. Zomaar heb ik Lil Wayne niet genoemd. Ik ben gek, man. Dave Lil Wayne mijn leren rappen. Lil Wayne mijn leren rappen. Wat ben ik aan het doen, man? Nee. Oké, Jay, top snel. Top 5 Antilliaanse artiesten. We gaan een Jay aanpakken. Hard. Maar moet ik ons ook meetellen? Is raar. Nee, dat is niet eerlijk. Dongo, laten we Dongo, die kunnen we sowieso niet vergeten. Ik vind persoonlijk, moet ik die Arubaanse papi ook geven, hoe heet hij nou? Jayon. Niet Jayon, maar die andere. Legendary van Basic One. Ataniro moet ik noemen. Ik moet Ataniro noemen, want ik heb die shit kapot gedraaid. Samen, wie nog meer, man? Hoe kan ik Rich vergeten? Rich is mijn boy, man. Hoe kan ik Rich vergeten? En nu vergeet ik zomaar mijn mensen, man. Het is fire, maar... Top 5 Surinaamse snel, boys. We hebben weinig tijd. Surinaamse? Zeg, top 5 samen. Ik denk sowieso Chamel daar. Hard. Zangeres. Dielingen, toch? Juist. Hai. Hoe denk ik van Chimoni? Psycho. Nee, Chintori. Chintori. Chintori, nee. Chintori, bro. Kief. Voor mij Benaya. Je bent lang geweest in Su ook. Ja, man. Klopt. Ja. Benaya, Psycho. Doet Koyeba nog iets? Dat is Psycho Batman, toch? Ja. Ik moet naar Su gaan, man. Binnenkort kom ik naar Su, man. Su, ik hou van jullie. Boek me, man. Er zijn tanto niggas in Su met money. Ik heb Biggie daar gezien in tanto grote waggies. Boek mij, man. Laat me ook komen. Zet me ook in die vliegtuig, in die helikopter. Jullie gaan met helikopter naar de Osso, toch? Ik wil ook met helikopter naar die Osso. Atje, jij hebt het ook gedaan, toch? Ik jonken in die helikopter. Ik wil het ook doen, man. Kom mij ook kijken bij Sanderij. Groot. Pull up. Jay, je bent in 10, 15 minuten ben je opeens in para, man. Ja? Nee, waar het normale uur is met de wagen. Je bent ook nog een helikopter. Heli is 10, 15 minuten. Heb je Heli gepakt? Nee, hoef voor mij niet, man. Ik krijg het echt warm, man. Ja, maar voor mij is ook ritueel, hè. Zeg maar. Sanderijmodel, je komt aan, je kijkt, je voelt je afval. Iedereen is hier voor mij. Terwijl niemand is voor jou hier, maar iedereen staat aan de zijkant. Ik moet even bij Omo Sneesi stoppen, die passie, snap je? Ik moet even een rattler halen of iets. Ik hoor je. Ja, is een rattler die Tori daar zo? Dat is gewoon lekker, man, die rattler. Ja, toch?
Limoen smaak. Ik mis u, man. Ik mis u echt, man. Dames en heren thuis, ik wil jullie bedanken voor het kijken. Boys hier zo, ik wil jullie bedanken voor het komen. Artsdres, bedankt. Laten we over Artsdres, man. Laat je horen voor Biggie Double. Laat je horen voor Esco. Laat je horen voor motherfucking Jay. En laat je horen voor alle mensen die zijn gekomen vandaag. Alle love, alle mensen, alle goons, alle... Ja toch? Ja. Alle niggas die zijn gekomen supporten. Mijn nigga Wallop, Atje. Mijn nigga Flow in the back. Twee flows, we hebben vandaag twee flows. Oh no. Eén slechte flow, FIFA. Je laat me niet openen. Alleen maar love, ik hoor al beat. Ik hoor al beat. Oh shit, oh shit. Ja, exclusief. Ja. Okay, ja toch. Ja. Moet ook gaan kijken dan, man. Zet mij op nummer 10, want ik heb rust en nou het overzicht. Je slaat geen goede dingen, jij eet poenie met je ogen dicht. Lek op mij, ja, lek op mij. Lek op mij, lek op mij. Zet mij op nummer 10, want ik heb rust en nou het overzicht. Je slaat geen goede dingen, jij het poenie met je ogen dicht. Deed veel kleine dingen, als je het optelt is het ook gewicht. Je bitcoins die zijn veilig, tot we vragen waar je code ligt. Gestreden voor mijn plekje in de basis als Malasia. Je komt me niet voorbij en anders lig je in Nicasia. Moest ik werken, zou ik werken in de haven, alles gaat. Ik doe maar, Esco, wat zeg je man? Ik ben aan het kijken voor de first man. Is die first die je hebt gebruikt op die Feyenoord Anthem, hè? Ah! Ik ben Jaxi mannetje. Nospa, ik spring snel. Ze zegt ze J to the A, the way son. Ze zeggen het beest kom nu binnen zonder invitation. Zegt ze hoe ik kill op de mic en me hoek zijn als Tyson breng. Triller als Michael Smooth. Criminal, dangerous, daar kan je wel van uitgaan. Ik ben aan, dus grind, fuck, uitgaan. En ze die hip, hip, hobbity, die hop, hop. Society op slot. Fokken met de jaws en weet dat het je kop kost. Benzo, mannen zijn niet van God los. Venlo, van een hoep die naar de drop-top. Lorenzo, rims en zo. Klaar op een Benz of een Benz. Je was niet aan het freestylen, hoor. Nee, dat is een tekst, gewoon tekst. Zo vervelend zijn, als dit die freestylen. Wat zegt dat Biggie? Daarom moet ik je vragen, hoor. Voor je first, hè. Hype me even op. Ik heb eigenlijk geen first die ik zo kan doen, maar... I see. Hey. Die bitch wil met je chillen in je goede tijden. Dat zijn de eerste die je moet vermijden. Kijk niet naar die films, je moet je moeder kijken. Bitch is super boos, ze gaat me zo meteen met woede pijpen. Leven is veranderd, ik ben schuldvrij. Ik hoor wat je tegen bitches zegt en denk wat lult hij. Laat me nog een grote billen chappen, want dat vult mij. Ik zet een track van Dungo en dan druk zij. We slapen in een osso van een paar miljoen. Vroeger vroeg me vader van wat ga je doen. Dobbelen met kleine, ik heb mijn laatste groen. Kan neuken wie je wilt, maar je bent dom wanneer je namen noemt. Haat te spelen, niet maar haat de game. CLA, 45S, waar gaan we heen? Op Cura is de zon nu aan het branden, maar ik maak het rain. Ik genomen niggas, ben de type die de laatste neemt. Boos. Ik wacht. In de tijd dat hij zoekt, gooi ik nog steeds gewoon iets weg. Ja, ja. Ze willen Johnson zien, ze willen Johnson zien. Ik ben hem. Ja, ik ben getikt, ik ben hem. Niet te gelikt, fit slick in denim. Gif voor je mikpik, ik spit venom. Hip-hop voor mij is voor sommigen een domme set. Shit is appeltje, eitje, jongen, omelet. Wil je bitches en bijtjes of knowledge rap? Kan het ook hebben over host Thundercats. En dat zijn niet aan mijn hoofd. Maar ik geloof sowieso dat ik bijzonder ben. Geen leie donder ben, liever op de onder ben. Wil je talent, maar die onderken. Skabaroep, skapsku, skaska. Skabaroep, skapskupo. Skabaroep, skapskupo. Skabaroep, skapskupo. Arsie, ga niet wat zo laten doen met jou. Ja, maar het heeft geen zin meer voor mij, man. Ai, nee. Ja, maar ik ga mijn gezicht niet laten vallen, toch, pijn. Ik dacht, je was artiest. Ik ben ook artiest, ja, man. Ja, nog. Ja, toch, laat Biggie iets gooien, man. Nu hebben ze wel een andere beat. Oké, okay, big idee, man. Toch snel is kleins gewoon, man. Toch? Is kleins, Biggie. Is ja, kleins. Als
zetten alles recht net als de waterpas. Daar is de klok om en zeg mij, hij wist hoe laat het was. Laat dingen verdwijnen, hocus pocus Pilatus pas. Wow. Ik dacht mijn P, hij wist niet dat het geladen was. Wow. Wow. Ja toch, iets kleins. Je kan niet zo zeggen. Jij moet in de studio wonen, man. Jij moet in de studio wonen, man. Panna. Loop weer in. Je kan niet zo zeggen. Laat me eens gooien, iets kleins. Hey Biggie, dat is het toch. Ik geef je weer die power, snap je? Hey, hey. Vannachten doorgehaald, ik loop weer in te kakken. Want ik kan niet rusten tot het is gevallen. Die mannen hebben niks te maken. Waarom doe je zuinig als die waggie juist bedoeld is om hem in te trappen? Dit is die fast life, buckle up. Dit is werken zonder slaap, totdat het ochtend wordt. Kocht met mijn laatste geld de mic, wachtte een gok erop. Nu heeft mijn laatste studio meer dan een ton gekost. Hey. Biggie, ben je klaar? Ja, ik kan gewoon freestylen voor jullie, man. Ja, toch? Ja, dat is freestyle. Ja, hij zei het. Dat is een beetje, man. Dat was dom. Ja, dat was ik kan freestylen, man. Freestyle over Suriname. Okay. Biggie. Freestyle over Suriname. Oef. Laten we kijken of je echt bent. Oké, let's go. Hey, scout. Ze weten, ik kom kalm aan. Ik heb hem net geraakt, zijn body warm aan. Warm aan. Wow. Ze weten van me dat we cake zoeken. Cake zoeken. Ik had zijn cake gepakt en hij bleef zoeken. Bleef zoeken. Wow. Ik ben hier zo mijn rookworst. Ik heb honger, dus ik rookworst. Wow. Rookworst. Laat die tieken zuigen, rookworst. Wow. Ik laat de zuigen aan die zuiger van me. Wow. Ze moet kluiven aan die kluiver van me. Wow. In het veld net kluiver. Wow. Ik ben van binnen, ik ben van buiten. Wow. Ze moeten mij onderbouwen. Ik ben boven groot, maar ik moest de onderbouwen. Wow. Wow. En alles wat ik zeg, ik kan het onderbouwen. Mijn niggas in die ding, die moeten tonnen showen. Wow. Dat is hoofdpijn. Eén ding, ik wil never meer broke zijn. Wow. Want die tijden had ik last. Nu op dingen ongedragen in de kast. Wow. Ze zijn Brentje. Ze kennen me van vroeger als Dentje. Dentje. Mijn klok shine en niemand komt het pakken van me. Want als je komt pakken, krijg je klappen van me. Kijk je. Aan mijn goons, die zijn ready met me. Wow. Echt waar, ze zijn heavy met me. Was gisteren met die 22. 22. Maar vandaag ben ik met iets heavy met me. Wow, het doet je denken aan heavy metal. Zware ijzer, noem het heavy metal. Heavy metal. Wow, even rennen op die beat. Wow, als ik op je ren, dan ik schiet. Wow, ze willen mij niet meer boeken. Boeken? Maar wat ik deed, broer, moet komen in de boeken. Boeken. Ik ben van de straat, kom me zoeken. Duh. Nee, ik ben in de scene, je moet me boeken. Boeken. Wow. En zie me hier met hef. En als ik kom, dan zorg ik voor ophef. Wow. En op een dag, dan ga je ook een pony bef. Bef. Ik kijk naar jou, ik leer mijn les. Zee. Maar ga door, ik ben met Esco in die boot. Wow. En hij doet precies wat hij doet. Oké, okay. Ik ben met Jay. En ik wil een baby hebben. Huh? Dan is het mijn baby. Wow. Effe. Ik ben met Architrex. Er zijn mijn Biggie fans, spring op mijn track. Allebei, ik ga het kouden voor je. Die babbits wil me hebben, ga het douwen voor je. Ah! Wow! Ja, pull up. Wie is DJ? Lekker, man. Domme beats ook, man. Pull up, doe hem uit, man. Alleen kan delen, we zijn hier, man. Motherfucking rookworst. Nieuwe Tory ook, rookworst. Yes. Ik heb Rotjoch toestemming gevraagd, man, boys. Waarom? Ik ga naar Rotjoch. Ook maar, is één een boss, man, boys. Ja, niemand toch? In de weg zitten, ja, maar alleen maar, alleen maar liefde voor iedereen. Iedereen moet Bonnie blijven maken, of niet? Sowieso. 100%. Belangrijk, ik wil jullie bedanken. Ik wil jullie alleen maar geluk wensen, gezondheid wensen. Nog meer liefde, nog meer kinderen. Nog meer mooie dagen, nog meer mooie shows, nog meer mooie beats, nog meer hits. Insgelijks, nog meer money, nog meer love, nog meer gezondheid, Biggie. Alleen maar love voor jou en al je niggas. Voor jou en al je niggas, Arjie, voor jou en al je mensen. Jay, voor jou en al je niggas. Mag ik je echte naam zeggen? Tuurlijk, bro, hoor niet. Stacy, bro. Nigga Stacy in de motherfucking building. Alleen maar love. Alleen maar liefde, alle mensen thuis die kijken, rookworst mensen. De mensen die hebben betaald, super veel liefde, alleen maar love. De mensen die niet hebben betaald, ook veel liefde. Is niet erg, ik was ook scared.
Toch of niet? Maar Joey AK is een speciale nigger, man. Volgende nigger. Zal ik jullie... Mag ik zeggen wie, solo? Volgende nigger is Kees de Koning. 1-op-1. Doe snel. Je kan nu nog 5 euro betalen. Als je niet wil betalen, is ook niet erg. Maar deze blijft gewoon gratis. Maar die speciale dingen, die 1-op-1 dingen, zijn 5 euro, man. Een nigger moet mensen betalen. Mensen komen hier vanaf... Maar hoe laat beginnen we? We beginnen soms 7 uur of 8 uur beginnen we met die shit. En zijn mensen vanaf 2 uur hier zo, bro. Toch? Korea. Jullie betalen motherfucking 5 euro voor Black Bananas. Jullie betalen 5 euro voor weet ik veel, Videoland. Voor. Betaal ook voor, weet toch? Oh no. Ben ik gierig? Nee toch? Die normale shit blijft gewoon altijd blijft gewoon hoe het is. Jullie hebben al 18 gratis stories gekregen. Die blijven we gewoon doen precies hoe het is. Alleen maar love. Mm-hmm. Shout out naar jullie dat jullie gewoon komen. Want dit is gewoon motherfucking love. Dit is gewoon voor de, of niet? Maar er moet ook papier gemaakt worden. 100%. Moet ook rekening betaald worden. Maar als ik in die special edition kom, krijg ik dat wel, kan ik daar wel factuur sturen. Maak je niet druk, dan praten we daarna over. Oké, is goed. Ja? Ik ben blij dat we onze band weer op hebben gepakt, man. Ja, toch? Ja, man. Ik waardeer je gewoon, hè. Ik waardeer jou ook, bro. Sojert. Ik hou gewoon van je, hè. Ik wil alle niggas aan de zijkant. Anwar, motherfucking manager. Hij zit aan de zijkant, hij wil niet belangrijk zijn, zogenaamd. Jouw nigger, hoe noemen we jouw nigger vandaag? Damdam. Damdam. Sharana Damdam in de motherfucking. Je andere nigger, hij doet zijn gezicht naar beneden. Dream Chaser. Sharana Dream Chaser. Tess in de motherfucking building. Mijn nigger Flo the Wolf, Atje Donny, Kroeke Demus, Grijze Gans. Motherfucking Flo. Heb je nog een boodschap voor de mensen? Heb je nog een tip voor de mensen als je naar Curaçao komt? Dan moet je die intro weggeven toch? Heb je nog een tip voor de mensen als je naar Curaçao komt? Wanneer je komt naar Curaçao, je moet lid komen. Candela. Met dat sluiten we af. Alleen maar love, alleen maar liefde. Blessing. We zijn er nog steeds. Mm-hmm. We zijn nog steeds gratis.